Hey, hallo en welkom bij de stream. De muziek staat gelijk uit. Hey, wij gaan vandaag iets nieuws doen, jongens. Ik dacht, ik wil eigenlijk Roeveen doen. Maar wat ik me toen bedacht is, weet je wat? Ik ga gewoon Roeveen doen. Dus hey, we gaan gewoon Roeveen doen. Ik had opgestart heel leuk, maar ik was die gekke man met Sjaal. En daar heb je echt geen drol aan. Dus dan wil je eigenlijk niet meer verder spelen. Dus ik heb het er afgesloten. En nu starten we het opnieuw op. Maar hey, hallo en welkom bij de stream. We zijn vandaag lekker weer live en we gaan gewoon ons ding doen. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Allemaal, ik weet niet eens wie er in de stad zijn. We gaan geen copyright krijgen, dus ik heb gelijk het muziekje uitgezet. Jorden, ping! Max gaat dood door de ridder. Nee, dat zie ik niet gebeuren, jongens. Dat zie ik niet gebeuren. Maar jongens, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. We zijn vandaag live met eigenlijk de eerste stream dat we live zijn sinds de 100k. Kijk, we hadden natuurlijk een keer de 100k gehaald in een livestream. Maar nu zijn we voor het eerst live met de 100k. Dus dat is wel erg leuk natuurlijk. Om gewoon een nieuw streampje te doen. We zijn de laatste tijd best wel vaak live. Ik zou eigenlijk ook gewoon gelijk dit scherm laten zien. Want dat is natuurlijk veel interessanter. En dan game 5M. Piem. En dan zien jullie hem eigenlijk nu. Nu zien jullie hem. Hoe leuk is dat? Ja, kijk maar jongens, hij shine nog steeds. Hij shine nog steeds die 100.000. We hebben hem gewoon. Kijk, we gaan vandaag, weet ik eigenlijk wel zeker, gewoon ook alweer die 101.000 halen. We gaan gewoon rustig aan door met weet ik veel wat, hoe ik het moet noemen. We gaan gewoon rustig aan door met wat we allemaal aan het doen zijn. Ik heb een paard, die wil ik eigenlijk verkleinen. Kijk, ik scheer hem even op. Woep, opgezworen zo. Ik vouw hem dubbel, zeg maar, die baard, waardoor die kleiner wordt. Maar ja, wie is er nou aanwezig, jongens? Wie is er nou aanwezig? Er zijn best wel wat mannen online. Zal ik heel even kijken. Welke auto? Nou, er zit geen auto in mijn garage. Dat is helemaal top. Dus dat betekent dat we naar de impound moeten. Of, ik weet nu hoe ik heel makkelijk naar de impound kan. Dat is namelijk met / skateboard. Gaan we gelijk even een autootje ophalen. Vind ik wel een hele goeie. Pak op en dan zetten wij. Nou, zet de navigatie. Ik weet gewoon waar ik heen moet. Gaan we gelijk even naar de impound, jongens. Even onze auto scoopen. Onze auto pakken. Wanneer komt deel 2 van Subject 3 ophalen? Nou, dat was in de livestream een beetje. Soort van. Ik dacht, ik kan er wel een video weer van maken. Maar de livestream verklaarde eigenlijk alles al. Dus moet je gewoon die livestream kijken. Wie zit dit nou weer? Geen idee, dat is gewoon NPC's. Gewoon hersenlozen. Nou, hele mooie animatie dit. Misschien dat ik nog / E prone kan doen. Zo, dit is wel helemaal top. Dit vind ik wel helemaal top. Ik ben gewoon aan het buikboorden over de weg. maar welkom jongens, leuk dat jullie er allemaal zijn. Pak je Luma, welke zou ik doen jongens? Luma of RS7? Jullie hebben nu nog heel even om te beslissen voordat ik bij de impound ben. Ik weet niet. Dit is de manier hoe je tegenwoordig naar de naar de dinges gaat, naar de impound. Dat kan alleen maar op die manier. Kijk, als dat. Zo, dit ziet er cool uit jongen. Die gast zal wel denken, wat de fuck was dat? Oké, okay, nou, we zijn er hoor. We zijn er. Beide dingen zijn aangekomen. Auw, fuck, kut. Pak op. Hallo? Ja, goed zo. RS7, Luma. Nou, middendeels Luma. Ik zie het nu al, jongens. Ik zie het nu al. Nou, pakken wij ook gewoon onze Luma. Pakken we even bij de dinges. De inpoemt. Een Mercedes G7. Nou, ik word gelijk gebeld door Jerry. Vieze streamsniper dat het is. Ja, hallo. Je moet me niet bellen. Hallo. Hoezo, je moet me niet bellen? Jij belt mee. Nee, ik zal me druk te kutten. Hey, hoe ze bel je, streamsniper? Nou, nee. Er staat een blauw, een groen bolletje bij jou. Een groen bolletje, ja, dat klopt. Oké, dan. Maar, we hebben iets leuks. Je hebt iets leuks? Ja. Ik, waar ben je? Wat gaan jullie überhaupt doen? Nou, dat zijn we nog een beetje aan het bedenken. Oh, maar je zit. Ja, ja hoor, dit meen je niet. Wat is ja, er? Ik kan weer niet rijden. Maar, ja, maar dat wist allemaal. We wouden eigenlijk een soort race houden. Een illegale race. En dan gaan we meestal weer aanrijden. Nee. Ja, oh, jammer. Jammer. Maar wel echt een race. Eigenlijk willen we 9 mensen hebben. Ja. Dus dan heb je een 3 dat het niet te chaos is. Ja. Dus een 3. En dan heb je 1 winnaar. En dan andere 3 gaan tegen elkaar, heb je ook een winnaar. Oh, een toernooitje. Nog 3 tegen elkaar. Toernooitje. Ja, soort van. Oh, dat is wel leuk. Wat gaan we dat doen? Wat gaan we dat doen? Ja, bij de wijngaarden. De wijngaarden, daar ga ik gewoon in mijn maar, Luma. Ja, prima. We komen wel even naar de stad, denk ik. Waar willen we heen? Wat is meeting spot? Blokkenpark, laten we de pier pakken. Garage? De pier. Ja, oh. Wij zijn nu best op de snelweg. Oké, de pier vind ik prima. Ik kom al gewoon naar de pier. Is goed, dan komen we ook naar de pier. Oké.
Oké, tot ik, zo. Ik kom in mijn Luma. Is dat een goede race vehicle? Ja. Ja hoor, prima. Prima. Oké, tot zo. Tot zo. Ik hang op. You, homo. Gaas. Ik deel deze mening niet met jou. Jij deelt die mening, oké, top. Nou jongens, je hoort, we hebben 2000 kijkers. Leuk hier allemaal zijn. Welkom bij de stream. We gaan een illegale street race doen. Ik zag al wat donaties. Ik ga even tanken en ik ben geflitst. Dus dat is beter kan het begin niet eigenlijk. Geflitst voor €340. Hoe top is dat nou? Maar wij gaan illegale street race doen, jongens. Dat vind ik wel een goeie om gewoon te doen. Maar eerst moeten wij even... Oh, moet ik tanken? Dan ga ik hier staan. Ik ben echt een grote idioot. Wel 2000 kijkers. Dat is gewoon weer leuk. Dat we gewoon weer... We blijven gewoon die nummers aantikken, jongens. We blijven die gekke nummers aantikken. Ik ben al heel blij met 2000 kijkers. Al stijgt het nu niet meer, ben ik gewoon blij met het aantal kijkers dat we hebben. Dag meneer, mooie auto. Hé, hey, ja, dankjewel, meneer. Jij ook. Volgende keer bijna tegen het muurtje aangeknald, maar goed. Sorry? Bijna tegen het muurtje aangeknald, maar goed. Ah, ja, dat is geen probleem, toch? Geen probleem. Hé, hey, John, follow me. Fijne dag, meneer. Ik geen hoe je heet. Yo. Ja, Louie. Oh, Louie. Hoe heet jij? Makkus. Aangenaam. Aangenaam. Ja. Tot de volgende. Joejoe. Nou jongens, dat is Louie. Wat leuk is dat ik die guy natuurlijk helemaal niet ken. Ik ken dat hele karakter van hem. Ken ik niet meer. Dat nieuwe karakter natuurlijk gewoon. Maar als je nog echt de OG... Nou, de OG. Als je tijd geleden nog de streams keek... Dan weet je dat Louie natuurlijk mijn eerste enemy was. Mijn eerste echt voor de Riddler had je Louie. Louie was zeg maar de seizoen 1 vijand. En de seizoen 2 of seizoen 3 vijand eigenlijk was de Riddler opnemen. Ik ga gewoon €600 opnemen. Dan kan ik en krasloten kopen... En kan ik gewoon, weet ik veel andere dingen doen. Kan ik, en tanken, dat wilde ik zeggen. 600, zo, hoppakee. Kan ik eentje kopen. Gaan we even gewoon €300 weggooien. Dat is eigenlijk wat ik altijd doe, hè. Als ik een crossword koop, gooi het gewoon letterlijk weg. Gebruik. Hier, niks gewonnen. Ik win gewoon niks meer. Ik heb gewoon, mijn backluck is gewoon voorbij. Het is gewoon over. Ik heb gewoon, dat geluk is er niet meer. Ga je nog een verhaallijn doen? Ja, daar komen we. Kijk, jongens, ten eerste. Die vorige verhaallijn is niet gescript. Dat is een beetje ding. Dus ik kan wel heel leuk zeggen, ja, ik ga nog een verhaallijn doen. Maar het moet eigenlijk gewoon op mijn pad komen. Of ik moet het zelf creëren. Maar ik vind het een beetje stom om een soort script te maken of het een beetje te plannen. Maar ik wil gewoon leuk... Zoals met Riddler, dat is allemaal niet gepland. Alleen de Riddler had een beetje bepaald wat hij wilde doen. Maar we wisten niet eens iets van elkaar af hoe en wat. Dus vandaar. Maar donaties, jongens, komt-ie. Doppie. €5. Have fun met je stream. Ik ben er weer bij. Hey Doppie, dankjewel voor je €5. Oh, ik zie daar Jordi, hoor ik. Dankjewel voor je €5, Doppie. En naar de Danny met de €3. Mijn zoontje en ik, stiekem ook, is een grote fan van je. Is er een leeftijdslimiet voor Roofeen of mag iedereen erop spelen? Volgens mij is de minimale leeftijd is 13. En de maximale is er volgens mij niet. Althans, niet dat ik weet. Maar de minimale leeftijd is volgens mij 13, omdat er natuurlijk wel dingen met... Ja, het is GTA. Eigenlijk is GTA natuurlijk 18 plus, maar iedereen weet dat. Iedereen die jonger is dan 18 ook gewoon speelt. Kijk, hij belt me. Wat zit je nou te bellen? Shit, hij heeft me al gezien. Ik hoorde je al. Je moet me niet bellen, je moet me niet bellen. Ik hoorde je al. Maar dankjewel voor je 3 euro donatie, Danny. Dankjewel. Ja, jij bent aan het schreeuwen. Ga zo, ik zit vast in die fucking Tesla. Ja. Hey. Hey, doe eens even wegrijden, Rick. Zo. Yo, is goed, wacht even. Ik ben even aan het stikken. Ik doe even shuf. Ik wil wel even dat je goed wegrijdt, hè. Zoals het hoort. Ga heel deze auto's naar de pauper. Nee, maar Rick, er zit mooi geluid onder deze auto. Ja, zeker. Ik heb er een V10 in gebouwd. En Natties met de €3. Yo man, je maakt echt tof video's en livestreams. Ja, alleen moet je autosmaak nog wat beter worden. Ja, helaas wel, jongens. Nou, rij weg met je Tesla. Ja, even de... Oh, kut, even de radio uit. Doe dan. Stap uit je voertuig om hem op te laden. Oké. Okay. Nee, nou de gast gaat nog zitten, jongen. Kanten, jongen. Hij is toch al opgeladen? Oh. Rij dan. Het klinkt zo stom, jongen. Het klinkt zo dom. Komt ie weer, hoor. Komt ie weer. Blijf weg dan, jongen. Kut, sorry. Kut auto van je. Met je V10 in je Tesla. Hey, ik zie jullie bij de pier, oké? Ja, is goed. Tot zo. Ja, ik moet even langs de AWB. Ja, meisje. Ja, maakt niet uit. Ik zie jullie daar wel. Gewoon bij de pier. Tot zo. Joejoe. Yo. Het klinkt zo kut, jongen. Zo'n fysieke brilmotor onder de... Onder die Tesla. Tesla hoor je normaal natuurlijk niet. Daan VDB van de buurt, natuurlijk. €3. Yo man, je bent echt een soldaat. Voeg me toe op Insta. Daan van de Bos ook. Oh, ik dacht dat het van de buurt was. Vind ik nou weer net jammer. Zeg even tegen Rick dat ik ook Harderwijk woon. Ik ga wel even de porto in.
Nou, trouwens, stuur ik zo meteen wel tegen hem voordat ze, weet ik veel wat, allemaal dingen aan het bespreken zijn. Maar dat komt goed. Ik zal dankjewel voor je 3 euro en ik zal gewoon tegen Rick zeggen, moet je even helpen onthouden. Althans, dat moet ik zelf even onthouden. Dat hij, dat jij ook in Harderwijk woont. Dankjewel voor de 3 euro. En we gaan naar de pier. Ik ga de navigatie verzetten, want ik weet dat ik fout ga rijden anders. Ik weet uit mezelf dat ik fout ga rijden anders. Zo, hoppakee. De pier is namelijk een plek waar ik niet echt vaak kom, dus dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. Dat kopen Tesla. Nee, jongens. Ik vind... Mijn volgende auto is mijn RS7 die ik weg ga doen. En dan wil ik een nieuwe auto ervoor kopen. Maar dan heb ik het geld, zeg maar... Wat ik, zeg maar, daarvoor kan... Als ik die verkoop, het geld daarmee, ga ik een nieuwe auto kopen. Maar ik wil dan in ieder geval al 100.000 euro op mijn bank hebben. Dan kan ik een auto van 200.000 kopen, namelijk. De breeksluisters met... Hey, Colin. 50 euro. Je favoriete clown is weer bij Art the Clown van Discord. Hey, Colin. Ik weet zelfs je echte naam gewoon nog. Ik heb hem gewoon onthouden met... 1L. Hey Colin, wat de actuele neuk dat je gewoon weer 50 fucking euro doneert. Dat is echt insane. Dus ik wil even iedereen een unit van een hype. Echt niet, zeg maar, niet de kleine. Ik wil gewoon de grootste hype. Een hype. Doe maar gewoon een hype. We veranderen de ei gewoon naar een ui. Om het gewoon op tot zijn recht te zetten. Ik word zelfs gebeld door Willem. En ik ga het zelfs tegen Willem zeggen dat hij gewoon even hype moet zeggen. Willem, even hypen. Ja, even hypen. Je moet terugkomen. Wat dan? Ja, je reed net toch voorbij de... rode auto, pier. Ja? Ja, dan moet je even terugkomen. Willem wil je spreken. Wat dringend. Dringend. Ik kom eraan. Heel dringend. Waar ben je? Ingang van de pier. Ja, je komt nou de pier. Oké, okay, ga dadelijk rechts. Rechts? Ik zie een broef 1 busje. En dan, ja, hier. Je ziet Willem. Op straat. Waar? Neef, voor je. Oh! Godverdomme. Skuut! Niffo. Oké, okay, Willem hangt op. Willem, rijd niet aan. Willem, stap in. Zo hard was het niet. Je stelt je een beetje aan. Niks. Stap in. Oké, okay, wat is er? Willem is ontvoerd. Jij bent ontvoerd? Ja, zojuist ontvoerd. Door wie? Door 2 mannen onder dezelfde naam. Hoe heet Diego ze? Rambo en Willem Rambo. Wow, nee, er is nog een Willem. Ja. Ik vond 1 al genoeg. Gozer. Oké, okay, maar dat moeten we zo vernamen met de groep komt hier ook heen, namelijk. Sterk. Dan spreken we dat gelijk even met de hele gang. Althans, ja. Misschien is het verstandig als ik hier ga staan. Strak plan. Hier. Zo. Hé, hey, maar iemand heeft jou antwoord. Ik wil jou even gewoon iemand even hypen voor mij. Voor Colin. Colin? Ja, gewoon hypen voor Colin. Doe even een Willem emote met je handen. Of een Willem dansje of sprong met handen in je zij. Oh, Willem weet het al precies. Deze is voor Colin. Colin, deze voor jou. Dankjewel voor de 50 euro. Willem! Die vind ik leuk. Hé, hey, wie is dit nou weer? What the fuck? Er was hier altijd al iemand. Oh, dat is Samuel. Willem over. Wat de hel, Samuel? Jij bent echt in de koffie hier met die auto, man. Ik wist niet eens dat jij er zat. Oh shit. Oh, Willem, zorg meteen. Ik ben het. Willem is juist ontvoerd, trouwens. Ja. Ben jij ontvoerd? Ja. En dan even alle grappen tezijde, gewoon, hij is oprecht ontvoerd. Ja. Hij was ontvoerd, sorry. Echt, daar is Willem zo kort dan wel. Ties Levy, sorry, met de 3 euro. Ja, topdonateur, ga zo door. En zeg Muik en Kaasje. Muik en Kaasje. Dankjewel voor de 3 euro donatie. En daarna de breekslijsters. Colin, weer met 50 euro. Weer met 50 euro. Wacht er even, jongens. Er is weer een 50 euro donatie gedaan. Belachelijk veel euro is dat gewoon weer. Dus totaal al, we zijn, wat is het, 15 minuten bezig en is al 100 euro gedoneerd. Er is al 100 euro gedoneerd. Ik wil even de grootste hype weer in de chat voor Colin. Colin, je bent echt belachelijk dat je zo veel geld doneert. Colin... Insider. Doe even Colin met een hartje in de chat. Jongens, ik oprecht wel even terecht. Colin met een hartje in de chat. Dankjewel man, Colin. Echt voor je support de laatste tijd op de channel. Het is echt insane dat je zo'n support toont op mijn channel. Insane. Daarna Jordi met 1 euro. Yo Max, ik ben fan van je. Mag ik een showdown voor mijn YouTube kanaal? Ik heet Jordi Stroot. Ik wil 1k abonnees. Hey, dikke showdown naar Jordi Stroot op YouTube voor de 1k abonnees. Dikke shout-out naar jou, man. Dankjewel voor de 1 euro. Zij Willem van ja, weet je. En een IP-raid. En een IP-raid. IP doet altijd raids. IP doet altijd raids, jongens. Die gast is altijd aan de reden. En ze trapten erin. Wie doet dat, Willem, de namen? We zullen ze slachten. Willem! Willem! Het is wel een beetje stom om meteen... Edo, jongen, met zijn reet. ...te ontvoeren. Doe maar bij Edo in zijn chat billen, ja, zeggen jongens. Dan krijgt hij ook een reet terug. Dan krijgt hij niet een reet, maar krijgt hij billen. Doe maar billen bij Edo. En zij... En dat terugkomen. Bitch, stap op. En Willem stapt op. En toen heeft Willem zich geïntimideerd. Maar ze waren niet geïntimideerd. En toen, ja... heeft Willem een beetje informatie losgekregen. Oké, interessant. Precies. Stop, Willem. Maar interactie zullen we nog wel hebben met de boys. Maar ze heet Diego en Willem. Ja.
Oké. Allebei met dezelfde achternaam, dat was Rambo. Rambo. Oké, Rambo. Interessant. Interessant. Waarschijnlijk zijn het geen Rambo's, maar... Maar ze hebben je niks aangedaan, want dat vind ik even wat belangrijker. Alleen een mes op Willems rug geplaatst, maar niet erin gestoken. Nou, dat is eigenlijk al genoeg om een mes niet op hun rug, maar in hun rug te plaatsen. Absoluut. Precies. Jeff van Dijk met de 10 euro donatie maakt altijd leuke video's. En Jeff, dankjewel voor de 10 euro donatie, man. En het leuke compliment. Oprecht leuk om te horen, dat compliment. Dikke shout-out naar jou, man. Dankjewel voor de 10 euro en het leuke compliment. Dan is het denk ik nog even wachten op de andere. En dan, ja, die komen er zo aan. Die komen er zo aan. Willem gaat wel even pissen over de richting. Jezus, Willem moet pissen. Je kan je toch ook met die slotsmachines, of niet? Ik weet niet of dat nog in de stad zit. Het zat er wel in. Het zat er wel in. Ja, ik kan even kijken. Ja, trouwens, ja, dat is komt eraan. Er komt al iemand op de scooter. Wie is dit? Is dit Rick? Oh mijn god, ja, dat kan er maar één zijn. Rick heeft die vieze scooter. Waar is je Tesla? Ja, kapot. Kapot. Ja, komt door die V10 die erin zit. Ja, man. Altijd zoveel... Ja, ik heb hem er zelf ingehangen, dus er zijn nog wat probleempjes mee. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb hier een V25 ingezet. De breakslijst 3 euro. Ga merch maken, dat willen veel mensen. Ja, ik twijfel eraan, jongens. Misschien had ik het al een keertje... merch maken, dat is op zich wel leuk om te doen. Ah, die zit er ook al in. Klinkt ook gewoon kut, hè? Komt ie weer, hoor. Komt ie weer. Gekke Acra eronder. Dat is een scooter, jongen. Maar komt goed, misschien breekt zijn. Ik twijfel eraan om het te doen, dat is wel leuk op zich. En sorry, autocorrectie, zei Jori. Maakt niet uit, Jori. Dankjewel voor de euro donatie. Het is een strak kleurtje. Ja. Probeer je nou mijn scooter te stelen? Ja. Hey, fuck hem, man! Let's go! Hij is niet gemaakt voor trapjes. Hij is niet gemaakt voor trapjes. Ja, er zit wel een dikke off-roadband onder. Ja, ga maar. Oh. Kom dan, duw ik hem. Yo, ik ga zo even. Oh, kut. Hey! Hey, waar is je scooter nou? Waar de fuck is je scooter? Hij is weg! Huh? En mijn auto ook! Huh? Zijn de auto's nou weg? Waar zijn auto's heen? Huh? Dit noemen ze karma. Wat is dit? Waar zijn auto's heen? Wat heb je gedaan? Ja, ik heb niks gedaan. Oh mijn god, Willem. Willem, wat heb je gedaan? Goocheltrucjes. Sorry. Verkeerd gebruikt. Oh, nee, Willem. Nee, Willem. Ja, echt. Nulletje te veel. Oh. Willem. Kijk even die kant op. Kijk wat een mooie lantaarnpaal, jongens. Hier. Heb je misschien... Kom even dichterbij kijken. Is echt... Echt een prachtige lantaarnpaal, dit. Kijk, als jullie ook nog iets leuks willen zien. Hier heeft Willem net van de rand gepist, dus je ziet nog een paar restjes van Willem hier. Oh, hier. Ja, tientje en je mag het aanraken. Dus ik moet jou een tientje betalen en dan pas mag ik het aanraken. Dan mag jij Willems plasrestjes aanraken. Nee, dankjewel. Kunnen we al die niet betalen. Willem heeft net een auto gestolen. Nee, wow, Luma! Wow, je hebt mijn Luma geverfd zelfs. Je hebt hem zelfs geverfd. Zo, yeah. Hier. Wow. Ik heb hem hier niet gestolen, daarom. Oké, okay, Lee. Wow, en die Elegy, die is ook echt mooi, ouwe. Ja, en mijn scooter. Ja, en jouw scooter natuurlijk. Sorry. Hé, hey, wat voor helikopter is dit? Lijkt wel ambulance. Een hele irritant moment. Is dat ambulance? Oh, Bert. Bovenfonds, of niet? Ja, bij de parkeerplaats, links van je. Het lijkt wel ambulance, bovenfonds. Oh, ja, ik was net op mijn scooter, maar Willem heeft hem laten verdwijnen met een verdwijntrucje. Per ongeluk. Wie is dit dan? Dit is Bert, of niet? Dit is Bert, ja. Bert heeft geen... Hey Bert, kijk, weet je wat leuk is? Bert heeft geen geld. Dat is leuk. Dit. Dat is leuk. Kijk. Ja, maar deze is ook niet van mij. Wow, dikke energy. Kijk, let op, hè. Let op. Wow, joh, man. Hier. Nee! Willem, pas op, Willem. Ja, oké. Daar gaat hij. Jongen. Ik haat wachten. Wachten is kloot. Hé, je hebt je snor terug. Je snor was even weg gisteren. Nee. Mag je hem aanraken? Ja. Kom op. Oeh. Intiem. Maar, oké. Okay. Ja, wij zijn nu even wachten op de rest. Wie is dit? Dat is Mees, toch? Mees had zo'n auto. Mees. Hé, Mees niet omgereden. Dit heeft Mees, toch? Mees had deze. Gadverdamme, jongen. Ja. Hé, Mees. Oh, dat is Jordi. Hey. Ik dacht, sinds wanneer heb jij deze auto? Niet, ik heb van Mees geleend. Rick, laat nou staan. Thanks, Mees. Ja, ga nou niet grappig doen. Sorry. Oké. Okay. Is dit iedereen of? Nee. Wie komen er nog meer? Mees en? Rick, waar de fuck is jouw auto? Die is dus zeg maar weggetoverd door Willem. Ja, en net zoals dit is mijn Luma, zeg maar, mijn fictieve Luma.
De fictieve Lumen is de fictieve Elegy van Brent. Ja. Onze Bram deed ik even van hard. Samuel, ja. Of, Samuel, sorry. Wie is Brent? Onze Willem moest douchen toen ik een poep had. Brent is mijn schuilnaam. Ja, dat is je schuilnaam. De brengst zijn 7 euro, nog 190 euro, dan heb ik je al 100, hey, 100 euro. Dan heb ik al 1000 euro gedoneerd gekregen van mij. Ja, de brengst slice je call in. Het is ook insane hoeveel jij gedoneerd hebt, man. Dat is gewoon echt belachelijk hoeveel geld jij in totaal gedoneerd hebt, man. Dikke shout-out naar jou, dankjewel voor je support. En onthoud echt, het hoeft alleen als je het kwijt mag. Het hoeft sowieso niet eens. Alleen als je het kwijt kan, dan is de mogelijkheid er om het te doen. En als je het niet kwijt kan, moet je echt oppassen met jezelf. Maar dankjewel, man. Nee, die wordt opgehaald door mij. Wat hoeveel zijn we dan? Wacht. 1, 2, 3, 4, 5. We wachten even. Nee, dan wordt het 7. Hey, waar wilde je gaan racen nou? Bij de Bijngaarden. Wil je racen? Hebben we dan niet met 8? Ja, ja. Gek. Ja, we gaan racen. Met wat wil je gaan een toernooitje doen? Nou, met auto's. 6. Oh, dan gaan ze er mee. Jorrit. Ja, daarom. Ik wou iedereen mee hebben. Ja, dan moeten we dadelijk wel even langs de inbank, oké? Okay? Ja, daarom. Iedereen moet daarom ook zijn auto hebben. Maar de Bijngaarden, dat is een beetje off-road, toch? Hè? De Bijngaarden is toch een beetje off-road? Nee, maar ik wil niet op de Bijngaarden. Oh, ik kan het zeggen. Omheen. Ik snap het dan niet. Maar wat heb ik? Jezus, wat heb je? Een lelijke kleur op je auto. Ja, ik weet het. Maar dat is, dat heeft Willem gedaan. Willem vond het leuk om mijn auto om te spuiten. Oh. Oh, ik ben moe, jongens. Boah, mijn ogen die zakken. Ik krijg in één keer een inkakker of zo. What the fuck? Oh, holy shit. Hele ogen die. die vallen gewoon dicht. Hij is zo incapabel. Ja. Wie? Willem. Willem heeft daar ook wel een handje van. Ja. Gozer! Dat geeft me zeker een knokken. Ja, weet je dat zeker? Nee. Klopt dan. Maar goed, jongens, we gaan dus racen zometeen. Dan gaan we een illegale. Gaan we ook weer het prijspotje doen? Of? Ja, 10k. Ik ga geen 10k inleggen. Zie ik eruit of ik zo jullie. Ik zet Rick's scooter in. Hey, fuck hem, man. Dat is de enige zwak. Nee, ik wil niet Bart zet, Bert zet zijn snor in. Wat kijken. Als Bert verliest, dan moet je zijn snor afsluiten. Nee. Ik zet 3 ton in. Nee, gewoon iedereen weer 1k. En dan de winnaars 9k. Ja, hoezo? Prima. Fucking broke. Ja, boeien. Hey, Willem, ja, ik zet wel 1k en dat vind ik prima. Maar welke over nou doen we? Oké, maar jongens, we gaan dus race doen. Ik ga even kijken waar het is. Het is bij de Wijngaarden. En dat is volgens mij ergens hier. Nog niet. Dacht ik. Hier ergens of zo. Wat is dit? Ik weet niet eens waar de Wijngaarden is. Ik weet oprecht niet. Is dit Wijngaarden? Ik dacht dat hier ergens, in dit gebiedje hier, de Wijngaarden is. Het kan ook wel hier zijn. Oh, hier, kijk. Hier, volgens mij. Volgens mij is hier die wijnmeuk. Maar we gaan erheen en dan gaan we daar een race doen. Dat wordt leuk, dat wordt oprecht leuk. Oh, jullie hebben reclames gedaan. Ja. Waarom spreken we dat trouwens hier af? Kunnen we dan niet bij de wijngaarden zelf spreken? Jij wil bij de bier afspreken. Nee, dat wil ik. Oh, jij wil die doen. Oh, dat wil je zeggen. Dus ze zouden naar de wijngaarden gaan als mensen dan nog naar de impound noemen zoals nu het geval is. Stom. Ja. Hey, hallo. Ik was gewoon mijn ding aan het doen in de auto als ze een keer weg... Pief, paf, poef. Die ging knippen of zo. We gooien wel trouwens zoveel haat op. Ik wist er niet de haat, maar we gooien wel heel veel lines op over de snor van Bert. En Jordi heeft precies dezelfde snor, zie je. Ja, maar kijk wat het is bij Jordi. Jordi heeft ook nog een sikje erbij. Jordi heeft toch zo'n sikje erbij. Kijk, en bij Bert is het gewoon zo'n legendarische enkele snor. Ja, maar ik kan geen kenhaar groeien, weet je. Dat is het erge. Hij staat je wel. Dus ik heb geen kans voor een baard. Het staat je al, die snor. Uit. Ja, toch. Ja, ik kom met de puberteit, zie ik. Jeff van Dijk met 10 euro. Met echt een goede roleplay, met heel veel vraagtekens. Hey, dat vraag ik me ook wel eens af. Nee, dankjewel voor de 10 euro donatie, man. Dankjewel voor de dikke support. Dikke shout-out naar jou. Dan het Breakslice weer met 10 euro. Ik kan het missen. Helemaal top. Dat vind ik goed om te horen, Breakslice. Dat vind ik oprecht goed om te horen. Jordi Stroot met 1 euro. Ik heb net met 3 euro gedoneerd, maar kwam niet in beeld of gemist bord. Jawel. Toch? Of niet? Oh, maar in ieder geval, dankjewel Jordi voor je 1 euro donatie. Dikke shout-out aan jou, man. Dankjewel. En dan naar Daniel met 3 euro. Hoi. Hoi, Daniel. Ben jij de echte dono, Daniel? Ben jij de echte? Vast wel. Ik denk het wel. Dikke shout-out aan jou, man. Dankjewel voor de 3 euro donatie. Kunnen we nou? Kunnen we dan niet bij de impact afspreken? Iedereen is echt zo snel als dekken stront. Ik denk dat waar ik gewoon naar Palito rijden en daar mijn... Gaas 4, maar ik slaap. Elke uit de impact. Dat zal samen geweest zijn. Wat ik? Ja. Ja, tuurlijk. Wat ik? Nee. En daarentegen heb ik nog met andere informatie, maar ja. Je hebt nog meer informatie. Ja. Informatie? Belangrijke informatie, maar
Ja, als Mees nou eens opschiet. Ja, dat is auto's scoopen. Ja, maar daar komt niemand bij. Wat ben je nou doen, Willem? Is Piet er ook niet, of wel? Willem doet er van Beyblade naar. Nee, Piet is er niet. Die kwam, die kwam. Piet is er niet. Ik ben er echt nice. Leuk, Daniel. Leuk dat je er weer bent. Leuk, man. Maar jongens, weet je wat ook leuk is vandaag? We gaan vandaag 101.000 abonnees halen. Dan zitten we niet meer op die... Dat beginseltje van 100.000, weet je, maar dan zitten we op dat... Hé, hey, we zitten op 101.000 en niet meer zomaar standaard 100.000. En, Bert, jongens, hebben jullie in mijn... In de video van Bram en de gang... de Bram had hem geëdit natuurlijk. En waar de gang in zat, de video... De clip gezien van Emilio. Hebben jullie de clip gezien van Emilio waarin hij dat rapstukje doet? Ik kan jullie eigenlijk wel spoileren, vind ik wel leuk. Dat de echte volledige rap eraan komt. En die gaan we publiceren. Die gaan we publiceren, jongens. Die komt ook op, weet ik veel wat allemaal, Spotify staan. Ik ga het gewoon een beetje spoileren, maar ik ga niet zeggen hoe en wat verder. Maar hij komt eraan, jongens. En sneller dan jullie denken. Hij komt oprecht sneller dan jullie denken. Dus het komt helemaal goed. Ja, je kan zeggen wat je wilt. Hoppakee, op je bad. Maar jongens, stay tuned daarover. Die komt eraan, die komt eraan. Dat wordt heel leuk, dat wordt oprecht heel leuk. Maar check of je bent, gewoon een beetje naar boven in beeld. En we brengen deze naar de 101.000. En dat redden we deze stream, dat weet ik zeker. Daniel, 10 euro, it's me, de echte. Nice, leuk man Daniel, dankjewel. Boyd met de 3 euro, wanneer gaan jullie die jullie hierover al doen? Weet ik niet, weet ik oprecht niet. Binnenkort. Binnenkort. Wat knokken nu, jongen. Oké, ja, Mees heeft zijn auto kapot gereden, dus... Kunnen we dan niet gewoon daar heel vast heen gaan met de auto's? Ja, laten we even naar de impact. Naar de impact. Ik wil die LG. Ik wil mijn eigen ding. Nee, ja, 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 inderdaad. Let's go. Ik wil Willem is hier gekomen door jou. Let's go, Dave. Hoppakee. Eerst even lekker naar de impound. Ja, we gaan even langs de impound, Willem. En dan gaan we daar mijn dingen ophalen, mijn echte eigen Luma. Ja, maar wat was er met Colin? Ja, het was gewoon hype voor Colin. Oh mijn god, oh mijn god. Wat ben ik blij dat wij daar weggingen, want het is letterlijk... Kijk, hij gaat de pier op, zie je? Hij gaat de pier op! Hoezo ging je de pier op? Geen idee. Waarschijnlijk schotenmeldingen. Maar er heeft toch niemand geschoten? Of vechtmeldingen, sorry. Oh mijn god, dan ben ik blij dat we daar weggingen. Kan je even navigatie zetten trouwens? Naar de inbound natuurlijk. Ja. Oh, ben ik blij dat wij daar weggingen. Wow, dat was gewoon Urmark die erin ging. Wat we gaan hier naartoe. Wat de actuele Links. Neuk. Hoppakee. Wat de actuele neuk. Willem is gestoken. Dat vind ik een leuk filmpje. Dat is een feit. Dat is een erg leuk filmpje. Tevens had vandaag iemand ook gebeld. Geen idee wat zijn naam was. Maar iemand was bezig met het project. Iemand heeft jou gebeld. Iemand heeft jou gebeld. Iemand heeft mij gebeld? Ja. Wie heeft mij gebeld? Dat is een grap die jij nu nog niet begrijpt. Dat is misschien als je goed nadenkt. Een grap die ik niet begrijp. Die rond 5 uur is gemaakt eigenlijk. Zo rond een uur of 6. Je was met iets bezig en toen belde iemand je. Oh! Dat is een goede lijn, is dat? Ja, kut, Bram belde. Verdomme Bram, wat is het? Ik weet het niet eens meer. Tyfus Bram belde. Ja. Dat is een goede lijn. Dat is een goede lijn. Wat doe je? Nou, hoppakee, we parken deze even hier, jongens. We parken. Ik krijg allemaal donaties. Ik ga ze zo meteen voorlezen. Ik ga ze zo meteen allemaal voorlezen. Dat beloof ik. We gaan eerst... Daar, pak jij ook een auto? Ja. Natuurlijk, Willem heeft een BMW. Oké, dan pak ik nu ook mijn auto, dus dan moet je heel snel zijn. Willem is altijd al snel geweest. Ja, oké, prima. Donuts komen zo, jongens. Althans, kan ik nu wel doen. Muik! Buitenbeen met de 3 euro, die zegt Muik. Ja, dankjewel voor je 3 euro, inderdaad, Muik. Ja, ik kwam wel in beeld, maar niet voorgelezen. CD, maar gefeliciteerd met 100 kamer. Schat ze door. Oh, Jori, dat ga ik zo even teruglezen. Dankjewel voor de 1 euro. Jay met 3 euro. Max heeft een kleine dollo. Hey, ophouden nu, oké? Dankjewel voor de 3 euro donatie en voor het enorm leuke compliment. Hey, daar hebben we hem. Hey, daar hebben we die pisbelg. Nee. Die leuke Belg. Nederlands favoriete Belg. Dankjewel voor de 3 euro. Na 5 euro van Vermani. Ben er weer bij. Volg me allemaal op Insta. Vermani Jeter of Vermani Jeter. Dankjewel voor de 5 euro donatie, man. Willem, ik volg jou. Maar gaan we over naar de wijngaard? Naar de wijngaard, ik denk ja, het. Ja, staat je porto nog even aan. Dan kan je even voelen. Oh, ik doe ook de porto aan. Wijngaard, hè? 2, 3, 9. Uit, dinges, hoppakee. Dag, Willem. Hallo? We komen eraan. Hoi. Gewoon, wij gaan naar de wijngaarden toe allemaal. Gewoon ja, een parkeerplaats.
Oké, okay, prima. Vanuit daar. Oké, okay, we gaan naar de wijngaarden. Ik ben wel de boys nu al kwijt. Jij hebt je auto hebt, jongen, Willem. Nu al dingen kwijt. Blauw, hoe lelijk is dat? Gozer, Willem heeft even overgekocht van Bertus. Oh. Bert? Leugens. Ik haat deze weg. Welke auto rij je dan, Willem? M4. Willem is ik heb die ook niet getuned, jongen. Van wie heb je die dan? Van een Piek. Ja, Piek, zijn moeder. Ik heb mijn Piek gekocht. Hey, ik ben jullie kwijt, jongens. Waar zijn jullie? Dus het is meeste schuldige. Ja, gewoon bij de wijngaarden, Max. Of nee, ja. Ga naar de wijngaarden. Ik weet waar de wijngaard is. Nee, ik weet waar de wijngaard is. Okay. Ja, dat zou ik zeggen, ja. Hoop ik. Oh, shit. Dan gaat ik heb geen idee waar de wijngaard is, jongens. Ik rij maar gewoon door. Ik rij maar gewoon letterlijk door en ik zie wel waar ik uitkom. Ik hoop dat hier echt de wijngaarden zijn. Heel veel land. Ik weet het niet, ik volg je al gewoon. Ik dacht, je hebt de GPS gezet. Oh, Jesus Christ. Maar waar is je vuurwapen? Hier gaat Willem niet over praten. Oei. Hoe gekend dat je bent. Oké, okay, hier rijd ik echt nooit waar we nu rijden. Waar we nu rijden, rijd ik legit nooit. Denk je. Waar we nu rijden, rijd ik legit nooit. Dit ding heeft geen handling gewoon. Lekker voor je. Jij stinkt. Ik ga mijn auto kapot rijden zometeen. Kut, hier is het niet. Ik denk dat ik er bijna ben. Ik denk legit dat ik er bijna ben, jongens. Ik weet het niet. Ik weet niet waar die... Oh, hier lagt het of niet? Hebben jullie last van lag hier? Ik heb exact hetzelfde. Ja, nee. Geen idee. Ik weet het niet. Oh, je zou maar zo traag zijn met zo'n kutbak. Volgens mij moet ik hier zo meteen naar links. Oh, ik lag hier namelijk wel een beetje. For some reason. Maar ik heb gewoon mijn settings heb ik allemaal goed staan. Dat is een beetje het probleem. Ik heb mijn settings gewoon allemaal goed staan. Dus ik hoop niet dat het lijkt, jongens. Ik hoop oprecht voor jullie dat Willem, het niet lijkt. Willem, wat lagt. Ben je? Ik doe mijn best. Dan was nog even bezig. Ja, lag. Ik heb lag. Ja, ik weet het, jongens. Oh, wat stom. Piet. Wat kut dat ik hier lag. Oh, dat is echt vervelend. Oh, je kut zo, jongens. Kut zo. Vieze grinder. Ik zou even kijken of ik dit kan veranderen. Ik zou even kijken of ik iets aan kan passen. Hoe ik dit kan fixen voor jullie. Ik ga geen uitspraak meer doen. Verstandig. Maar jij en ik weten volgens goed wat ik wou zeggen. Misschien dit? Ja hoor. Fix dit het? Nee, geen eentje. Niet echt, hè? Volgens mij niet. Ja, ik weet het niet. Dan moet je ook niet. Ik weet het niet, jongens. Ik weet het niet. Waar hebben jullie het allemaal over, jongen? Dikke 9 inch. Nee. TV. Dat. Cool. Wisten jullie dat ik mijn eerste wapendeal heb gehad bij de wijngaarden? Zie je me boeien? Ik ben nu bij een. Ik zie je mappes. Moet ik dat grote. Je fucking man. Ik ben gewoon eerder naar jou, Piet. Je bent gewoon echt een slechte coureur. Kerel, ik ben onderweg moest naar dinges. Bram volgen, maar ja, Bram, die kan niet rijden. De naam is Willem Sukkel. Je moet ik zet even de portal uit, want ik ben helemaal gek. Even niet zo'n kutportal. Ja, ik heb de portal uitgezet. Ik heb hem uitgezet. Ik heb hoofdpijn, dus ik ga het even oplossen. Oké, wat dan? Wacht. Mijn bodycam heeft hoofdpijn. Oh, nou, bij mij helemaal niet. Je bodycam? Nee, jouw bodycam. Oh, nou, dan zal het wel prima zijn. Wow. Ja, is gewoon goed. Oh, Willem! Sorry! Willem, jongen. Oké, ik zou even kijken of het misschien... ik zag zelf de lijk ook al. Ik zag zelf de lijk ook al, dat is een beetje ding. En jullie mislukkelingen zetten hem gewoon niet op een keer... Hey, ja, Willem, omdat ik niet op de grote parkeerplaats ga staan. Ik weet niet wat... Je staat verkeerd. Oké, sorry. Hij heeft wel gelijk. Hier, kijk, hij gaat wel op de goede plek staan. Bert, je gaat tenminste op de goede plek staan. Gehandicapte parkeerplaats. Zo. Hey, kunnen we? Waar is de... waar is Mees? Mees is weer te laat. Ja, en ik heb nog informatie, maar ja, echt... Ja, Willem ook. Heel belangrijk. Jullie hebben ook... Iedereen heeft informatie. Zet even gas op de lolly, man. Ik heb een idee. Trap eens even door die auto in. Ik ben moe. Hou je mond. Ik heb de poort er maar uitgezet. Ja, ik ook. Ik werd er gek van. Ik werd er gek van. Willem zet poort eruit, fuck jou. Daarna nog een 1 euro. Ja, Wanne, dit is de echte. Volgende keer gaat er een mes in zijn rug boos lachen. Hey, dankjewel voor je 1 euro donatie. Zo, die gaat als een gecko door de bocht. We gaan, zien. We gaan het helemaal zien gewoon. Ik ben benieuwd. Oeh, een auto. Waar is Samuel? Ja, weet ik veel. Die is met andere gasten. Die race niet mee. Ik weet zeker dat één iemand echt zo hard gaat crashen. Samuel was er net toch? Die kan toch? Nou, dat dacht ik niet maar. Kom, ik zou eerder denken aan Rick of zo. Wacht. Ja, ook. Rick gaat ook crashen. Waar is Rick?
Ja, die is ook onderweg. Maar... Waarom is iedereen zo traag vandaag? Ja, het slaat echt helemaal nergens op. Wat de hel? En bij toch bezig, jongen! Word je toch een beetje depressief vanzelf? Nou, we gaan het zien. Ik hoor een auto. Wie is dit? Het is Mees, volgens mij. Ja, maar je ziet ook geen pauper. Ik zie letterlijk niks. Wie is dit? Hey, beter zet iedereen gewoon zijn ding in een vak, want iemand gaat er volop tegenaan rijden. Is niet waar. Dat is wel waar. Wie is dit? Dat is Mees, hè, toch? Hij gaat ook op de goede plek staan. Wie is dit? Is het Mees? Ja, top. Wat? Hé, niks. Ik zeg gewoon, is dit Mees? Dus het gaat Mees. Ik sta op een vol gehandicapte plaats. Ja, daar blijf maar staan, dat hoor je wel. 3, 4, 5, 6, 7, Jason met de 3 euro, dikke lul in je kont. Shout out naar Pino Pieterman. Hé, dankjewel. Kutdruk, jongen. Dankjewel voor de 3 euro en voor het enorm leuke berichtje. Oprecht. Dat ik waardeer het berichtje. Ik wil eigenlijk wachten tot het dag is. Jij hebt echt een kutauto, hè? Ja, anders krijg je natuurlijk. Ik rijd eruit, jongen. Maar daar ik zie geen drol. Ja, vertel eens informatie. Ik kan zeggen, Willem mag beginnen. Ja, wacht, er is iemand weg. Hou je. Ja, maar rechts is iemand aan het bellen of zo, man. Ja, dat is Pieter, dat boeit nu even niet. Okay. In ieder geval, Willem is zojuist ontvoerd, enkele minuten geleden. Voor de meeting bij de Pieter. Dit heb ik al gehoord. Hier. En dat ruimt. Willem is ontvoerd door twee verschillende mensen: Diego Rambo en Willem Rambo. Oh. Zegt iemand dat iets? Nee. Geen idee. Is het niet van de film? Ja, die zijn toch van Twitter, toen ze dat huis hadden gekocht of waar? Ja, dat zijn hun. Diego en Willem Rambo. Ja. Familie Rambo, Willem en Diego. Ja. Ja. Die hebben Willem ontvoerd. Ze vroegen Willem of Willem contact had met de onderwereld. Ze wilden op zoek naar vuurwapens. Ze hadden nu nog alleen maar een hakbel en een mesje. Zwak. En toen zei Willem van, weet je wel zeker dat je dit wilt doen? Ja, toen zeiden ze ja. Dus zei van, oké. Prima, dan doen we dat. En nu gaan we ze uitmelken. Oké. Okay. En dan gaan we ze uitmelken. En nu moeten ze dood. Kom, ik weet niet. Geen dood, wat jij wilt. Gewoon. Een waarschuwing. Lesje leren. Even een duidelijkheid maken. Even een poepie laten ruiken. Gaan we ze een meet? Ik vind het prima na de race. Na de race. Kijken of ja, niet maar dan heb ik ook nog iets wat ik moet doen. Daar heb je ook nog iets. Je hoeft er niet bij te zijn. Oké. Okay. Misschien wel leuk om mensen te bedreigen. Hoezo moet je na de race doen dan? Iets belangrijks. Okay. Wat je niet kan delen. Nee. Oké. Apart. Maar dan zal ik wel even komen. Het klinkt als een piekler. Piekler! en jij had ook wat te zeggen, Jordi? Ja, zeker. Ik heb net een telefoontje gekregen. Ja. En dat ging over die ene groep met die Yoon of zo. Geen idee. En die willen graag Willem en samen hebben. Oh. Hebben op een op de manier ja, dat ik denk. Ja, die willen ze doodmaken. Oh. Heeft het dan met de Hunt familie te maken of wat? Ik kan het zeggen, dan hebben ze het gericht op de Hunt. Nou, willen ze betalen? Ik weet niet wat de hele bedoeling is. Maar kijk, ja, we weten dat de Yoon een vuurwapen heeft. Dus maar ik weet niet eens of jullie het hebben. Ja? Even uitpraten, dank je. Voor de rest, ik heb geen reden. Die weet ik nog niet. Zijn ze aan het achterhalen waarom die Willem en Samuel dood willen hebben. In de tussentijd denk ik dat we gewoon, ik ben niet bang voor ze, maar misschien niet verstandig om iedereen als een in zijn eentje rond te lopen. Dat we bij elkaar blijven. Ja, nou, zo. Dat wil ik niet zeggen, maar meer met z'n tweeën, dan ben je een stuk veiliger dan dat je als je eentje bent. Ja, oké, prima. Dus snap je niet elk moment snap ik. Natuurlijk. Ja. Laat ze maar komen. Ja, dat sowieso. Ik schiet hem los dood. Maar, precies. Desnoods doet Willem het. Maar kan je dat nog wel met die Bibber? Hoe heet die guys? Ja, ik weet niet. Die ene groep Yoon of zo. Met heet een groep Yoon of heet die gast Yoon? Nee. Die gast heet Yoon. Die heeft Yoon. Een gun. En die heeft een gun. En die zit met Frederik K of zo. Hoeveel mensen zijn het? Weet ik niet. Dat weet je niet, oké. Nee, ik weet niet heel veel. Ik weet wel dat ze... Nee, dat snap ik. Dat blijkbaar Samuel en Willem dood willen hebben. Dus misschien is het iets gericht naar de Hunt. Ja, dus kunnen jullie in het verleden iets bedenken wat jullie gedaan hebben? Wacht even, nee. Ik heb een lijstje van welke leden dat erin zit. Dus kom je op. Die groep wilt wat tegen ons? Ja, tegen jullie twee, ik weet niet. En trouwens, verder daarop. Ze wilden gewoon ons allemaal, alleen jullie waren... Eerste. Ja. Oké, Thomas de Vries.
Piet Baas, Shiva Winston, aha, Frederik Kaasman en Werner. Hey, maar die Shiva, die heb ik toen mijn auto aangekocht. Ja, ik weet al wie dat is. Shiva is dood, toch? Piet Baas was de baas. Of die is de baas. Frederik Kaasman is dan de tweede inleiding. Shiva Winston is derde inleiding. Werner is vierde. En Thomas de Vries is gewoon een lid. Hey, maar... is gewoon een lid. Is, er komt okay, een lijst uit 2017, want ja. Piet Baas is dood. En Shiva, zeg jij, is Shiva volgens mij ook dood. Maar dat weet ik niet zeker. Dan hebben we nog twee. Nou, dan zijn er nog drie. Frederik Kaasman, Thomas de Vries en Werner. Maar Piet. Ja. De informant van ons. Ik ga de naam even niet noemen omdat er een bodycam aan staat. Die gaat ermee stoppen. Hoezo? Hij is nou ja. Hebben wij een informant in de groep? Zijn neefje komt in de stad. En hij gaat uit de stad. Waarom? Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ongeveer. Oké. Nifo! Nou ja, dat is dus het geval. Maar wij hebben een informant van deze groep. In hun groep. Nee, Nee, dat niet. We hebben een informant zitten in hun groep. Oh, ja, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Nou, prima toch? Dit is in principe gekke shit. Dan gaan we nu racen, zou ik zeggen. Ik weet niet, het is wel donker, maar... Dat is niet erg, nooit erg. Maar waar rijden we naartoe heen? Ja, wat is het rondje? Nou, ergens als een waypoint opzetten. Laten we drie auto's pakken met waar zoveel mogelijk mensen. Ik zou wel voorop rijden, dan... Nee, maar we kunnen toch in plaats van een rondje doen gewoon een waypoint ergens naartoe zetten en dan die waypoint. Ja, maar het is legit rondom dit. Is het hier rondom? Je eindigt hier weer. Oh, oké, dan doen we dat. Dus dan rijden we prima. Ja, oké. Okay. Ik rij voorop. Ik rijd er wel achteraan. Zullen we gewoon allemaal aparte auto's hebben? Nee. Stap maar met zoveel mogelijk mensen in drie auto's. Ja, ik wil zeggen, drie auto's, want anders... Oké, jongens, dan gaan we een race doen. Stap maar in mijn auto vastpast. Niet hard rijden, want dan flikkeren we over de rand in. Dan flikkeren we wat? Er is een hele grote rand. Oh. Deze berg is heel hoog. Dan flikkeren we er vanaf. Snap ik. Is er nog één iemand over dan? Want jij moet bij... Huh? Ja, negen man zijn we toch. Oh, ja, Willem pakken. De Tesla. Daar pak je eigen auto. Ja. Oké, daar maar, Jordi. Ik volg jou. Ga wel grote licht aanzetten, want... Ik ook. Dus wanneer heeft Jordi een Luma? Dat is mijn auto. Ik bedoel RS6. Oh, ik ga die zo mees, volgens mij. Dat is die wel mis. Ja, we gaan hierheen. Nou, jongen. We gaan hier echt uit de bocht vliegen, we gaan echt crashen. Ja, daarom moet je niet hard rijden. Als je gewoon een beetje normaal rijdt. Zo. Maar dan kom je zo meteen op het stuk waar zeg maar geen randen zitten. En dat is helemaal één. Gewoon een dun hekje. Ja, maar er rijden ook hersenloos hier, dus... Ja. Hier gaan mensen over de rand vliegen. Kijk, hier is er gewoon geen hek. Hier ga je gewoon crashen. Max, je moet een beetje afstand houden. Oh ja, maar dat is zeg maar dat tegen Bram achter. Kerel, jongen... En hier is er zo'n dun hekje, hier kan me sowieso flikkeren. Zo, als je hier flikkert, als Max gewoon rustig rijdt, dan hoeft hij helemaal geen afstand te houden. Ja, maar Rick zei ik rijd toch prima? Ik heb gewoon... Ja, daarom. Je hoeft geen afstand te houden. Ik rijd prima. Ja. Oké, hierheen. Ja, het wordt al licht, dus dit is al top. En daarom? Je rijdt hier gewoon een rondje omheen of zo? Ja, en dan zo. Oh, hier gaan mensen flikkeren. Zo. Hier gaan mensen flikkeren. Dus als de politie komt, ben je ook gewoon de lul. Dat zijn ze wel. Die flikkeren mee. Die duwen we, die pitten we gewoon naar beneden. Oké, jongens, dit is de route die we gaan doen voor de race. We gaan dus zo meteen illegaal street race doen. Dat is nog één ding wat ik ooit wil hebben, jongen. Armoed balig, man. En dan gaan dat we deze route doen die we nu doen. Dat wordt leuk. Dat wordt lachen, man. Je hebt het goed gehad, Jorrit. Ja, klopt. Wat mocht je daar eigenlijk mee? Mocht je daarmee bukken? Nee, denk ik. Heb ik ook nooit gedaan. Dat was gewoon bulletproof. 2600 mensen, bijna 3000 kijkers hebben de hele tijd. Wel leuk dat jullie er allemaal zijn. Eerlijk, als... Check of je bent geabonneerd. We gaan deze naar de 101.000 brengen. DNC, deze stream komt goed. Dat komt helemaal goed. 101.000 abonnees. Een klein bukje zou wel mogen, maar ik zou niet... Zo zie ik dat we die 100.000 hebben. Dat is gewoon insane. Dat is gewoon echt insane. Die Luma is eigenlijk gewoon een racebak, hè? Dat is best wel ziek. Ja, daarom. Het is ook een omgebouwde, hè? Ja, hij is gewoon echt veel te ziek. Oh, en hier gaan we weer omhoog. Ja, en dan komen ze meteen bij de schat. Ik hoop dat ik de route onthouden heb. Ja, maar het is gewoon doorrijden nu. Het is gewoon... Oh, we gaan iedereen tanken. Heeft tanken, ja. Oh, dit. Ja, maar ja, dan mis je een paar auto's. Zo. Hoppakee. Ja, je rijdt eigenlijk nog door. En dan, dat zien we zo wat laatste keer. Maar naar de weinig halen, ik moest even tanken. Ja, prima. Ja, willen we ook. Vinden we de tankers bijna leeg. Even pitstop maken. Ja, precies. Zo jongens, ik ben moe of zo. Mijn ogen die zakken helemaal in.
Jason met de 3 euro. Hier 3 euro voor Connie. Fijne avond met René. René is overigens met 2 A's. Maar... dankjewel voor de 3 euro. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Gaan we fixen. Heel veel. Je hoort het, René, 3 euro voor Connie. Dat is niet waar. Zieke donaties, jongens, van Jason. Zieke donaties. Is het nu gewoon de weg volgen? Ja, ja, richting terug. Ja. Oh, oh, zo, daar ging bijna met de... Ja, het is hier nu gewoon rechtdoor gaan en dan terug naar... Oh. Hup, door. En dan hier rechts gelijk pakken. Ja, oké, okay, gewoon De eerste rechts die komt. Die was wel dicht. Ja, dat is wel kut. Goed. Al die hersenlozen die hier ook rondrijden. Ja, dat is helemaal vreselijk. Hier gewoon. De eerste rechts. Hup. Ja, rustig aan, jongen. Mooi. Die volgen... Nu gewoon de weg volgen. Ik zie ook wel capabel om de tweede rechts te pakken. Hoezo? Hoezo? Ik kan gewoon normaal rijden. Ja. Dit geloof ik meteen. Dit geloof ik meteen. Dat wou ik juist zeggen. Fuck jullie. Nee, liever niet. Dat is inderdaad best wel. Ik ben niet homoseksueel. Zo bedoel ik het ook niet. En dan is dit gewoon dat de finishlijn hier zo. Okay. Ja, en yes. Je moer. Easy win, hoor. Zie je wel dat hier niet vliegt? Wie zat er nog meer in de auto? Oh, pas op, gek. Ja, met Piet, jij met deur eruit gejiet. Piet, jongen. Ja, maar wanneer? Dat is minder geweest. Net, homo. Wanneer vroeg ik erom? Hey, maak even je snor. Oh. En deze heb ik even geklipt. Wat? Ik zei, ik was er voor jou, hè? Sukkel. Jij zei... Ik zei, wanneer vroeg ik erom? Luister je clip maar terug. Ja, dat zal ik doen, maar... Dat heb ik niet gehoord, in ieder geval. Ook Piet, jongen. Wanneer vroeg ik erom? Hey, ik denk... De sportbakken tegen elkaar. Wat is die van Jorrit? Wie heeft Willem! Hey. Kijk eens wat Piet met mijn deur gedaan heeft. Andere kant. Die vieze papzak. Ik zou zeggen GTR M4 en M4. Oké. Okay. Hey, mooie deur, man. Nee, ja, niet mooi, GTR. Hè? Die GTR is mooi, voor hè? Snel. Weet je wel. Ja, jongen. Even wachten. Ja, goeie. Nee, doe de Tesla. Die is vergelijkbaar. Ik zie. Die en Nissan GTR. Gaan we beginnen? Nissan tegen die Tesla. Tegen de M3. Oh ja, we gaan rondes doen, hè? Ja. Oh ja, klopt. Je kan bij iemand instappen als je wil. Ja, doe maar. Bij wie rijdt hierin? Ik rijd de Tesla. Wie zit? Dat is Willem. Ja. Ga jij nu racen? Nee. Nee. Wie gaan er nu? Het is of Piet, of Bert, of Rick. Waar ik in kan stappen. Ik ga bij Bert. Vind ik leuk. Ja, ik kan... Prima. Bert, ik stap bij jou in om mee te... Ik ben Jorrit. Dat is geen Bert. Ik dacht dat Bert deze was. Waar is Bert dan? Daar. Oh, Bert staat hier. Die is ook snel. Oké, top. Oh, ik rij spiegel via lamp kapot. Nou Bert, succes met racen. Je kan het, ik support je. Ik support je snor. Ja, ik ben al blij dat ik niet aan het berg afflikker. Ik hoop het, gast, dat we er niet van afflikkeren. Oké, jongens, dus de duidelijkheid. Nu gaan Piet tegen Bert tegen Rick gaan racen. En daarna gaan de volgende drie. Dus er gaat 3-3. We zijn met z'n 9-3, dus dan krijg je op een gegeven moment een soort toernooitje, weet je. En dan de winnaars van elke, die gaan uiteindelijk op het laatste elkaar. Ja, starten, man. En daar krijg je een helemaal winnaar van. Als Rick er even later komt, ja, okay. Hallo, wacht even. 2, 1, go! Hey Bert, wat is dit voor vieze start, man? Hoezo ging je niet? Oh, ik vertrouw je, hè. Ja, dit is goede race skills, dit. Dat waren goede race skills. Hey, ik heb een goede gekozen. Ik heb gewoon een goede gekozen, hè, met instappen. Die Rick kan niet rijden. Die Piet gelijk als zijn auto gecrashed. Je praat gewoon niet, je zit gewoon echt... Oh, jongen. Oh. Dit vind ik mooi. Dit vind ik mooi. Wat doe je nou? Ga je doorracen? Nee, man. Fuck dit. Rijd terug. Wat een tyfuszooi, hoor. Rij maar rustig terug dan. Tering, hoor. Nou, je bent een goede racer, Bert. Kerel. Rij maar rustig terug. Dit is ook weer van... Rij maar rustig terug, dat kan nog net aan. Tering, man. Jij bent een goede racer. Nee. Maar dit vind ik echt niet tof. Moet ik rijden of zo? Of gaat het met je? Ja, joh. Ik zag het al aankomen. Ik had mijn handen op het T-sport. Ja, ik had mijn hand op het zuur. Oh, dit is top. Dit vind ik leuk.
Nou, dat was een snelle race voor jou, Bert. Jongen, zwijg, ja. Zwijg, nee, dat was een snelle race. Ik hoef het niet te weten. Niet. Nou jongens, we hebben de verkeerde auto gekozen. Maakt niet uit, we gaan zo meteen gaan we kijken. Ik ben benieuwd tegen wie ik moet in mijn Luma. Tegen wie ik mag racen. Slecht idee. Gaat je auto, hè. Dit is top. Dit is top. Kijk. Auto 1 gedisqualificeerd. Die gaat er even achteraan om even te checken hoe het met iedereen gaat. Denk ik. Ja, nee, die komt achteraan. Komt maar achter, dus stop, dit is top. Die gaat fucking stoer. Ja, ik stap over bij hem in. Yep. Hey, Jordi, Bert kan niet rijden. Nou, ik wil niet lullig zijn of zo, maar ik keek de bodycam, maar niemand kan rijden. Nee, ik zag het. Het ging helemaal fout. Maar ja, dat zijn die hersenlozen, man. Het zijn echt die hersenlozen. Ja, dat klopt. Maar er komt dat mensen ook zo achterlijk hard willen rijden. Mm-hmm. Je moet gewoon voorzichtig doen. Ja. Maar de volgende keer doen we gewoon hier. Dan gaan we gewoon een sloomste auto voorop en dan degene ervoor en dan. Ja, oké, prima. Hey, dit ging goed, Willem. Zag je de bodycam? Ja. Dat was mooi. Dat was mooi, hè? Dat was echt top. Die bed komt zo meteen teruggereden. Nou, dat was top. Maar wat is de volgende groep? Ik zou zeggen die 2M4's en die S65. Dat is wel leuk. En dan eindig je met de Luma. En mij. En jouw auto. Tegen Samuel. En tegen Samuel. Ik denk dat op zich wel een best prima. Ja, prima. Prima. Dan stap ik zo meteen bij jou in, Bram. Ja, of Willem. Bram is je codenaam voor tijdens deze illegale race. Wie is het nu? Jij en Jorrit. Heeft die Rick gewonnen? Heb je gewonnen, Rick? Heb je gewonnen? Ik heb gewonnen, broertje. Waar is Piet? Jij bent Jorrit tegen Piet, weet ik Willem. Niet. Piet is gecrashed onderweg. Die vloog van de afgrond. Hij vloog van de berg. Mees gaat als eerst. Niet. Is hij oprecht van de berg afgevlogen? Ja. Meest ja, hij is oprecht van de berg. Nee, ik ga bij jou. Wacht. Hey, Piet is van de berg afgevlogen en iedereen gaat gewoon door. Ja, dan Bram en dan Jorrit. Kijk, daar heb je. Okay. Kijk hem nou, kijk Bert rijden dan. Ik ga gewoon als convoy achter elkaar. Kijk jongens, de volgende race. Kijk of Bram wel kan rijden. We gaan het zien. Kan iets naar voren gaan, Mees? Hey Bram. Ja. Ik moet poepen. Okay. Spanning. Nee. Zijn jullie allemaal klaar? Ja, we komen Piet onderweg tegen. Die is in de dinges gereden. Prima, Jorrit, zijn jullie ook klaar? Let op. Oké, dan gaan we. Inhalen. 3, 2, 1. Je moet rustig proberen te rijden, Willem. Oprecht, niet te haastig doen. Dat kan je. Ja, auto van achter is helemaal. Ja, pas op, dit bedoel ik. Deze bocht is tricky. Zie maar, hij verliest het, ik niet. Wie is dat daarvoor? Wie rijdt er voor ons? Willem! Niks! Willem, jongen, als we van de berg afvliegen. En voordat we geland zijn, dan wurg ik je nog gewoon. Oh jongens, ik zit bij Willem in de auto. Echt, bochten is niet echt het toppunt. Nee, ik merk het. Zo, die andere, wie rijdt er dan voor ons? Jorrit was dat. Oh nee, Mees. Mees winnen? Dat zou het zijn. Kerel, hij begon toch ook voorop? Als Willem letterlijk voorop begon. Nou, maar hij heeft wel een dikke afstand tussen jullie. Willem! Oh, Willem! Zwijg! Ik denk, we gaan... Willem, jongen, dit is echt het punt waar ik denk, nou, daar gaan we. Oh mijn god, was Piet daar gevallen? Nee, toch? Oh mijn god, Willem. Oh! Voorzichtig. Naar rechts. Oh, dit gaat goed. Oh, je komt Next. Nog... De afstand wordt kleiner. En hij beukt hier. Dit red je. Dit kan je nog pas op deze bocht. Ja, dit gaat goed. Die achter ons, die afstand wordt groter en de afstand met Mees die wordt kleiner. Dus dat is top. Oké, nu komen we erachter welke auto sneller is. Ja, die. Die van Mees? Van Mees is als het goed is sneller. Oh jee. Maar als die van Willem eenmaal op snelheid is... Ja, oké, maar ik ben benieuwd, Willem. Jongens, mijn stream die... Niet uitstappen. Nee, dat was niet de bedoeling. Ik weet niet waarom ik dat deed. Ik klikte er per ongeluk op. Beetje lag. Ja, sorry jongens voor de beetje lag. Ik snap ook niet hoe dat kan. Ik snap oprecht niet hoe dat kan. Waarom de lag is. Het spijt me enorm. Oh, voorzichtig. Willem. Oh, kijk wat aan. Hij beukte die paal omver, hè. Pit hem gewoon. Pit Mees gewoon. Pit hem. Niet te hard, maar pit hem. Ja, dit is je moment. Kom op, Willem. Nee! Ja, deze heb je verloren, helaas. Mees heeft gewonnen. Fuck!
Sorry voor de lag, jongens. Ik snap niet waar het vandaan komt, de lag. Ik snap oprecht niet waar het vandaan komt. Zo, Willem! Easy win. Fuck! Zo, hé, jongen. Wat ben jij voor een hersenloze? Die Willem is echt de hersenloze met rijden. Dit is echt bizar. Dit is echt bizar. Willem, hoe ging je opeens zo snel naar voor? Hey, dit gast. Is rigged. Je fucking reed ook bijna van die cliff af. Zo, gast, ik dacht echt, dit is mijn einde. Toen ik niet naar die cliff afreed. Hij reed ook gewoon bijna tegen je auto aan, jongen. Oh, oh shit, wat een gekke ben jij. Nee, hij is niet goed, jongen, die Willem. En die zegt... zegt ja? Dat hij goed kan rijden. Nah, nou, ik dat was groen op. Slechte broodje, rode peper. Ik heb net gewoon gewonnen. Ja. Ja, fuck you. Oké, okay, dan willen we eens een keer met jou meerijden, plaks. Hey, volgende... dat gaat echt fout aflopen. Bij de volgende is het geval eerst deze auto van Samuel. Dan ja? Ik en dan jij met je Luma. Oké, okay, waar is Piet nou? Ver uit ik het snelst. Samuel. Waar is Piet nou? Ik ga wel met Max. Piet is gewoon dood. Ja, ik ga ook met Max, want hij gooide opmerkelijk veel haat. Hij gooide heel veel haat. Ik ga niet aan de open kant, fuck you, man. Jij gaat er niet open. Jullie gaan hem allemaal mee, hè? Die deur zit er fictief nog in, dat is bescheiden, man. Nee, die deur is eruit. Ik sta niet in voor die volgen. Die deur is eruit. Hey, ik heb een handvatje, die handvat hier vast te pakken. Deze man heeft zoveel haat gegooid op mij net. Ik ga echt helemaal kapot rijden. Ik ga die hele auto kapot rijden. Doe ik weer aftellen? Ja, de hele auto gaat kapot. Anders moet ik eigenlijk aftellen, anders ga ik naar voren en pit ik hem. Ja. Doe ik wel, ik rij hierachter. Ja, hoor. Go. De auto hoor je, Marcus? Hoor ik Samuel, op go, oké. Okay. Toeter gewoon 3 keer, op de 3e keer rijden. Ja, prima, ik doe het wel trouwens. Oké, okay, ja, iedereen stil, misschien. Ja. 3. Janker. Zo is het. Ga je opbrengen, jongen. Oh, wauw! Max janken! Ik raak hem niet op mijn netvlies! Ik raak hem echt niet op mijn netvlies! Bochtenremmen! Let op, je moet je hebben! Oh, ja, prima! Oh, wauw, Marcus, wat kan jij goed rijden? Wauw! Bochtenremmen, bochtenremmen! Wow, wat een bocht! Max bij de bochtenremmen! Ja, hier remmen! Ik rem bij de bocht! Ik rem bij de bochten! Zongen, jongen, ik had die voorsprong! Ik raakte, ik weet niet wie ik raakte daar, ja, maar op mijn netvlies niemand. Nee, bij mij ook niet. Oh, hier kun je goed, hier kun je dadelijk volgas. Hier? Wel, gewoon een drift. Ja, volgas, volgas. Oh, drift, drift. Nee, ik ga vertrouw driften. Deze man niet met de drift, toch? Sorry. Oh! Oh! dit gaat goed, jongens. Weet jij gaat er zo eruit vallen, jongen. Oh. Ik heb mijn gordel aan, niks van me. Dit gaat prima. Oh! Pief op, dit gaat goed, jongens. Dit gaat goed. Dit kan. Dit ja, je hebt een SUV. Maak er gebruik van. Ja, ja, maar gast. Ja, nee, wacht. Ik heb zo'n muziek offroad stuk. Ik heb zo'n muziek offroad stuk. Oké, okay, Max, opletten. Even kijken. Ik zeg zo meteen wanneer je naar rechts moet janken. Hiero, rechtdoor. Maar nu die hersenloze auto rijdt, daar kan jij naar beneden. Ja? Hier, nu recht naar beneden. Recht naar beneden. Recht naar beneden. Ja, hier is nou op rechts. Ja, nee, rechts. Ja, janken. Nee, dit is prima. Dit kan. Nee, maar dit is lullig, man. Nee, dit is goed, dit is goed. Ik heb gewoon ziek af. Ja, dit is zo boos, hè. Dit is zo boos. Hoor je hem in de porto, of? Ja, jullie zit hier achter. Jullie zit er alweer achter. Janken. Oh. Ja, maar gast. Kijk uit voor deze bocht, hè. Scherpe bocht. Oeh, nee, dat ga ik gewoon vol gassen. Oeh. Oké. Oh Jordi! Jordi! Wat is met Jordi gebeurd? Oh, ja, bijna. Max, ja, we zijn klaar! Oh, fuck! Oh, ja, dit is klaar. Oh, kut, sorry. Oh, kut, sorry. Willem, gaat het? Willem. Hey, dit deed je goed. Oh, kut, sorry. Willem, gaat het? Willem. Oh, Willem, gaat het? Bert! Willem, ik hoor je niet. Ik hoor Willem niet. Ik niet. En ik hoor Bert ook niet. Bert, gaat het? Ik ben gechoqueerd. Oh, ik moet even zitten, jongens. Ik moet even zitten langs de weg. Oh, mijn god, jongens. slash A-sit. Ik ga even zitten langs de weg. Oh mijn god, dat is eventjes even vlogen. Gewoon over de kop. Oh, we vlogen gewoon over de kop. Oh, slash E, thumbs up, 2. Oh mijn god, jongens. Dit was nice, dit was goed. Willem!
Willem, gaat het? Willem! 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 Oh mijn god, Willem. Oh, ik moet even... Ik kan echt niet rijden! Oh, ik moet even zitten. Ik moet even rusten. Zo, Willem wordt getjoept. Oh, sorry. Hey joh. Oh, loopjes. En dan, Nou, kom. Stap in bij die auto van Jordi. Vindt hij leuk hoor, dit? Kijk bij Luma, jongen. Hij is helemaal kapot gewoon. Hij vindt vals in de... Hey, gast, ik vond over de denken. Kop gewoon. Oh, gast. Die hele Luma is kapot gewoon. Ik zag jou gaan, ik dacht, ja. Nu ben ik mooi. Gast, ik vloog de lucht in, jongen. Ik vloog de lucht in. Ik kwam niet meer bij toen ik dat zag. Die auto vloog de lucht in. Joh, je bent ook echt een stompje, joh. Een bed vliegt er dan net niet uit. Ja, met Jorrit al, jongen. Ik heb me echt... echt heel hard gelachen. Oh, dit was helemaal kut. Dit was helemaal kut. Oh, ik wil er gewoon even bij zeggen dat ik heel veel haat gooit in ermee. En dan gebeurt dit, en dan gebeurt dit. Jongen, jij op het begin dan in de achterkant. Ja, dat gebeurde niet op mijn netvlies. Huh? Dat gebeurde niet op mijn netvlies. €4,95 van Jason. Wel winnen, hier een beetje extra voor de XXS Connie. De XXXXS Connie. Hoop dat je het haalt. Dankjewel, Jason, voor de €5. Ik heb het niet gehaald, helaas. Het zal goed zijn om te horen dat Rick zijn idee was. Ik wil even kijken naar mijn Luma, hoe die eruit ziet. Wie heeft er nou gewonnen? Jij, hè? Ja, ik. Maar waar is Dinges? Kijk, ik wil even kijken naar mijn voorkant. Gewoon. Even. Oh, hij is wel gewoon. Huh? Hij ziet er weer goed uit. Ja, nee. Dat is vaak als je even weg bent. Maar hij mag gewoon door, hij is fictief nog kapot. Die is niet, daar kan je niet meer mee rijden. Ik wou net zeggen, die, is die is niet meer te maken. Ik ga wel even de wegenwacht bellen. Ik moet wel zeggen dat ik het erg leuke ervaring vond. Ja, is dat zo? Ja, ik vond het oprecht een leuke ervaring. Ik gewoon. Niet. Ik ga met een auto van 2,5 ton over de kop. Ja, dat was een leuke ervaring, man. Vaker doen. Nou, die auto is een keer op de tafelverzekering. Maar waar is Samuel heen dan? Want die zag ik toen ik net finish was, zag ik hem helemaal niet. Volgens mij is die al voorbij me gekomen. Oh. Nou, misschien is het. Oh ja, hij is er. En Pietersen zaken, denk ik. Ik weet niet zeker. Oh. Nou, dit was leuk, jongens. Ja, dit was top. Nee, het was niet leuk. Willem wil een revanche. Nee, toch Willem. Dit was top. Had Willem net gewonnen? Nee. Maar een revanche wil Willem wel. Dit was top. Maar wie had net gewonnen dan? Nee, Mees. Mees en jij en Rick. En Mees. Ja, en Mees. Okay. Ja, wij drie hebben gewonnen. Dit was goed. Mag ik willen meerijden voor de pret? Nee, want dit gaat echt fout. Nee, ik zit helemaal onder. Ik heb blauwe plekken. Ja, doe gewoon met z'n allen. Samuel, nu is de finale. Ja, nu de finale en straks gewoon met z'n allen. Oh, oké. Zag je maar liggen, Samuel? Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Nee, hoi. Zag je maar liggen? Even de ANWB bellen. Nee, kom maar gaan. Ja, die komt hier toch. Ik ben gewoon tweede gewoon. Ik ga tweede. Ja, ik was bijna tweede, want toen vloog ik over de kop. Ja. Hey, ik stap niet bij Jordi in. Ik wil bij. We doen het voor het team, Bram. Ik stap wel bij Rick in. Mees. Kom naar Rick. Goed zo. Hey, jij kan rijden, hè, Rick? Zeker kan ik rijden. Hey, Willem volgt ook. Wie gaat er nou voorop? Haast. Jordi, ja. Oh. Ik ging tweede. Ja, kopen, Mees. Nu zit Willem er ook bij. Willem gaat vieren. Nee, Willem. Stap hier gewoon in, Willem. Dit is de finale. Stap hier in, Willem. Wat boeit dat nou, jongen? Stap hier in, Willem. Ja. Zeg dat het voorzitter even zijn stem al hoog moet zetten. Moet je we horen je pik. Hoog zetten. Ik hoor hem. Ga maar. Ja, Rick. Hij hoort je. Okay. Ga maar. 3, 2, 1. Willem, jongen. Die Willem gaat mee. Oh, ik heb een goede keuze gemaakt. Ik ben net al gecrashed. Als hij maar niet zeker, de afgrond ingaat. Ik ben een professional. Kijk, hier kijk, Jordi. Hier, hier. Zo, kijk die Jordi de berm ingaan. Door Mees ook echt. Oh, door Mees ook echt. Hey, mijn hoofd komt door het dak heen, jongens. Ja, goede auto. Science fiction. Goede auto, dit. Hey, die Jordi die is zo mooi de berm in. Gast, niemand rijdt meer. Oh, jawel. Jawel, daar komen ze. Daar komen ze alweer. Of we wachten hier even en zetten er dan voor. Hey, doe rijdt gewoon. Doe die, zeker niet. Doe die ik ga winnen. Hey, ik heb geld nodig. Rick, doe bij die enge cliff een drift. Hey, nee, ja, man. Ja, dat kan je. Kom op, dat kan je. Hier vol gas en dan een drift bij die cliff. Gast, je bent gek, man. Dat kan je, dat kan je, dat kan je.
Hier, dit zie je, dat kan je. Dit ging gewoon goed. Dit ging gewoon goed. Er zit niemand dicht achter je. Je hebt gewoon letterlijk de tijd. Je hebt letterlijk de tijd. Er is niemand dicht achter je. Ze komen nu pas die hoek om. En de enige die ik zie is volgens mij Jordi. Die de berm in was gereden. Homo's. Dit vind ik leuk. Oh, fucking hell, jongen. Jongens, welkom allemaal bij de stream. We hebben 2700 mensen. Leuk dat allemaal zijn. Check of je bent geabonneerd. We brengen deze naar de 101.000. Oh, pas op, Pik. Nee. Dat kan ik niet met deze auto. En check even of je bent geabonneerd. Je naam komt boven in beeld. Je bent van harte welkom om te abonneren. Kijk, dit is een goede drift. Hé, ze doen dat wel. Ik kan op zich wel rijden. Kijk dit dan. Hey, fuck hem, man. Homo's. Ik zeg ook mijn middelvinger uit het raam. Of door het dak heen. Zo'n dikke flex heb ik naast je. Maar check even of je bent geabonneerd, jongens. Met van harte welkom. We gaan hem brengen naar de 101.000 en misschien zelfs de 101.100. Klinkt zoveel of meer dan bijvoorbeeld zoveel 97.000 of zo, maar gewoon 101.000 al gaan we vandaag aantikken. Hoe epic is dat? Hoe amazing is dat we de 101.000 aan gaan tikken vandaag? Dus iedereen, check even of je bent geabonneerd. Wordt hartstikke leuk. Hé, Meluma! Daar staat hij. Hé, Jordi is echt dicht achter ons. Wat ging ik graag door die fucking berm, jongen? Maar ik ging ook volle vaart die bocht door, hè? Ja, Piet was er bij mij toen, volgens mij net. Nee, dat was bij Rick. Toen viel die gewoon de cliff af, jongen. Wie? Piet. Ja, Piet die viel die cliff af, hè? Maar die heb ik niet meer gezien. Ja, wij wel. Ja, ik zat bij Bert, die is zo niet voorbij bocht 2 easy gekomen. Easy win, hoppa. Hoppa. Easy win, boys. Oh, Mees die was zo omgekeerd. Geen goed, hè, Mees? Of niet? Ja. Ja. Ik heb door Nashloos uit mijn auto getrokken. Echt? Hey, dit is leuk, Jordi. Hoppa, even ja, ik, en of ik lijp werd, jongen. Doe mee zeker, hè? Ja, even serieus, wat verwacht je in die bocht? En echt jouw tyfus. Echt jouw gorfies hey, maar wie de fuck beukte mij? Ja, dat was Rick. Ik heb helemaal niemand gebeukt. Hey, fuck hem, man. Jordi, je kan ook door de berg vliegen. Over de kop. Ja, dat ging ik ook gewoon. Ik was zo zagrijnig. Hey, daar hebben we Bram. Of Willem. Codenaam Bram. Maar nee, Willem. Geld. Ja. Geld zien. Ja, hier, komt ie. Er was veel verkeer. Ja, niet weer 1 euro, man. Hier, je moedervriend. Ja, hier, fuck out, man. Hoppa. Jongen, de helft is er al mee gestaakt. Het is gewoon één flop geworden. Nee, was wel leuk. Was wel echt leuk. Ik vond het wel echt leuk. Ik zat heel erg te veugen op die 8k, ja. Je hebt toch geen geld nodig. Je hebt het rijk genoeg. Ja, ik wou zeggen. Jij hebt, kijk wat voor scooter hier rijdt. Ja, dat is waar. Vespa Sprint. Hey, gaan we... Wat gaan we doen? Zullen we in contact proberen te komen met die mensen? Met die wappies? Ja. Prima. Wacht, daar gaat Willem even ze berichten. Met die vieze, weet ik wel wie het zijn, die dus Rambo's. Ze hebben je dus ontvoerd en nu bel je ze. Top idee. Nee, Willem bericht je hebt hun nummer of wat? Nee, Willem bericht ze. Hoe, hey, via meis? Twitter of zo? Als je live doet. Hoe heet ze nou? Hey, het gaat goed met je auto, Jordi. Mees, ben je lekker aan het... Dit is mijn auto. Dit is jouw auto. Gaat goed met je auto, Mees? Hé, hey, ja. Wat gaat het... Eerst zelf het land gaat heel goed. Degene die een vuurwapen hebben, of een vuurwapen, ja. Die moeten hem even pakken, want we willen ze bedreigen. Oké. Okay. Ik heb hem bij, maar niet bij me, maar ik kan hem wel ophalen. Ja, oké. Sowieso een beetje bedekte kleding aan. Ja, wat is een leuke locatie? Ja, ik zou die Rambo wel niet vertrouwen, man. Wacht, doen we de locatie waar de balers klaar stonden voor ja, dat maakt wel gevangenis. Vind ik prima. Maakt wel veel herrie, maar vind ik prima. Dat schreeuwen we gewoon. Dat schreeuwen we gewoon. Precies, oké. Okay. Zeg maar de locatie waarbij... Ja, oké. Daarbij spreken we af. Ik heb een honkbalknuppel. Kom dadelijk. Dat is volgens mij hier. Iedereen een potel aan. Hey, Willem, laat even jou stappen. Laat me checken of de navigatie goed staat. Laat me in de kofferbak, neef. Oh. Staat mijn navigatie goed, Willem? Hey, ga er uit. Ja, navigatie staat goed. Hoppa. Nee, jij kan niet rijden. Hey, staat mijn navigatie goed, ja? Ja. Top, oké. Okay. Rij eerst even naar mijn huis. Eerst gordel. Eerst gordel. En dan huis. Oké. Okay. Let's go. Oh. Willem zal ze ondertussen even berichten. Kan jij naar je huis gaan? Ja. Oh, ik kan ook gewoon omwisselen van stoel. Maar ja, idioot. Goeie. Ik ben in de achterbak. Kofferbak. Momentje. Hey, zou ik weer street racen? Kijk, let op, hè. Let op deze drift. Max. Nee. Let op deze drift.
Zieke drift. Dat is echt een kutdrift. Waar gaat de navigatie nu naartoe? Naar mijn huis? Of? Ik weet het namelijk niet. Of nog steeds naar die gekke... Nou, ik denk naar je huis. Ja, het zal wel. Je weet ja, ik weet wel ongeveer waar mijn huis is. Dat is prima. Flitspaal. Ik ga je laten flitsen, Willem. We gaan op de foto. Dan we gaan op de foto met de flitspaal. Nee! Wat is dit langs de weg? Wie zou het dit? Samuel. Oh. Samuel. Dan doe ik even de koffer open en dan lach kleding. Ja, kleding. Oh ja, dat is goeie. Zo, dacht even dat je van het heuveltje af ging rijden. Nee, ben gek. Doe even bedekkende kleding aan. Ja. Oké, jongens, we gaan dus mijn gun ophalen en dan gaan we even mensen bedreigen die Willem ontvoerd hebben. Dat ze gewoon even, even op moeten rotten en iets zo moeten doen. Denk ik geen idee. Ik heb geen verstand van de situatie. Even kijken of ze in de stad zijn. Ja. Is dit prima? Je ziet wel nog mijn gezicht. Ja, dat is niet erg. Maar ik kan ook een helmpje opdoen, dus... Precies. Gaat voor maar goed. Het waard op. Hey. Hey. Hoi. Dank je, jongen. Oké, okay, let's go. Oké, okay, Willem heeft ze gebericht. Gebericht. Ja, we wachten even op Jordi, die daar in de kofferbak gaat. Jordi moet even in de kofferbak. Zit hij? Ik moet in de kofferbak. Oh, zijk. Stap in dan. Ja. Oké. Okay. Afspreken bij Sandy Sorg's garage. Met hun? Nee, met de gang. Oh, met de gang. 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 Bewapend en al. Top. Sandy Sorg's garage. Zijn je flitspalen? Zullen we even de foto gaan met de flitspaal? Blijft er mooi mooie uitspraak. Zolang je maar niet de auto zo, kapot zo lekker ligt er niet in. Kijk, oké, okay, hier is het, zeg ja, maar. Ja, die navigatie die staat prima, dus dan rijden wij gelijk door. We rijden nog steeds verkeerd. Oké, okay, maar hier kan je zeg maar, hier in dit gebied kun je... Hoi. Ja? Hier in dit gebied kun je ergens verstoppen. Ja, dat is prima. Ik verstop me wel waar wij toe. Ja. Jij met Gunt terug gaan, weet je nog? Ja, dat is hier achter niet... ons. Oké, okay, wacht. Willem heeft echt een perfecte spot. Hier zit ze zo meteen, oké. Okay. Ja, wacht. Daar gaan we zo meteen naartoe. Ja. Oeh, ze schrik me rot. Niet dat hij ons aan zou rijden, maar ik schrok gewoon. Holy fucking shit. Kutrek, jongen. Dat rijdt echt als een debiel. Ja, wij ook. Moet je zien hoe hard we gaan 200. Oké. Okay. Ja, je mag hier 50. Geen boetes eruit. Flitspaal. Zo, we gaan hard. Hiervoor zou ik mijn rijbewijs kwijtraken. Ja, dat zou wel. Nee, rustig. Ik rijd toch rustig, jongen. Dat is zo, ja. Hier, we zijn gewoon bijna bij mijn Willem huis. Willem was net ook aan het driften, jongen, in die bocht. Die Willem, ja, jongen. Kwam op zich wel goed. Die Willem die drift gewoon. Alleen maar. Willem kan best goed rijden. Oh! Ja, heel goed. Dat was een hersenloze. Heel goed. We zijn bij de voordeur van meneer, sorry dat ik... What the fuck, ik kan mijn haas niet in. Sorry dat ik je huis heb bestormd. Yo, Max. Gast, kijk die hersenloze die ineens naar links gaat, jongen. Ik had gewoon voorrang. Ook al ging 200. Ik had gewoon voorrang. Maar dit is echt zo erg. Nou, oké, dat ding rijdt niet. We staan bij de impound, dus dat is prima. Dus nou pak ik maar R7. Prima, Willem zet hem beschut neer. Ga naar binnen. Nou jongens, we zijn keihard gecrashed, maar we gaan naar binnen. Er is niks aan de hand verder. We gaan gewoon mijn gun pakken. Oh mijn god jongens, 2800 mensen die meekijken. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Welkom bij de stream. Check even of je bent geabonneerd. Uit je kast pakken. Huh? Oh, ik heb hem al. Kijk. Huh? Dus prima. Helemaal prima. We gaan hem misschien, we gaan hem misschien niet eens gebruiken, maar hij moet gewoon voor puur dreigement moet hij er zijn. Hij moet er gewoon puur voor dreigement zijn. Zo. Hey, waar is je auto? Ja, weg. Hoe dan? Huh? Eventjes om de hoek gereden, staat daar om de hoek. Oh, die heeft... Oké, okay, prima. En nu pakken we deze auto. Dit is mijn bedrijfsauto, kom. Ja, die staat hier altijd. Nee, kom. Dit is mijn bedrijfsauto. Dat zal wel, ja. Nee, oprecht. Hiermee rijd ik gewoon, weet ik veel. Ik kan mijn R7 ophalen, zal ik dat even doen? Kan je doen. Want de Luma die is natuurlijk gewoon kapot. Dus die kunnen we even niet pakken. Hij is kapot. Heeft u twee... Wat zei je? Ik snap geen reden wat hij doet. Maar we gaan iemand bedreigen, jongens. Willem is namelijk ontvoerd door twee gasten. Ze heten Rambo van hun achternaam. En we gaan hun allebei even bedreigen. Over het feit dat ze Willem niet nog een keer moeten ontvoeren. Want dat is niet helemaal de bedoeling. En dat ze Willem eigenlijk gewoon met rust moeten laten. Dus dan gaan wij een gun op hun hoofd richten. Even van, hey, jij daar. Hallo, meneer. Niet meer doen. Niet goed. Niet leuk.
stop daarmee. En that's it, letterlijk. Kom, stap in. Ja. Yeah. Oké, okay, en dan nu, waar gaan we heen? Naar die plek? Garage. Of naar de garage? Afspraak bij garage. Ja. Prima. Nou, hoop, hij heeft nog steeds geen reactie. Zo, kan ik snel wegrijden als nodig is. Hoppakee, top. Je hebt geen reactie, Willem. Nee, nog steeds niet. Waar heb je op met ze gepraat? Hoi. Oh, Willem heeft eindelijk een reactie. Oh, top, top, top. Moment, Willem gaat even rijden. Waar is Jordi? Wie is dit trouwens? Is dit Dickert? Ja. Wat heb jij voor outfit aan? Ja, lelijk, hè? Wat is dit? Shit the fuck up. Ik doe ook al mijn dingen stop, dan herkennen ze niet wie wie is. Vind ik top. Oh, verkeerde. Zo. Momentje. Bob. Ik kom mijn baard eronder uit. Nee, maar ik denk dat het dan verstandig is als we niet met z'n allen daar gaan staan, want dan durven ze meteen. Nee, maar daarom, we moeten pas als Willem alleen staat en Willem eigenlijk een teken geeft. Bijvoorbeeld ja, hoesten of zo, twee keer hoesten of zo. Ja, ja, dan komen we. Want dat kan gewoon van alles betekenen als je twee keer hoest. Daarom. Ja, dan zou je eventueel die deuren kunnen afsluiten en dan langzaam naar binnen lopen. Ja, klopt. Ik, wie is dit nou weer? Ja, Sandy Garage. Oh, ik doe even mijn porto weer aan. Hoppakee. Mijn porto staat ook weer aan, jongens. Rick, jongen. Hij blijft ook maar doorgaan. Kut, Tesla. Ja. Maar dan gaan we, jongens. Dan gaan we. Waar spreken we met die gasten af? Althans, waar spreekt Willem met hem af? Hoi. Op die plek waar de ballers stonden, weet je. Oh ja, klopt, sorry. Klopt, daar hadden we het net over, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Willem heeft de locatie verstuurd. Er is één container in, of op het terrein. Daarbij stelt Willem voor dat iemand daar met een vuurwapen in gaat. Plakkers of, ja, ik ga er of iemand, ik weet ga ik veel. Oké. Okay. Voor de rest, de smoes is dat Willem ze toelichting geeft over de onderwereld. Ja. Maar eigenlijk gaan we ze overvallen en het duidelijk maken. Maar Jordi kan er in principe bij. Als Jordi er gewoon bij is, hij heeft ook vuurwapen. Dan heb je gewoon die extra. Ja. Reflex je even extra hard op ze, weet je? Dat ze gewoon op moeten roepen. Ja. Maar kunnen we niet even kijken of er gewoon meerdere stopplekken zijn? Dat als we daar eenmaal zijn, dat ja, gewoon dan moeten we gewoon wel nu gaan. Dan moeten we nu gaan. Ja, locatie. Kom, let's go. Heeft de locatie verstuurd. Stappen in naar de inbound car. Heeft. Iedereen heeft de locatie, toch? Ja, iedereen weet wel waar het is. Ja. Wat als ze de locatie doorlullen aan de politie? Dan blijven jullie gewoon op afstand. Daarom gaat trouwens Willem wel alleen. Ja, ja. Goeie. Dat lijkt me best. Als er één iemand staat maar dan kan één iemand een stoppetje spelen met een gun. Ja, precies. Maar die moet dan wel goed verstopt blijven. Wat ook kan is dat de gun iets verder in een bergje ligt of zo, in een bosje. Dat de rest er wel is, weet je. Maakt eigenlijk niet over. Oké, okay. Ja. Er is ook een codewoord voor als jullie binnenvallen, als iedereen er is. Dan zegt Willem via de porto, kunnen jullie even wat stiller zijn? Of gewoon, ik zet de porto even uit, of zo. Ja, dat is goed. Dat kan ook. Doen we dat. Als het over de porto gaat, gewoon binnenvallen. Dat. Ja. Goeie. Oké, jongens, nou dan gaan we. Daar is hier heel veel terrein omheen, zeg maar, voor de ingang. Dus daar kun je goed verstoppen. Dat geldt voor iedereen. Zoek maar een plek op. Jouw auto, mijn auto is even is jouw auto. Is ook niet ergens op het terrein? Dus op het terrein is één plekje, wat ze niet gaan vinden. Daarom gaat Plakkers daar zitten met een vuurwapen. Oké, kan je niet ook hier naar boven klimmen dan? Wat? Hier naar boven klimmen. Kom. Ja, dat moet je zelf weten, zolang je maar niet gezien wordt. Kijk, ik doe mijn auto niet op slot, Willem. Dan kan jij gewoon instappen wanneer het nodig is. Kijk hier. Oh, goeie, oké. Als je hier achter gaat zitten, ja? Dan kunnen ze je niet zien. Echt niet, onmogelijk. Oké, die kan ik niet achter. Sowieso hier zitten? Hier is prima, toch? Als je dan gewoon, weet ik veel, de prone. Nou, doe ik prone inderdaad. Ja, Oké, prima. En dan, wat was codewoord? Codewoord is, kan de porto even wat stiller? En komt iedereen dan, of kom ik alleen? Ja, dan komt iedereen. Oké. Ik zeg geen woord, ik hou mijn mond stil, want ik wil niet dat ze mijn stem herkennen. Ik heb hier een Tesla weg, Rick. Tesla weg. Ja, dat weet ik. Hey, ik wil even snel kijken. Willem, ja? Ik zeg geen woord, ik richt gewoon mijn gun en doe jij gewoon het woord, oké? Want het komt echt namens jou. Ja, ik ben echt gewoon jouw mannetje die even de gun richt. Ja, oké. Top. Nou, zorg dat je niet te zien bent. Oké, ik ben we niet te zien nu. Kwart over hebben we afgesproken. Ja. Zorg dat je niet in zicht bent. Oh, kwart over. Zo, kwart over. Dat duurt echt nog veel te lang. Ja, maar we moeten toch wel een goede. Oké, dus.
Makkers die staat achter Willem voor als het fout gaat. Ja, ik sta achter Willem. Willem die zegt via de porto. Kan de porto even wat stiller? Dat is de codezin, zeg maar. Dan komen jullie allemaal en houden jullie zonder schot. Ik ook. Wapens. Iedereen. Ja. En zorg een beetje dat je timet met de rest, Max. Want jij bent er natuurlijk eerder. Ik zit helemaal van boven. Ja, ik zit in een bos. Oké, jongens, we gaan dus afspreken met ze. Ik ben heel benieuwd. Kijken, kleine pin aan de 3 euro. Hierbij doneer ik 2 euro. Zo kan je altijd een crackie lokken. Dikke crackie lokken. Verdacht, dan moet je het melden. Dikke shout-out naar Jason, Kian, Shane en Joey. Ik had het namen allemaal goed uitgesproken. Dankjewel voor de 3 euro donatie. Ze komen sowieso weer spotten. Ja, als ze slim zijn. Ja, precies. Maar ja, iedereen moet nou wel in positie zijn. Nou, we gaan het zien, jongens. We gaan het zien. Ik klim nu naar positie. We gaan zien hoe dit gaat aflopen. Ga ze even bedreigen, dat ze gewoon... Ja, zal niet meer praten als inzicht. Dat moeten stoppen. Okay. Dat ze gewoon moeten stoppen. Even totdat ze allemaal er zijn. AK-47, die hebben we niet, jongens. Die hebben we niet. Die hebben we niet. 5 minuten wachten, ja, dat gaan we nou niet doen. Ik kan niet zeggen dat ze eerder moeten komen of zo. 50 of kwart over, jongen. Ja, zeg maar dat jij er al gewoon staat, als iedereen klaar is. Okay, we pakken in ieder geval al mijn gun. Rikker zit je. Ik ben hier. Zien ze daar nou? We pakken letterlijk alvast mijn gun als er nog iets in opstaat. En dan als Willem zegt, kan de porto wat stiller? Ik check. Check. Top. Nou, ik ben aan het inchecken. Ben, zie je dit? Nee toch? Mag eens wel naar je huis gaan, hè? Het is avondklok. Ja, niet in Roeveen. In Roeveen hebben we geen avondklok, gelukkig. Als ze er echt op kijken, ja. Ik ben aan het inchecken, boys. Vanaf beneden. Ik ben van boven. Dat is niet moe. Ik ben erg moe vandaag. Ik weet niet wat het is, maar ik ben erg moe vandaag. Ik ben even snel mijn hoofd legen. Bier uit bed. Schieten. Even knipperen waarschijnlijk. Ik ook. Maak zelf uit, jongen. Koop LMG. Ja, jongens, dat kan niet zo makkelijk. Dat is dus het ding. Je kan niet zo makkelijk zo'n wapen kopen als dat je denkt. Plakkers. Ja? Spannend, hè? Hoor je mij gewoon nu? Ja, heel zachtjes. Oké, top. Houden zo. Als jij gewoon zegt dat ik kom, dan kruip ik hier gewoon uit met de gun op zijn gericht. En als ze 1 verdachte beweging maken, een mobiel pakken, dan moet jij gelijk tegen ze zeggen dat ze die weg moeten doen, anders hebben ze een probleem. Ja. Oké? Okay? En dan moet de rest ook komen. Ja. Top. Want ze mogen echt geen politie bellen of zo, ook niet... Nee. Maar als politie komt, ben jij weg. Willem is namelijk onschuldig. Dat klopt, maar dan moet ik wel in de auto stappen en wegrijden. Ja, dat is niet erg. Hij staat open al. Ja, oké, dan komt goed. En die dat ik echt een goede vluchtauto heb, dat is een beetje ding. Ik heb niet echt de beste vluchtauto. Blijf boven op de container staan. Willem. Ja? Ik kan ook boven op de container blijven staan. Nee. Dat valt eraf. Wel eraf. Nee, maar ik bedoel, op het moment dat, zeg maar, dat ik eruit kom, weet je. Kom eens wat eerder of niet? Ja, dat moet je zelf weten. Ja, ik kom al naar beneden. Dat is intimiderende, dat die gun dichtbij staat. Moet je zelf weten, plakkers. Komt goed. Willem? Wat is er? Kom eens wat eerder, of niet? Geen idee, Willem heeft zijn bericht. We zien het vanzelf wel. Dan moet ik samen op Willem. Ik ben benieuwd. Ik hoop niet dat we elkaar over moeten wachten. Ben je met een voertuig? Dat zou niet leuk zijn. Ja, ik zit in mijn motor. Nou, zeg maar dat je snel het terrein op kan rijden. Ja, ik ga denk ik bij tanks staan. AK 47. Koop AK, jongens. Ik kan niet zomaar een AK kopen. Dat is een beetje het ding. Ja, goed. Dat is een beetje het ding. Dat is een beetje het ding. Mijn jongens. Wat een stream alweer, hè. We hebben gewoon consistent bijna 3000 kijkers. Hele tijd bijna 3000 kijkers. Verder. Hebben we bijna die 101.000. Wat insane. Wat insane. Dat we bijna die 101.000 hebben, jongens. Dat slaat echt nergens op. Dat is echt veel te insane. Wat gaan ze doen? Oké, jongens, voor de uitleg. Willem is ontvoerd door 2 mensen. Door Diego... Rambo en Willem Rambo heten ze met z'n tweeën. En Willem gaat nu met ze afspreken om hun wat criminele informatie te geven over de onderwereld. Maar wat we eigenlijk gaan doen is dat ze hier komen en dan gaan we ze gewoon intimideren. Niet schieten, niet pijn doen. Gewoon even zeggen, niet meer Willem ontvoeren, niet meer zulke dingen bij ons flikken. Want anders ben je dood. Weet je, daar komt het eigenlijk op neer. We gaan ze gewoon heel even... weet ik niet. Gewoon letterlijk even intimideren op hun vingerstick of zo. Geen idee. En dat is de uitleg, dat gaan we dus nu doen. Maar ik blijf maar gapen, ik weet niet waarom. Hallo? Ik weet niet waarom ik maar blijf gapen. Hoi. Zijn ze er al? Nee. Zo. Ze zijn er nog niet. Ik heb dorst, jongens. Holy shit. Ik niet meer reageert als jullie vragen hebben, dan weten jullie dat Willem in contact is met ze.
Hey, okay. Hoest gewoon even via de porto als... Nee, dat valt te veel op. Ja, okay, Willem gaat niet naar de porto grijpen. Oh, wacht. Ga dicht bij die container. Hoor je mij, Willem? Hoor je mij? Willem, kom iets dichter bij de container. Dan hoest je gewoon normaal. Dan hoor ik het. En dan vertel ik via de porto in fluistermodus dat ze er zijn. Lijkt me wel goeie. Oké. Okay. Hoor je Willem nu normaal? Ik hoor je normaal. Wacht. Alleen even kijken als je hebt fluisterend modus zet, Marcus, okay. Dat Willem het niet hoort. Ja, ik heb nu fluisterend modus staan. Oké, okay, en hoor je Willem nu? Als ik gewoon praat? Ja, ik hoor je. Oké, okay, top. Dan hoest Willem wel als er zijn. Hoest maar 3 keer of zo. Geen idee. dat is prima. Oké, jongens, dus dat is een goeie. De 3 keer hoesten, dan weet ik dat ze er zijn. En dan kan ik gewoon... Hij is nu aan het typen. Leuk zeggen van, hey, we komen tegen de guys van ze zijn er. Een helikopter in de verte, dat is niet waar, jongens. Helikopter is niet in de verte. Welk geluid? Als je hem aanzet, willen jullie zeker doen. Als je er 3 keer een geluid hoort. Ik weet het niet. Als Bram, die staat dicht bij de container, dus ik hoor hem gewoon normaal. Als hij 3 keer hoest, vertel ik aan jullie dat hij er is, zeg maar. Oké, okay, ik wou zeggen, ik wil dat poepgeluidje helemaal niet aanzetten. Nee, het poepgeluidje hoeft niemand aan te zetten. Oké, okay, top. De Dutch owners met 3 euro. Ik wil poepen met Willem. Nu, of niet? Ik hoor Willem, prima. Oké, okay, ik wil poepen met Willem. Nou, de Dutch owners, dat mag. Dat vind ik helemaal prima, maar boeit het niet zoveel. Dankjewel voor de 3 euro. Ik Willem dat hij op precies 21.09 op de locatie zijn. Hoeveel ze komen? Nee. Mike met de 3 euro. Yo, je maakt superleuke en spannende streamvideo's. Veel succes met de stream. Waarom ga ik nou? Verder, dankjewel voor de 3 euro donatie. Nee, ik ben gewoon moe. Ik weet niet wat het is. Ik ben gewoon ontzettend moe vandaag. Ze willen niet benaderen. Ik ben gewoon ontzettend moe vandaag. Okay. En ik weet niet hoe dat kan. En waarom. Trouwens, Marcus, als ze jou vinden, dan zegt Willem het ook. Dan komen ze snel en hou jij ze gewoon onder schot. Prima. Desnoods doe je take hostage, zeg maar. Ja, is prima. Nou jongens, ik ben heel benieuwd. Mees moet de AK pakken. Mees heeft toch, ja, ik weet niet of hij die nog steeds heeft, dat is het ding. Ik weet niet, dat was volgens mij voor het scenario, voor de lol hadden we dat. Voor de meme deden ze dat volgens mij meer. Dat was wel leuk, gewoon voor de meme. Was dat gedaan. We zijn al anderhalf live. Ik hoor Willem nog steeds. Oké. Okay. Top. Weet je wat Willem dan doet? Nou? Willem gaat hij tegen me aan. Hoor je mij, Willem? Dat is cool, weet je. Oké, ik hou het ook een beetje in de gaten. Ik ben benieuwd hoe ze gaan reageren hierop. Ik ben heel benieuwd hoe ze hierop gaan reageren. Oh, dat is vreselijk dat ik gaf. Ik proon hem hier, dus ze kunnen me in principe niet zien. Hier, dus dat is echt top. Dat is gewoon echt top dat ze me hier niet kunnen zien. In welke provincie woon je? Ik woon in Noord-Holland. Ik woon in Noord-Holland. Bonk. Vraag of ze bewapend zijn, ja. Dat kan inderdaad. Er is zelfs politie voorbij. Oh, kut. Samantha, 1 euro. Meerdere en achtervolging. En meisjes en makkers van plakkers. Het zijn 3 A6'en die achter niks aan zitten. En meisjes en makkers van plakkers. 3. Ja, maar een hartje. Dankjewel Samantha voor de 1 euro. Dankjewel Samantha voor de 1 euro. Dikke shout-out aan jou. Daar komt gewoon neer. Ik weet niet waarom ik zo aan het brainfarten was. Bijna 3000 kijkers, jongens. Welkom allemaal bij de stream. Check even of je bent geabonneerd. Je naam komt boven in beeld. Andere kant, boven in beeld. Check even, dan gaan we deze week naar... Hij is traag aan het updaten, maar ik weet zeker dat we eigenlijk al die 101.000 hebben. Dat kan je op YouTube zien. Dus als je mijn pagina refresht op YouTube, kunnen we zien of we die 101.000 al hebben. Hebben we hem al of hebben we hem niet, die 101.000? Wat willen jullie eigenlijk met hem doen? Bedreigen. Duidelijk maken dat ze dit niet nogmaals moeten doen. Mag ik ook schoot in been schieten? Ja, als we weggaan misschien. Mag ik dat doen? Okay. Ja, doe maar. Ik heb nog meer kogels namelijk. En ik vind het gewoon leuk. Doe maar niet. Gewoon in zijn bovenbeen. Niks vitaal. Niks vitaal. Okay. Allebei eentje. Maar wat nou als de politie toevallig om de hoek was? Dan hebben wij een probleem. Maar schiet ik die politie ook? Schieten we die politie ook neer? Ja. Akkoord. Jezus. Ik ga akkoord. En dan een enge loesje gooien op skateboard. Nee. Ah, we hebben hem helaas nog net niet, jongens. Maar dan zometeen. Dan vertrouw ik erop dat we hem zometeen halen. Oké, jongens, als het goed is zijn ze er over 2 minuten. Hè? Als het goed is zijn ze er over 2 minuten. Als het afgesproken is. Nog niet kwart over. Precies. Ze zouden er over 2 minuten zijn. Precies 21.09. Wie zei dat? Willem. Ja, dat stuurde ze Willem in ieder geval, okay. Maar dat weten we niet zeker. Ik zie wat jij niet ziet. En het is rood. Jouw dood dadelijk.
Nee, de container. Ik wist het, kut Willem. Nou, nu hebben we hem wel, jongens. We hebben hem 101.000. Dank jullie al voor het abonneren. Net op de seconde. Leuk dat we hem hebben, jongens. 101.000. Deze moet even updaten dan. En dan zitten we gewoon al iets voorbij die 100. Daar zitten we al bijna aan doen. 1% van die 200.000. Zo. Zitten we dan. Stop even met kleuren. Rick, welke kant kijk je eigenlijk? Links en rechts. Ik kijk zeg maar naar de... Ik krijg een mailtje. Ik kijk zeg maar naar de straat dat je richting de stad gaat. En richting de straat dat je richting Sandy gaat. 101.000, jongens. Wat een hype. Zit jou gewoon... Dit gaat langzaam door die subscribers, hè. We gaan langzaam door met die subscribers. Ik zie een auto verderop staan volgens mij. Bert, als jij naar rechts kijkt, zie je daar ze zeggen dat ze een politieachtervolging hebben. Gadverdamme, joh. Oh, maar god, alleen staande houding. Laat maar. Oh, staande houding. Oh, dat zijn die A6's, die zijn dichtbij. Zorg dat ze niet gevolgd worden. We hebben hem, jongens! Zien we dat gelijk, dus dan gaan we gelijk actie ondernemen. Als ze gevolgd worden, ja, dat is mooi. Jullie staan helemaal bovenop, zeker, hè? Nou, ik sta bij een tankstation. Ik sta bovenop. Ja, maar ze zijn er zo, dus. Oké, prima. Oké, jongens, als Willem 3 keer hoest, betekent het... Ze zijn er, dan vertel ik het. En als... Willem zegt... ik zet de porto even uit via de porto. Dan betekent het dat we naar voren kunnen. Dan kunnen we met de gun gaan richten en dan wordt het feest. Dan wordt het leuk. Laat iemand met de gun achter komen. Dat ga ik doen. Dat ben ik. Ik ben deze keer de gun guy. Vind ik wel leuk. Vind ik wel leuk deze keer de gun guy te zijn. Een keer een andere taak. En dan gewoon staan in mijn handen zo. Intimiderend. Dan kunnen we een keer de gun richten. En intimiderend zijn. En een kogelschot in zijn bovenbeen lossen. Dat vind ik ook wel een erg leuke. En dan hele enge loesoe. Dan gaan we gone. Dan zijn we gone. Xavier ten Wolde. Vraag aan Mees of hij nog een auto heeft gescoopt. En leuke stream. Ben er vanaf het begin al bij. Zal ik zo meteen doen. Dankjewel Xavier voor de 4 euro donatie. Dik zei dat jou, man. Dankjewel voor de 4 euro donatie. Ik merk heel erg dat ik moe ben vandaag, jongens. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet hoe. Ik heb niet zoveel gedaan voor mijn gevoel. Ik heb een nieuwe vis gekocht. Vandaag hebben we 4 vis erbij. Hij is super lief. Hij heeft 1 groter oog dan de andere. Maar verder heb ik niet zoveel gedaan. Ik ben gewoon moe. Ik ben gewoon echt moe vandaag. Het is een beetje raar. Ik snap het niet. Ik snap niet waar dat vandaan komt. Dat moeie gedoe. En we hebben 3000 kijkers, jongens. Let wie er allemaal zijn. 3000 kijkers. Ik hoor het inderdaad ook. Dat lijkt je uitgezet. Ja, ga ik ook even doen. Ja, het spannend jongens, het begint zo meteen. We zijn echt aan het wachten tot die guys er zijn. Ze zijn eigenlijk al een minuut te laat, maar omdat ze staande gehouden werden, dus ze zijn nog bijna onderweg. Wat duurt het lang? Wat een lullo's, jongen. Nou, ze rijden... Ze denken dat ze wat opzetten. Ze rijden in een Luma, nee. Toch? Geen idee. Oh, wat zijn die gasten traag? Weet je wel, in welke auto ben je ontvoerd dan, Willem? Op een motor zelfs. Ben je dan niet gewoon vrijwillig opgestapt? Dan ben je ook diep gezag. Gozer, Willem had letterlijk een mes op zich. Hoe kan iemand Willem een mes op je hebben? Gozer. Ja, oké. Sorry Willem. Had je hem niet gewoon van zijn eigen motor af kunnen tellen? Vierde vis, grote oog. Ja jongens, hij chillt hem lekker. En als het goed is, even kijken. Hij is knijterhard aan het chillen. Dat is het. Hij is echt kapot hard aan het chillen in het aquarium met de rest van de vissen. Hey, rustig. Die anderen zijn van een nieuwe plant aan het eten. Niet... Het is leuk om al vissen om te hebben. Ik heb nooit gedacht dat ik vissen zou hebben. We hebben uiterlijk 21-15 afgesproken, dus het maakt niet zoveel uit. Jongen. Jut. Ik krijg een beetje kramp in mijn tenen hier. Je tenen. Van alle plekken je tenen. Ja, ik lig op mijn buik. Mijn tenen moet ik even krom houden. Oh. Denk ik. Dus jij bent binnenkort... Denk ik. Ja, nou, je bek Willem. Dus binnenkort zijn je tenen bananen. Misschien. Ze draaien naar de zon. Oh, de stream heeft ook al 25.000 afspeelinstanties. Dat vind ik ook wel heel leuk. Hoe heet de vis? Hij heet Bolly. Omdat hij een bol oog heeft, hebben we hem Bolly genoemd. Helemaal voorop. Genoemd, ja, goeie. We hebben hem Bolly genoemd. Sorry,
dinges, jongens. De vis is één groot oog. Ik kan hem zo meteen aan het einde van mijn stream kan ik hem wel laten zien. Jouw leven. Mijn nieuwe vis. 3100 mensen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Overleden. Welkom bij de stream. Zo meteen gaan we de gun richten. Alleen we wachten nog steeds op die stomme gasten. Ik heb alleen maar grappen die niet van toepassing zijn. Ja, dat heb ik dus ook. Hoe is Hans Kazan overleden? Nou, ik heb hem opgegeten. Nee, overleden door een tovertruc. We noemen haast. Oké. Hij is overreden door een tovertruc. Ja, oké. Snap, jammer. Willem heeft hem leuk. Hoe noem je een mol met een erectie? Een erectie? Piemol. Het niveau daalt heel snel. Sorry. Wat is het verschil tussen fiets en Willem? Willem laat zich ook altijd rijden. Nee, Willem moet je harder trappen. Willem moet je harder trappen, vind ik een goeie. Wat de... Oké. Sorry, Willem. Fuck jou. Kut grappen. Oh, het is jongens, grappen zijn... plakt. Nou... Kermit, de sticker. Jou op, jongen. Lachen, zeg. Jerry, Willem en Mees zitten in een auto. Wie rijdt er? De politie. De politie. Vond ik ook wel goeie. Ja, die... Die ken je al helaas. Op de wat, rent hier een hond, ouwe. We zelf een hond. Gooien. Oké, okay, ik ga... dood. Ik ga een grap van Bert gooien. Okay. Hey, wat? Deze gooide Bert in mijn... Gooi dan. Hoe is zo? Gooi dan. Wat is de gelijkenis tussen Samuel en Mees? Ze hebben allebei een jonge stem. Een wat? Volgens Ido, een jonge stem. Een jonge stem. Eenmaal was jij uitgekozen hoor, dat weet ik niet. Ja, maar dat begint al niks met de stem te maken. Lang. Ja jongens, ik weet het duurt ontzettend lang. Kijk. Ik zet het ook wel echt aan. Hier is mijn brein even aan het kraken. Het duurt zo lang. Ja, het is weer zo lang. Zijn ze er nou al, jongen? Dit duurt echt lang. Duurt lang. Rijn hier met de 3 euro, wat zijn we dan? Ja, we gaan die guys intimideren omdat ze aan het kloten waren. Dan weet ik al waarom ze niet komen. En weet ik veel wat. Piff ik nou, jammer dat ze er nog niet zijn. Ze hebben nog letterlijk 1 minuut en dan ze... ja. Hè? Piff ik gewoon jammer. Nou, nog 9 seconden volgens mij. Dit is erg jammer jongens, dat ze er zo lang over doen dat ze, voordat ze er pas zijn. Oh, het gaat allemaal een beetje traag vandaag. Bam. Nou. Ik ben even mop aan het bedenken. Gelukkig nieuwjaar. Nou oké, okay. Ze komen nu. Ja? Ze zijn nu aanrijdend. Okay. Weer over 20 minuten? Hou je blik. We komen ze van het Polito of? Nee, ze waren bij de landsuper, zeiden ze. Hoi! Hey. Er is toch niks meer te koop. Bij de 3300 mensen zijn eindelijk echt onderweg, jongens. Het blijkt nu dat ze echt onderweg zijn en dat ze er bijna zijn. Wat duurt het lang? Ik weet het. Oh my days, wat zijn die gasten traag. Maar als goed is zijn ze er bijna. Ze zijn te laat, dus we gaan ze ook nog eens zeggen. Kom volgende keer niet te laat. Dat is ook door wel een dingetje. Welke Pokémon word je verkouden? Pikachu. Godverdomme. Hey, Willem, zeg ook gelijk even tegen zodat ze niet meer te laat moeten kopen komen voortaan. Welke planeet is heel blij? Aardbei. Nee, Jupiter. Jupiter. Oké, die vond ik wel leuk. Jupiter. Jupiter. Duurt lang, ja, ik weet het. Maar het gaat bijna gebeuren. Elk moment, hoop ik. Gok ik. Ja, pak eens, het is dadelijk zover. Echt. Was verschil tussen mees en een bord? Wat is de overeenkomst tussen mees en een bord? Ik kan hem kapot gooien. Nee, allebei hetzelfde IQ. Oh, nice. Wat is de overeenkomst tussen Willem en een papegaai? Ze kraaien allebei. Nee, allebei zaten in hun bek en schijt op hun stokkie. Hoe gaan bijen in school? Oh, die wil ook al traan. Willem, doe nou niet, jongen. Willem, nee. Willem, ga weg. Wat zei je? Hoe gaan bijen naar school toe? Met de schoolbus. Zeg. Het niveau daalt weer echt, jongen. Het niveau daalt heel erg. Oh. Een boogschutter komt thuis en zegt tegen zijn vrouw: ik heb je gemist. Kut grappen. Stop maar. Ja, oké. Okay. Ik hou van mop, dat vind ik echt leuk. Hoe heet een spin met diabetes? Spin. Een suikerspin. Shout out aan Jot in de chat, ik zag hem, ik vond hem wel leuk.
Kom maar, Rick, ik zit op dezelfde site als jij. Kids2.nl? Wat een kutjoke is dit, zeg. Waarom kon Einstein geen muur bouwen? Einstein had een kutgrap, je kent iedereen. Niemand kent hem niet. Oh, wat een vreselijke, vervelende grappen. Ze zijn er, ja. Heb gewoon even geduld. Meneer. Hou je bek, Max. Ja. Maar als je iets plant, dan moet je gewoon zorgen dat je er op tijd bent. Ja, ja, ja. Dat is al een probleem, dat leg ik je nog wel in je e-mail uit. Dit is de insight van de gang, een van de meest professionele gangs. Ja, we zijn de meest professionele gang uit de stad, jongens. Dit is de professionele gang uit de stad. Reen auto heel langzaam bij het tankstation. Hoe heet een kind van een slager? Wat nooit, grapje, hoe noem je een kind van een slechte jager? Slager. Je grap mag je niet eens meer afmaken nu. Jawel. Dat recht heb je verloren. Wat is het kind? Wat? Nee, man, hoe noem je een jongen? Hoe noem je een hoe noem je een kind van een slechte jager? slechte slager. Nee, jager, jager. Een slager, dat is het. Een vegetariër. Oh, fuck man, ik heb mezelf al 5 keer verloren. Oh, dit duurt lang. Ik weet het, jongens. Ik weet het. We hebben een 25 euro daad voor Rockoystra. Weer een gave team van alles zit er in humor, serieus zaken en een leuke groep gaat erdoor. Wacht even, Ron. Wat zei je meest? Raketje. Oh, raketje. Zet de kontzorg op, zet als jullie. 25 euro. Dankjewel, Ron. Dikke hype in de chat voor Ron, jongens. Hij doneert gewoon even 25 fucking euro alsof het niks is. Dus dikke hype in de chat voor Ron. Gooi even gewoon de hype in de chat. Ron, dankjewel allemaal voor de support. Wat is Willem in een luchtballon? Een oorlogsschip. Nee, luchtvervuiling. Oh. Die vind ik leuk. Oh, jongens, dit is echt vreselijk dat dit zo lang duurt. Willem heeft alleen grove moppen. Ja, ik ook. Ook alleen probeer ze op een andere, leukere manier toe te voegen. Je bent sowieso eigenlijk niet zo leuk. Gaas. Ik kan ze allemaal zeggen, alleen vreselijk kan dit, jongens. Hij is het duurt niet lang meer, plakkers. Waar zijn ze dan? Ja, ze duurt echt niet lang meer. Oh, nee, dat zei je letterlijk 20 minuten geleden ook. Nog 1 minuutje, Willem, maar ik ga weg. Laat me de rust. Hé, jongen, echt. Willem, dat zal Willem jullie nog houden. Dit is lang. Ja, maar, best wel... het is het dus waard om te wachten. Ja, ja, het is van Melis. Wat is het verschil tussen een mees en een regendruppel? Een regendruppel is slimmer, voor die even in de porto Willem zetten. Ja, maar... ja... Nee, dat zag ik wel. Zijn voor ze nu onderweg euro of niet? Ja, net waren ze nog bij de land, super. En een regendruppel is slimmer. Ze moesten weer van auto switchen. Ik moet zeggen dat je dommer bent dan een regendruppel. Ik zag volgens mij zit je een hele helikopter te regelen, man. Zou wel zijn. Zou wel, hè? Scoopen we die heli. Ik zag net wel een rokende kever. Ze komen als het goed is in een Volkswagen. Nou, dan krijgen ze Volkswagen gewoon een kop als ze niet opschieten. Dat ga ik niet doen, zo. Goede woordgrap. Maar, jongens. Niet meer serieus. Zo, iemand heeft die versen misdrijven. Oké, Oké, jongens, ze zijn er. Het begint. Het begint, denk ik. Wat is er? Oh, ik zie een golf. Ja, ik zie een golf. Oké, het begint. Blakkes. Ze gaan er, ze zijn er, jongens. Wanneer je ze ziet. Ja, prima. Oké. Als Willem hoest, rijden ze er. Als Willem hoest, dan komt iemand aanrennen. Ja, eentje komt te voet. Er is nog een andere persoon in de auto. Boys, ik heb een hele goede man van de bodycam gezien. Ze zijn er, denk ik, jongens. Ze zijn er. Volgens mij begint het eindelijk. We zijn nu in stilte aan het afwachten. Er rent iemand helemaal achter het terrein. Er rent iemand achter het terrein. De Volkswagen komt er nu aan. Zorg dat je beschip bent. Oké, de Volkswagen komt eraan. Als Willem hoest, betekent dat ze er zijn. Als Willem 3 keer hoest, betekent het dat ze er zijn. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat. En ik vind het toch een beetje spannend, jongens. Oké, ze zijn er. Oké, dit duurde heel lang, maar ze zijn er. Als hij zegt, hé, ik doe even de porto uit, dan is het teken om te gaan. Hou die erachter in de gaten. We houden hier achter in de gaten of hier niemand is. Oké, als Willem iets zegt in de porto, de porto even uit. Dan mogen we. Hij heeft 3 keer geroest, betekent dat ze aanwezig zijn. Geroet. Hij is met ze aan het praten. Ik ben Diego. Hij is Diego.
Ik is Diego. Verkennen. Verkennen. Oké, ja, prima. Ja, prima. Kijk maar rond. Kijk maar rond, hij mag rondkijken. Hij mag rondkijken. Oké. Okay. Status van iemand. Er staat één iemand bij Willem en er staat een auto bij de ingang. Er is een verkenner. Staat een verre persoon voor het terrein. Het is een verkenner, dat weet ik in ieder geval. En voor mijn gevoel rijdt hier achter ook iemand. Voor mijn gevoel rijdt hier achter ook iemand. Hmm. 3400 kijkers te kijken ook mij. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn, jongens. Check even of je bent geabonneerd. Je naakt op boven in beeld. We moeten het codewoord van Willem goed in de gaten houden. Dat betekent dat wij eraan mogen komen. Dat wij vrije toegang hebben daarvoor. En ik heb het gevoel dat hier links een iemand, auto rijdt. Hij loopt richting de containers. Hij loopt richting de containers. Oh, als hij hier opspringt, dan heeft hij een probleem. Want dan trek ik mijn wapen. De golf staat aan de achterzijde. Er komt een golf aan de achterzijde. Oh, er is een golf aan de achterzijde. Er is een golf aan de achterzijde. Twee man. Ze praten via porto. Ze praten via een porto. Drie man. Drie man in de golf. Oh, daar heb ik... Rijdt een rondje om het terrein. Kijk, daar is iemand daar. Oh, ik ben de klos. Ik ben de klos. Oh, ik ben de klos. Dacht ik eventjes. Ik dacht heel eventjes dat ik de klos was. Maar ik lig hier best wel goed beschut. Dus dat is helemaal prima. Ik lig hier behoorlijk goed beschut. Domme nog, praten voorzitter. Golf staat stil. Heb ik wat gemist? Ja, we zijn nu midden in het scenario. Je ziet het zo meteen. Leg aan het de allemaal verder uit. Achterkant. Wie? Ja, die golf daar, die ziet hem inderdaad. De golf die rijdt door, top. Dankjewel meisje, ik zag het inderdaad. Dan mag ik met je uitgestapt. Ja, laat de port op stil houden. Oké. Even kijken, Max, in de container zit je nu goed. Oké, top. Ik hou even mijn mond dicht hoor, dat ze me niet per ongeluk horen. Spannend dit, jongens. Spannend dit. Erg spannend. Ook, de kijkers stijgen ook weer altijd in zo'n scenario, dat is echt insane. Dan stijgen de kijkersaantallen echt gewoon met honderden mensen, dat is echt belachelijk. We wachten nog steeds op het codewoord van Willem. We wachten nog steeds op het codewoord van Willem. Drie man stappen uit. Zwart gekleed, witte hoede. Zwart gekleed, witte hoede. Ja. En de persoon die hier net was, die stapt er geen. Oké, prima. Drie man komen nu het terrein op. Oké. We gaan het zien. Allemaal mondig, ik wil graag het teken van Marcus horen. Als die nodig is. Ze ja, zijn nu het terrein op. We wachten niet Marcus in jou. Ze zijn er. En Willem geeft codewoord zo meteen, hè? Ja, we wachten hier ja, voor de sport stilte, het enige wat ik wil horen is Max. Als Willem zegt, ik doe de porto even uit, dan is het ook jullie tijd, overigens. Dan is iedereen zijn tijd om te komen. Ja. Oké. Praat jij zoveel min mogelijk, Max. Je hoeft geen antwoord hier terug op te geven, want... misschien horen ze je. Goed, dat is goed. 3500 man die meekijken. Ze staan hier nu om het hoekje hiernaast staan ze. Ze hebben even de... Gerukt. Oh. Hier heb je ze. Hey, bent u degene die Willem heeft ontvoerd? Enkel hier heb je ze. Geleden. Waarom deed u dat? Oké, ze zijn aan het praten. Ze zijn aan het praten. Oké, als Willem het codewoord geeft, dan gaan we ervoor. Dat was de winkel. Ervoor. Dan gaan we ervoor. Dan gaan we er gewoon voor. Dan ontvoeren iemand van 62 jaar oud. Oké, we gaan het gewoon zien. Er is nog een auto aangekomen. Er is nog een auto aangekomen. Top dit. Leuk. Mijn 5M ligt eruit, nice, zegt Piet. Dat is goed, goede roleplay. Maar er is hier links nog een auto, sorry. Prima. Ja. Er is hier links nog een auto. In ieder geval, jullie komen voor informatie. Dan moeten we mee oppassen dat hier links nog een auto is. Moeten we heel goed mee oppassen. Kan er heel even minder gepraat worden op de porto, dank u wel. Oké, dit is steken. Wat zei je, Willem? Ja, Willem doet zelfs de porto wel even uit. Dat is goed. Ik kom nu naar beneden rennen. Zo, in ieder geval. Mensen, gewoon even rustig. Oh, wat is dat? Oh, wat is dit? Kom maar. Nee, laat ze maar niet komen. Nee. Jongens, blijf wel staan. Er is nu altijd één persoon in de Volkswagen. Laat ze maar niet komen, beste. Beslis niet komen. Ze komen helemaal niet. Oké, dit is spannend. Jullie komen helemaal niet. Dit is spannend. Goed. Oké. Laten we nu eventjes business praten. Pas op vuurlijn, jongens. Oké. Wist je nog dat Willem zei dat je een hele grote fout begaat als je Willem meeneemt? Dat zei je inderdaad. Ja, dat zei Willem zeker. Ja. En waarom luister je niet naar Willem, hè? Beide niet? Waarom deed je dat niet? Dit is mooi. Willem is een eerlijk man. En kijk eens waar je nu staat. Het zijn keuzes, Willem. Het zijn keuzes. Een hele domme keuze die je hebt gemaakt, jongen. Een hele domme keuze die je hebt gemaakt.
Die wil een krachtse kar. Niet naartoe te komen, denk je dat je alles bent. Denk je dat je informatie krijgt, zomaar gratis. Nee. Kijk Jordi ook staan, lekker man. Echt niet. Kijk Jordi ook staan. Nou, we hebben niet gezegd gratis, dier Willem. We hebben gezegd dat we meer dan 1000 euro's willen bieden. Wat is eigenlijk de naam van deze loser hier? Het is geen loser. Oh ja, voor Willem is hij zeker wel een loser. Echt wel. Jullie zijn wat mij betreft allemaal losers. Ziet een beetje op simpelweg. Hou het kort, Willem. Hou het kort, want voordat ze hier zo meteen in de mensen zijn. Vertel. Laten we het heel kort voordat politie of zo er is. Jullie fucken niet langer met Willem. Okay. Is dat heel duidelijk. Als jullie problemen zoeken, dan ben je op het verkeerde adres. Je blijft uit de buurt van Willem. En als er nog iets gebeurt met mij of iemand hier in deze omgeving van de groepering. Dat moeten we weten, we zijn allemaal... Dan heb je een heel groot probleem. Oh, daar kom je vanzelf al achter, jongen. Hé, degene die mes op Willem heeft gezet, wie is dat? Je gaat je handen omhoog. Dat is deze gozer. Willem Rambo. Dan loop jij maar even mee, vriend. Naar de voren. Geef mij de eer. Nou ja, dan... Oh, maar hem heb je ook. Oh, wie komt eraan in de golf? Het is hier niet geraden, jongen. Nou, dat weet ik, die zit eraan. Daar ben ik in die auto, ik ben in de auto. Hé, zijn we hier klaar? Begrijpen ze het punt? Wat? Begrijpen ze het punt? Ik heb er ook nog een gast, wat willen jullie met Willem, begrijpen ze het punt? Ik kon hier brengen. Hé, ze begrijpen het punt, Willem. Wat is het dan, jongens? Dat kunnen we. Dan gaan we er vandoor. Nee! Hé, je blijft even staan, hè? Je begrijpt het punt? Je weet hoe het zit? Top. Ik begrijp het punt. Goed zo, let's go. Laat mij maar rijden. Rij maar, is prima, rij maar. Wat is het? Let's go. Weg hier. Gassen. Kom. Gassen. Nu, kom. Let's go. Nou, dat was hem, jongens. Dat was hem. Kogeltje in zijn knie. Gaan we naar mijn huis. Onderweg. Nou jongens, prima. Dit ging hartstikke goed. Zo naar het punt. Hij was het kreeg, die andere gasten in zijn nek geschoten. Volgens mij is iedereen weg van ons. Die gast was in zijn nek gestoken, dus dat ging helemaal soepeltjes. Die andere is dus bovenbeen geschoten. Easy gepoeld. Zo, dit ging soepel, jongens. Dus je had gewoon random iemand in die auto, hè? De volgende keer niet iemand in zijn nek steken. Ja, dat was, wie was dat? Dat was Mees, volgens mij. Nee. Ik bepaal toch echt zelf wat ik doe. Niet jij. Nou, in dit soort situaties niet. Nou, toch echt wel. Je hebt helemaal niks te zeggen. Dadelijk eens bespreken. Komt zo, jongens. 3700 mensen. Nou jongens, we hebben ze even... Kut, jongen. Iemand gratis portofoon? Nee, maar waar gaan we heen? Waar spreken we af? Doe maar, is je wapen weg. Weet ik niet. Prima. Ja, het heeft geen haast om een wapen weg. We leggen eerst even de Volkswagens weg. Oké. Okay. Hey, ik kan hem gewoon op zak. Jij kunt hem ook bij me houden. Laat maar, ik leg hem weg. Ik heb geen recht om een Volkswagen bij me te hebben. Oh, doe ik. Zo, ik had. Mijn scherm deed ik heel even weg, dus toen ik terugkwam, schoot ik nog een keer bijna. En dan ga naar binnen. Jammer dat we niet met z'n allen binnen konden zijn. Nou jongens, dat was wel even leuk. Ik wil in principe mijn gun ook wel bij me houden, maar het is nergens meer vanaf. We hebben hem geschoten, kogel gelost, wapens uit de kast, in de kast leggen. En Willem wil erg graag dat ik hem terugleg, dus dan doen we dat. Volgens mij schoot je in zijn piemel. Nee. Stop, hou op, ik schoot in zijn been. Ga naar buiten. Zo, hoppakee. We kunnen hier wel blijven staan. Die gasten, die... Of niet? Of... dat water in. Hé, hey, Jordi. Ja. Ik sta als jou als... ja, je mag hem bij jou, maar ik ben in principe niet. Ja, wat zijn de volgende dingen die we gaan doen? Ik weet het niet. Volgens mij is er nu niks. Dat is het ding. Wij, ja. Zo. Nee, dit was wel leuk. Ik zie trouwens wel een meeting gaande, want er rijdt een Club GTR heen en met een motor. Misschien dat we polshoogte kunnen nemen. Welke meeting is dat? Van wie? Ik weet niet, ik zie een motor met een Club GTR. Ik sta wel bij jou achterop. Let's go. Als er een locatie wordt verkocht, dan zijn ze lul. Ik heb niet mijn gun bij me, maar jij hebt je gun bij je. We gaan polshoogte houden. We gaan even polshoogte houden. Tja, wat zie je gaande? Ja, dat weet ik ook niet. Ik wil deze Rakkie, joh. Ja. En hij staat hier op de pier. En dus ik kom daar aan. Meer niet. Mm-hmm. En voor de rest geen zaken? Nee hoor, nee. Ik doe niet ik al weet zaken. Niet, volgens mij hebben jullie iemand afgesproken. Ik ken jullie, denk ik, een beetje. Maar zolang er maar geen locaties worden verkocht. Ja, nee hoor. Ik verkoop geen locaties. Okay. Mag je ook aan Willem vragen hoor. Dat welke, is toch best goed. Eens waar we polshoogte over kwamen nemen. Ja. Oh, oké. Okay. Nee, dus, Willem heb ik al eens een keer ontmoet. Ja. Bij de nightclub.
absolute naaiklub. Ja. Wacht, okay, prima. Is dit Samuel of? Nee. Oh, nee. Yes. Nee. Hoe is Doei! Was gezellig. Dag hier. Okay. Nou, was gezellig. We gingen even polsen afhouden. Stel, ze waren locaties aan het verkopen van Eduardo, van de van andere deals. Dan was dat niet de bedoeling, want dat willen wij niet, dat die locaties verkocht worden. Dus dat zouden we dus even aanspreken. Ja, je klonk ook heel chill. Alleen, ja, nee. Even kijken of het die blauwe natuurlijk wordt. Dat was onze informant. Hey, dit ging soepel, Jordi. Nou, we spreken maar. Ja, dat ging oprecht soepel. Wat is er gebeurd? Alleen, ik ben heel kwaad. We gaan het zo wel uit. Ja, over iemand die een mes in iemand ik schiet hem. Samuel, ja, we moeten even nabespreken. Ja, dit gaan we niet zo doen. We moeten even nabespreken. We moeten even nabespreken, oké? Maar wat is de mooie locatie? Wacht, het energiecentrale waar Willem een keer naartoe is gebracht. Waar ik in mijn rug ben gestoken door Jordi. Oh, daar. Jordi! Dat vond ik leuk. Jordi! Daar gaan we gezamenlijk naartoe, let's go. Gaan we Jordi neersteken, vind ik wel goeie. Ja, prima. Klinkt dus leuk. En de rol omdraaien. Het klinkt alsof er wat irritaties van Jordi naar Samuel zijn. Dus we gaan even kijken of ze dat even gaan bespreken. Dus we gaan dat heel even bespreken met elkaar. Want Samuel heeft zo'n gast in zijn nek gestoken. En dat was niet helemaal chill. En niet helemaal Jordi. Die had ik niet verwacht. Ik ook niet. Ik wou wel langs. Ik vond het leuk dat hij zag je schreeuwen, hoor. Dat hij pijn had. Dat vind ik oprecht leuke roleplay. Dat je hem echt op de grond hoort in schreeuwen van pijn, joh. Dat vind ik leuke roleplay. Dat vind ik oprecht leuke roleplay. Beter staat hier geen flitser, of is dat wel zo? Ik zie ook niet hoe dicht Rick op mij is. Ik weet ook niet hoe dicht Rick op mij rijdt. Nou, die is ver genoeg. En anders hoor je die kut uitlaat van hem. Ja. Hoor je brrrr. Hey, deze brug vind ik erg leuk waar we nu overheen rijden. Hoezo dan? Nou, je hebt meestal de auto gescoopt. Oh, ja. Je hebt de auto gescoopt. Rick rijdt echt als een gek. Echt bizar. Waar is je machete? Die hebben we ook nog bij ons, jongens. Dat moet hij zelf weten. Nee, die hebben we nog bij ons, die machete. Mijn... Jou? Ja, mijn... tankmeter doet een beetje raar. Oh. Ik moet eigenlijk even knipperen alleen. Maakt niet uit, joh. Zo. Ja, alleen ik zie dus niet hoeveel tank ik heb. Hij is altijd vol. Zal ik eens kijken? Ja, prima. Hij is... Ik zie helemaal niks. Oh, hij is vol. Hoe vol? Ja, letterlijk dat er echt nog maar 80% vol, zeg maar. Oké, top. Oké, Piet, kom je ook deze kant op? Als Piet er nog is, kan ik wel knipperen. Ja, knipperen sowieso maar. We zijn bij de energiecentrale helemaal achterin. Was jij erbij toen we subject 3 hierheen brachten? Oh, nu weet ik het. Oh, okay, daar zijn we. Willem. Was je erbij toen we Max neer gingen? Ja, nee, daar was ik bij. Willem. Vieze flikkers. Heb je iets op zak? Oh, ja, was nee, toen had hij nog geen visum. Heel even wachten. Zwijgen. Vorige keer dat ik ging knipperen was het ook een probleem. Dat is toch zo, alleen daar kun je niet meer draaien. Dat is niet om je te kloten, maar dan had je gewoon geen visum. Kon gewoon niet meer doen. Oké, jongens, we gaan even nabespreken. En ik denk dat Jerry even Samuel gaan praten met elkaar over het feit dat Samuel eens zo'n gast dus heeft doodgestoken in zijn nek. Samuel heeft één zo'n guy doodgestoken. En de bedoeling was dat we maar één guy in de knie zouden schieten. In plaats van die ander in zijn nek. Hallo? Hey Willem, kom eens. Willem! Kan je komen, Willem? Ja, hey. Kan je komen? Hey. Kan je komen? Ik niet vecht. Ja. Hey, Jordi die is boos op Samuel. Dat weten we. Dus dat gaan we zo meteen zien. Maar hij zei dat hij wel echt heel erg boos was zelfs, omdat hij zomaar uit en die guy echt doodgestoken is. Ik ben even voor een paar minuutjes. Die guy is echt dood. Dat is het ding. Ja. Hoezo? Ik ga even posten ergens. Huh? Zo denk je dat je moet even iets harder praten, Willem. Komt je niet neer? Dat zag Willem ook niet aankomen. Nee, ik dacht dat we ook alleen die guy is... ik durf de portal uit, hoor. Ja. Ik dacht ook dat we alleen die guy eens niet zouden schieten. 2 seconden. We gaan het zien, jongens. 2 mensen dood is goed. Nee, eentje is dood. Eentje die is echt in zijn nek. Die is waarschijnlijk dood. Die is gewoon hier gestoken. Ja, daar ben je dood. Die andere is in zijn bovenbeen geschoten. Dus die overleeft het makkelijk nog wel. Deze beelden doen pijn. Wat is er, Gerard? Welke beelden doen pijn? Ja. Maar, dat gaan we zo meteen, wie is dat? Waarschijnlijk Mees. En we hebben dus nu sneeuwbal nog gehad, hè. Oh. Perfect. Hij komt er niet meer af. Maar plakkers. Ja. Het is allemaal verraad. Hoi! Oh. Hey! Heel gek. Hoe kom jij eraan? Oh, die heeft hij heel even gegeven aan Willem. Toen hij aan het knipperen was. Oh, die is wat zeggen. Ik dacht al, hoe kom jij in de fucking... Jij heeft je pistool, jongen. Doe maar rustig. Kan ik hiermee ook... Nee. Ah, jammer. Fuck jou. Lijkt wel cool als je zoiets kan doen dat het in de stad komt dat je iemand bij zijn keel grijpt.
Dat zou inderdaad wel leuk zijn, maar dat zou een beetje... Hey, geef je pistool maar aan Van Jeroen mij. Hij is al gegeven, maak je maar geen zorgen. Ah, top, ik heb hem. Helemaal niet. Zijn die anderen aanrijdend, of? De Niffo's. De Niffo's zijn niet aanrijdend. Nou, waar is Samuel dan? Hier. Komt er dan. Nee, die komt er dan. Oh, wie zit dan? Is dat Samuel? Nee, dit is Mees, maar... Ja, dit is Samuel, toch? Nee, Mees. Wie is dit dan? Huh? Dit ben ik. Wie is dat dan? Ik heb het over hier. Oei! Oh, dat is Rick. Oh, dat is Rick. Oh, ik wou het zeggen. Ik denk, dan hebben we twee Mees ineens. Ga je me nou vergelijken met Mees? Hallo! Nou, op zich. Hallo, Mees. Hallo, ik ben Mees. Het zou wel grappig zijn als je twee keer... Hallo, ik ben Mees. Hallo, ik ben Mees. Ik heb auto geschoept. Ik heb een auto geschoept. Ik heb een auto Mees, welke kleur voel je hierbij? Ik heb de auto geschoept. Nee, grapje, Mees. Ik heb de auto geschoept. Grapje, Mees. Ik respecteer je. Komt eraan! Komt eraan! Ik respecteer je, Mees. Ik niet. Dat zou ik ook zeggen. Nee, dat is echt zo. Dat is echt zo. Jongens, we zijn heel even aan het wachten op... Wat doe je? Aan het zoeken wanneer ik erom vroeg. Oei, die vind ik goed. Wat doe je, Jordi? Ja, weet ik niet. Hij deed ineens. Willem, gaat het? Uit het niets. Natuurlijk gaat het met Willem. Dat vond ik leuk, Jordi, dat je dat deed. Nou... Ik denk niet eens iets, Pieter kwam niet, hè? Ik zat niet eens aan mijn Pieter spieren. Pieter komt zo, nee, die komt zo. Ja, hij stond te posten. Nou, dan kunnen we toch beginnen, gewoon. Ja, maar dat zeggen, Pieter was er, ja, Pieter was er toch niet. Is iedereen er? Hallo, Piet, kom jij nog? Piet komt niet. Nee, laat hem gewoon. Oké, prima. Nou. Oké, ik vond het, soepel gaan. Ja. Twee in de bovenbeen geschoten. Twee. Heb je die andere ook nog eens boven mij geschoten? Ja, tuurlijk. Oh, ja, top. Maar die andere guy... Ja, dat sloeg helemaal nergens op Samuel. Samuel staat hier niet bij. Jawel. Wel? Oh. Ja, die staat hier. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Ja. Er was geen enkele reden om hem dood te steken. Ja. Nou, tot zover de interactie. Tot zover die stilte interactie. Stilte voor de storm, zeggen ze wel eens. Ja, de storm komt er vanuit mij niet aan, hoor. Ik, ik heb gezegd wat ik ervan vind. Het sloeg gewoon nergens op en ik dacht dat we bij Wonde hielden, maar niet verder liet gaan. Die guy die is dood, dat kan je wel zeggen. Die is echt in zijn nek gestoken. Die is in zijn nek gestoken, ja. Die is dood. Ja. Dan laat het een waarschuwing voor hem zijn. Voor zijn groep. Ja, dat is alleen niet de indruk die wij willen geven. Ja. Ik wel. Op die manier. Moorden was inderdaad niet nodig. Hij is echt dood, die guy. Hij is echt dood. Ik doe wat ik het beste vind. Samuel heeft hem echt doodgemaakt, die gast. Nou, in dat soort situaties is dat helemaal niet de bedoeling. Wat jij denkt. We doen het als een groep, niet solo. Oh, is dat zo? Doen we dit als een groep? Oké, en dat zeg jij? Ja, dat zeg ik zeker. Oké. Hoe kom je erbij? Stan, wat is er dan? Nou, volgens mij bepaal jij toch echt wel heel veel. En moeten wij eigenlijk als hondjes naar jou luisteren? Dat is dan jouw mening erover. Nou, dat is niet mening erover. Wil je zeggen dat het een feit is? Ja, het is een feit. Oei, jongens. Ik ga hier niet verder op in, want dit is gewoon bullshit praat. Oké. Maar dat mag jij best vinden. Ik overleg zeker heel veel. En Oké. Ik doe sowieso niet Blijkbaar, blijkbaar zie ik het dan verkeerd. Blijkbaar. Ja, er is gezegd dat we niemand gingen omleggen. En met de hele groep. Vanuit iedereen. En jij beslist gewoon even uit jezelf. Lekker egoïstisch. Even iemand doodsteken. Het is een beetje ruzie, jongens. Voor geen enkele reden. Gewoon even iemand van zijn familie afnemen. Dat gebeurt in dit circuit. Ja. Ja. Mag van mij, met een goede reden. Niet met dit bullshit reden. Nou, ik heb toch een goede reden. Nou, vertel die eens. Nou, ze hebben Willem toch ontvoerd? Willem is familie van mij. Degene die Willem heeft ontvoerd, is fucking neergeschoten en die een mens op Willem had gezet. En dan een onschuldig iemand, wil je gewoon zomaar neersteken. Is dat de normale zaak van ons? Ja. Nee, dat is niet zo. Nee?
Zo doen wij dat. Ik hoop, ja, ik weet niet hoe dit veilig is. Ik weet niet. Wat onze gang wil is mensen bang voor ons hebben, niet mensen doodmaken. Oké. Oei, dat is een beetje zeg maar een oneenigheid. Over van net of over dit? Nee, over net of dit. Mag huilen bij. Ja, ik. Brand erop los, zou ik zeggen. Nee. We moeten dit gewoon met z'n allen doen. Ja. En, daar ben ik het al mee eens. Dat we moeten wel, gewoon goed overleg over sowieso overal mee zijn. En ja, wat ik vind is dat voor onze gang staat meer van we moeten machtig eruit zien, maar niet te machtig doen. Dus we moeten niet bij elk klein dingetje iemand omleggen. Nee, die counter update gewoon niet meer, jongens. Omdat die counter update is gewoon niet meer. Want situaties zoals deze zijn enkel als bedreiging. Ja, eens. Oei. Maar ja, dan heeft Willem nog een vraag. Mm-hmm. Wat al gebeurt dit opnieuw? Maakt niet uit met welk persoon. Mm-hmm. Wat dan? Want dit kan natuurlijk niet nogmaals gebeuren. Nee. Ja. Dat is een goede vraag, Willem. Nou, strakke lijnen trekken. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het heel simpel is. Gewoon een situatie voor ons bedenken. Als het gewoon soepel loopt zoals nu, houden we het bij het plan. Maar loopt het uit de hand, dan vind ik zo'n actie verzamelen wel nog niet eens zo'n slecht idee. Als er nou politie bij had gestaan, dan had ik het helemaal niet erg gevonden. Dat er nu politie binnen kon vallen. En dat je dan zegt van, ik maak ze nou af dat we helemaal geen getuigen shit hebben. Het is een beetje... Dat is ook zo. Maar... Dat had ik niet erg gevonden. Een beetje oneenigheid in de groep, jongens. Er is een beetje oneenigheid. Ik kon gewoon rustig weglopen en niks in hand. Ik denk dat samen wel bij de Hitler hoort. De Hitler, nee, jongens, dat denk ik niet meer. Dus daar moeten we wel echt op letten. Dat denk ik niet, jongens. Leuke stream, Max. Mag ik een shout-out zeggen? It's your boy Damien. Dankjewel, Damien, voor 1 euro. Een dikke shout-out. Ja, man. Dikke shout-out. Ja. Komt goed. Prima. Verder nog punten? Nee. Die gasten, hoe heet hun groep ook weer? De Rambo Familia, zeiden ze. De Rambo Familia. Ja. Oké, we hebben puur aan ze laten zien nu. Stop. Precies. Doe je ding. Ga je gang. Maar kom maar niet bij ons. Ja. Ja, oké, goed. Wel neer. Ja, oké. Okay. Er was verder nog iets, want jij had ook nog een ding, Jordi, wat je zei. Dat, wat vertelde je nou? Eerder vandaag, voordat we gingen racen. Dat sommige mensen Willem en Samuel waren omleggen. Ja, wie waren dat dan? Joen. Ja, die Joen. Die Joen. Maar volgens mij is die is losgestort, volgens mij. Losgestort? Oh, die waren allemaal dood en zo, wat je vertelde. Ja, volgens mij, die... Heeft hij een paar kogels gelost op Blokkenpark, op een infiltrant. Ik weet niet of je dat al meegekregen. Nee, wie was dat? Ja, Joen. Oh. Maar volgens mij, Rick was er toen op Blokkenpark. Nee, ja, ik was erbij. Ja, ze zaten achter een blauwe A-klasse aan. Doneren dus kan inderdaad geen beschrijving, jongens, maar het hoeft niet. Lees wel over de tekst door wat staat. Oh, wacht, er was nog een donatie. Verdiepvries 1 euro. Shout out naar jou, man. Ik ben aan het sparen voor een PC waar ik GTA op kan. Ik shout naar jou, man. Ik stond zelf op Blokkenpark. Ik denk een straat verder, hoor. In één keer een stuk of 12 knallen. Ze hebben gewoon een hele clip leeggeschoten. En wat ik van de omstanders hoorde die er echt bij stonden, is dat ze dat ik gok wel 10 of zo gemist hebben en met 2 geraakt hebben. De gozer heeft wel overleefd, volgens mij. Zo. Ja, bijna niks geraakt. Ik heb dorst, jongens. Ik ga zo wat drinken halen. Ik ga zo meteen wat drinken pakken. Ja, nog achteraan gegaan, maar zwaar. Ja, snel vluchten natuurlijk. Mm-hmm. Ja, en hun zitten dus, willen nu dus ons aan de kant hebben. Maar ja, jullie weten zelf donders goed als ik dat haar niet gaat gebeuren. Nee, dat weet ik wel zeker. En, maar hun main doel is gewoon Samuel en Willem. Nee, we zijn echt iets gericht op de hunt. Dan is er iets met de hunt. Ik heb nagevraagd hoezo. Daar zou die later op terugkomen. Ja. En voor de rest weet ik niet veel meer. Ik weet al dat, wat Piet eerder zei. Zei die Werner volgens mij. En Joen. En Frederik K. Ja. En volgens mij was... Ja. Ja, maar was die... Ja, ik weet niet of die wel of niet dood was. Ik weet in ieder geval dat die Piet Baas wel dood is. Ja, oké. Okay. Ja. Maar dan hebben we die wel gezien. En Thomas de Vries. Dat waren ze. Gok ik. Dus het, hè? Hebben we die wel gezien? Ja. Nu. Dan gaan we even richting de stad gewoon verder. Dan ga ik richting de stad. Ik wil nog wat inbrengen. Nou? Ik heb even zitten nadenken.
En het is inderdaad niet de goede keuze geweest die ik gedaan heb. En daar wil ik mijn excuses voor aanbieden aan de groep. Excuses aanvaard. Ja. Ik ben blij dat het, je het... Het had niet mogen gebeuren. Excuses. En ja, het was ook niet heel aanvallend bedoeld of zo. Zo bedoel ik het ook niet. Nee, dat begrijp gewoon, ik. Maar ja, het moet is gewoon aan de top. Er zat veel frustratie bij Samuel. Ik snap het ook hoor. Er zat gewoon veel frustratie. Dat het om Willem ging. Om Willem. Ja. Ik snap het ook wel. Kijk, weet je... is toch nog het enige familie wat ik een beetje heb binnen de stad. Ja, hoe heet het daarover gesproken? Heeft iemand al iets van Mason gehoord? Nee. Niemand heeft nog iets van Mason gehoord. Volgens mij heeft hij gewoon het vliegtuig gepakt. Heeft hij geld gespaard, gewoon het vliegtuig gepakt. Dat kan. We weten het niet. We weten gewoon dat hij leeft, dat is het ding. Ja, maar ja, ik denk dat hij niet terugkomt. Nee, oké. Hij kent ons niet, hij, ja. Ja, hij is gewoon, kut zo man. Maar dan gaan we er weg uit, anders ga ik richting de stad. Ik weet niet, maar we zitten weer goed dus. Ja, sowieso. Ja, altijd. Okay. Het is gebeurd, we vergeten het gewoon. En we kunnen het natuurlijk niet terugdraaien. We gaan gewoon verder. Jordi, wie heeft eigenlijk tegen u gezegd van Samuel en Willem? Escarit. Escarit, dat is het mooi. Dat hou ik nog even voor me. Zoals jij mooi zegt. Willem Dips, RS Singer. Ik ben een informant. Dan ga ik wel achterin als een of andere dinges. Moet iemand met ons mee rijden of? Wat is dat dan? Nou, ik denk dat je even zijn die kunt afzetten, zijn die garage. Yes, prima. Nou, we gaan richting de stad. Ik weet niet of je ook naar de stad prima vindt. Doe maar gewoon stad, dat is veiliger. Stad, garage. Wacht, zwijg even. Zeg even rapporten. Nu. Snel. We kunnen je ook in de stad. Wacht. Nee, hij bedoelt let. Porto. Ja. Wie? De surgeon is overleden. De surgeon? Is jou verleden? Is jou verleden? Nee. Ik neem aan dat hij dood is gegaan. Oké. Okay, iets gehoord waar? van een. Wat is er gebeurd? Ja, hij is morgens dood waarschijnlijk. De surgeon. Ik bedoel. Ja. Door wie? Ik weet het niet, hij ging iets van een deal doen of zoiets en toen is hij niet meer kon opdagen. Maar ik heb iets gehad dat hij dood is. Dus... What the fuck? Maar is dat pas geleden gebeurd of kom je er nu pas achter, zeg maar? Dit is niet zo heel lang geleden. Waar ligt hij dan? What the fuck? Ja, ik neem aan dat hij getransporteerd wordt. Perrymeister met 10 euro! Dankjewel Perrymeister voor de 10 euro donatie en zonder reactie erbij. Dankjewel, dikke shout-out aan jou Perry. De surgeon is dood, what the fuck? Dat is echt een dikke plot twist gewoon. Dat de surgeon ineens dood is. Ha, oké. Okay. Pas je op de foto gehad. Rip surgeon. Hé, hey, Willem, ik wil geen flits. Ik zelf gemaakt met een flitscamera. Wat? Milan, 1 euro. Die gozer die zijn nek gestoken is, die hoeft niet meer te dansen op de necklace. Die is nu sowieso een necklace. Dus nou mag ik er echt goeie. Kut Willem. Dankjewel voor 1 euro donatie. En inderdaad, hij is nu necklace, die guy. Die heeft gewoon geen nek meer. We gaan vliegen Willem, pas op. Oh, sorry! Dit bedoel ik. Ben je weer geflitst? Nee, ik zei van, pas op, we gaan vliegen. Nu weer, overigens. Ah, valt wel mee. Nou, Rip Surgeon, Rip Nick. Nee, ik heb niks bij me. Geen zorgen. We kunnen gewoon rustig... We hebben iets van een mogelijke locatie. Ja, BP Bank. Hebben we een locatie? Een mogelijke locatie. Hij is dood. Ja, maar we moeten even weten wie. Dat is misschien wel een goeie. Ja, ik weet niet waar hij was. Hij ging een deal doen en nu heb ik niks meer van hem gehoord en krijg ik een berichtje. Hij is dood. Dus... What the fuck? Ja. Rip Surgeon, jongens. Rip Surgeon in de chat. Helaas. Rip Nick. Ja. Ik altap heel even, want volgens mij is mijn subcount helemaal naar de... weet ik veel wat. Is helemaal vastgelopen, jongens, mijn subcount. Streamer mode. Oh nee, kijk, hij deed wel al die tijd, maar ik moest gewoon even refreshen. Kijk, jongens, we hebben 101.063 abonnees. Dus jongens, check even of je bent geabonneerd. Je bent van harte welkom om te abonneren. Je naam komt boven in beeld. We zijn bij Arena. Bouwmarkt eigenlijk, vooral. Wacht. Bertus, moeten wij jou afzetten? Althans, we rijden nu weer weg. Willem uit. BP Bank, ja. Willem, mag hij heen. Willem gaat even Bertus afzetten BP Bank. Maar check even of je bent geabonneerd. Je naam komt boven in beeld. We brengen deze even naar 101.100 abonnees. We zitten nu gewoon lekker op die 101. Dat ziet er gewoon zo clean uit. Zo! Dat ziet er gewoon heel clean uit. Hey, hou je mond. Dat we gewoon die 101.000 abonnees zo hebben. Wat leuk. Op naar die 200.000, jongens. Op naar die 200.000. Als die er ooit is. Zo, dat gaat dat worden. Bedankt. Dat gaat dat worden. All fighters zijn. Oké, wat gaan we nu doen? Wat gaan we doen? Nou, wat is er? Ja, rij even mee. Oké. Rij even mee. Denk je dat Samuel het oprecht bedoelde? Nee, hij loog. Samuel loog, hè?
Hij is veel dingen, maar liegen kan hij niet. Wie? En hij houdt Samuel. Ja? Hij wil dat per se doen. Hij houdt ervan. Mm-hmm. Wat is hem? Ja, bezorgingsservers. Bezorging. Nee, maar wat vinden jullie er nou van? Ja, ik zeg net al tegen Willem, denk je dat Samuel het meende? Mag ik even een porto uit, hoor? Wederzijds. Ik denk niet dat... ja, ik weet niet, misschien meende die het, maar... Je hoorde hoe triggered hij was en het boeide hem geen flikker en ineens was het goed, weet je? Dat is een feit. Ja, maar Samuel kan soms wel eens zo omslaan. Ja? Ja, maar... Wat? Nog één keer? Dat ja. Samuel soms wel eens zo kan omslaan. Dat doet hij wel vaker, inderdaad. En dan het volgende met Piet. Waar is Piet de hele tijd? Ja... Waar is hij de hele tijd? Hij is zaakjes doen en wij mogen maar niet weten wat het is. Ja, heel geheimzinnig. Hij is heel geheimzinnig aan doen, die Piet. Niet om hem te sussen of zo. Maar nee, maar het is wel een beetje vervelend. Hij is veel met de surgeon op weg, dat zeker. Dat ik gewoon iets gaan doen en dan blijkt Piet weer zaken te hebben en dan mogen we niet eens weten wat het is. Ja. Ja, is het misschien niet een fake dood? Van de surgeon. Dat is wel een hele snelle accusation. Hoezo zou die fake dood moeten? Voor wat? Weet ik niet. Misschien onderhand uit te komen ofzo? Onder wat? Wat is er? Ja, Titan, zooi. Nou, misschien om een beetje onder te duiken. Omdat hij nu best wel in de bloei stond. Ja. Klinkt eigenlijk best wel als een zuiver idee, want hij weet veel te veel. Ja, dat sowieso. En als hij een dealseizoen zou hij sowieso Piet meenemen, dus... Ja, hij is veel met Piet bezig. Of Piet weet iets, of hij heeft een moord zelf ge... Ja, we kunnen met Piet afspreken om gewoon te zeggen, we willen even met je praten en dan gewoon vragen naar wat de fuck ben je allemaal aan het doen. Ja, zo. Waar ben je allemaal mee bezig, weet je? Vertel ons iets, gewoon. Ja, prima. Ik weet niet hoe Willem daarover denkt. Prima plan. Met z'n drieën, gewoon? Sturen? Stuur hem gewoon een locatie hier naartoe. Inderdaad. Heb jij iets bij, Jordi? Tuurlijk. Ja, oké, okay, prima. Dan gaan we gewoon hier afspreken. En dan zien we het wel. Hey, dan ga ik even mijn brein verversen, want die is droog. Die heeft water nodig. Ja. En dan ga ik in plaats van watercola doen. Hey, ga je zo mijn auto af? Ja, positief. Hey, gozer! Kring! Oké, okay, ik ben zo terug, jongens. Oké, jongens! Willem, ik ga alweer mijn bodycam op jou gericht hebben. Oh, ja. En dat, je mag meedoen, Jordi. Ja, Q&A, wacht. Q&A en promotietijd. Je mag promotie maken, niet voor jezelf. Flikker op. Oh. Oké, okay. Is goed. En voor wie mogen we promotie maken dan? We gaan geen promotie voor mij, maken. Gewoon, voor mij. Oké. Ja, okay. Ik ben zo terug. Allemaal even abonneren en liken. Dus oké, ik ben zo terug, jongens. Oké. Kom naast Willem staan. Oké. We gaan ervan uit dat hij weg is. Abonneer zeker even op Brom. Abonneer zeker even op je. Abonneer op Jerry en Brom. Oké, maar... Vragen. Ja, kan jij de vragen voorlezen, ja, Jerry? Ja, dat is dus goed. Plaats een fictieve GPS-tracker onder Piet's en auto. Nee. Willem, hoe duur is je ketting? €70. Balencia. wat heeft Willem nog nooit gedaan? Ja... Gereden op een R1. Oh nee. Dus dat kunnen we dadelijk doen. Willem, waar is je shirt? Die zit in de kledingwinkel. Willem draagt ook zijn shirt, beste. Oh, okay. Het borsthaar is Willem zijn shirt. Trouwens, ik wil even dat jullie zeggen aardappel. Nee. Okay. Abonneer ook even op Jerry. Ja, en op precies. Brom. Is Willem gay? Nee, Willem is niet homoseksueel. Nee, dat is Willem niet. Nee, is niet anders gehaard. Heeft Willem een chickie? Nee, Willem's Hallo. Chickie is weg. Jordi, wat vind je van Willem? Ik ben er weer. Topgozer. Hoe oud ben je tegen Willem? 17 jaar. Jerry, doe je helm af. Okay. Hoe lang is Jerry zijn dollo, Willem? Au. Hey. Ga maar verder met jullie Q&A. Hoe lang is Jerry zijn dollo, Willem? 1 centimeter, denk ik. 7 inch. 7 inch monster. Nee. Ja. Ik hoor alleen maar agenten. Zo, ik ben lekker cola aan het inschenken en ik heb wat leven bij me, jongens. Ik ben 17. Jerry, was je boos? Was je echt boos of was het roleplay? Dat tweede. Ik ben boos, jongen. Huh? Nee, jongen, jij was ook gewoon echt boos. Ik was wel een beetje triggerd, maar het was wel voor...
laten we zeggen voor het ding, de... Roleplay, merendeels. Ja. Vooral roleplay, ja. Maar dat is alles natuurlijk. Het is merendeels voor roleplay. Omdat ik eigenlijk in hier, kan ik ook heel slecht tegen onrecht. In roleplay, maar, je karakter? Ja. Nee. In mijn karakter kan ik heel slecht tegen onrecht. Maar aan de andere kant doe ik het zelf ook wel eens. Ik heb twee dingen. Kijk, ik heb twee van die kleine. En dan kan ik dan één glas net mee vullen. Dat is een beetje mijn ding. Kan ik, met twee kleine blikjes kan ik één glas vullen. Nou, Jerry was helemaal niet zo boos zoals altijd, potverdomme. Ik ben helemaal nooit boos. Is Piet trouwens onderweg? Of? Ik ben alleen boos tijdens... Niks? Ik ben niks aan het eten. Nee, ik ben niks aan het eten. Nee. Nou, weet je wat het is, Max? Eet smakelijk, Max. Hey, weet je wat het is? Burgoni! Willem! Gaat wel een pauper geleden. Geef ons weer even je hardste Willem. Nee, dat ga ik echt niet doen. Ja, kom op. Mag ik hem doen? Kom op. Ja, meis, luider Willem. Ook heel hard in de microfoon gewoon. Godverdomme, jongens. Maar nogmaals, is Piet nou onderweg? Nee, hij heeft geen tijd. Echt, dus we staan hier gewoon te bouten. Ja. Maar dat doen we, dat zijn we gewend. Ja, dat klopt. Hoezo denkt iedereen dat ik echt boos ben? Ja, omdat je dat gewoon bent. We gaan een goede roleplay. Ja, dat vind ik ook. Let's go! Oh nee. Hij is niet open. Oh nee! Oh, nee. Oh kut! Oh, wat doe je? Wat doe je? Niks. Mijn motor. Smegma. Jouw smegma. Gast! Nee. Beter. Nee, hij is niet dood. Hij is niet dood. Ben je gek. Ik ging alleen boven mangen. Oh, dan wordt gebeld door Harke Darbo. Oeh. Ik bloed. Hey, zijn er vandaag weer rellen? Nee, hè? Darbo. Nee. Gelukkig. Hey, Niffo. Hey, Dreddy. Dag. Hey, we kunnen. Willem gaat goed. Wat kunnen we? En met u. Duidelijk. Oh, nee, je hebt hem op de luidspreker gezet. Fenomenaal. Ja. Wat kunnen we? Even van de luidspreker af. Shift en speed. We hadden nog een afspraak te goed, nietwaar? Is dat zo? Ik kan wel mee luisteren, ja. Vind ik eigenlijk wel leuk. Bij humane lach. Pardon? Heeft Willem mij verteld dat Willem nog graag mee wou spreken. Dat hij van gedachten was veranderd. En wou helpen. Wou helpen? Willem heeft nu geen tijd, beste. Waarmee Willem? Willem is nooit geen tijd. Omdat Willem een druk man is. Het management van Willem is te druk bezig met productie van Willem de film. Duidelijk, oké. Willem gaat trouwens solliciteren bij de pers, Darbo. Jongens. Willem gaat trouwen. Nee, solliciteren. Willem gaat trouwen. Oh, excuus. Aha. Wie is ik heb een goed idee, jongens. Ik heb een goed idee wat we kunnen doen. Willem zegt dat we gaan solliciteren idee. Bij de pers, niet trouwen. Oh, aha. Duidelijk. Marco okay. Darbo. Heel leuk idee. Ja. Ja, beste. Willem, ik zal bij de vijf. Willem, wanneer heb jij tijd voor de afspraak? De afspraak. We willen hem omleggen. Ja, nee, ik heb dat. Oké, jongens, komt ie. Wat nou, als ik zo meteen bij deze team al 2,5 uur. Oh, mijn god, ik ben met die gast hoor ik nog steeds. Oké. Wat nou, als wij zo meteen een horrorgame gaan spelen, want hij werkt. Oh, hij werkt nog steeds niet. Kut, sorry. Ik heb hem opnieuw geïnstalleerd, misschien dat hij nu werkt, de game. Wat nou, als wij zo meteen een horrorspel gaan spelen, ga ik aan de guys vragen of ze er zin in hebben. En dan ga ik dat gewoon streamen. Want ik wilde dat vorige keer al doen. En toen kon het niet, want dat kutspel werkte niet. Maar ik heb nu opnieuw geen slit. Dus er is kans dat hij nu wel werkt. Moet ik eigenlijk zo meteen even kijken of hij werkt. Maar dan ga ik kijken wie er mee kunnen doen. Misschien dat Mees mee kan doen. Ik weet het niet. Maar dan gaan we even vragen of de McKay's zin hebben in een horrorgame. Want het is vrijdagavond als het goed is. Dus dat betekent dat iedereen wat later op kan natuurlijk. En zouden jullie dan zo meteen een horrorgame willen? Gaan we horror spelen? Vraag ik Mees zelfs. Vragen we de gang. Misschien sommige mensen niet, sommige mensen wel. Maar het is gewoon na deze stream bedoel ik dan. Hè? Na deze stream. Dus al wil je dit niet, hoef je niet mee te kijken. Het is gewoon vooral na de stream. Oké, er zijn heel veel verdeelde meningen in de chat. Heel veel verdeelde... Vooral nee. What the hell? Ik denk iedereen wilde. Vorige keer zeurde iedereen om horror. En nu is het mainly nee. Ik voel me gebetrayed, jongens. Ik voel me gebetrayed. Ik voel me verraden. Dat... middendeels nee zeg, dat voel ik me verraden. Willem, kunnen we? Willem. Ik wil Willem niet. Willem. Is goed, beste. Oh, hij is nog steeds aan het bellen. Oh ja.
DZ. Tot ziens. Ik heb het warm, joh. Ik heb even mijn raam open. Holy fucking shit, wat heb ik het warm. Hey. Plakkers. Plakkers. Zo. Plakkers. Even wat frisse lucht, het is veel te warm in mijn kamer. Holy shit. Hey. Er zit ook wel heel veel ja's tussen, hey, jongens. Hoor je Willem? Ja, ik was even fictief mijn raam open doen. Ga even, ga even naar het ziekenhuis toe, Willem moet even inchecken. Oké. Okay. Oh. Wat is er, wat is met Harker Darko? Wat voor afspraak heb jij? Dat legt Willem trouwens dadelijk wel uit. Ja? Ja, komt goed. Oké. Okay. Prima. Ik zit namelijk in een benarde situatie. Willem is letterlijk bezig met uitstel van executie. Wat heb je gedaan? Ze hebben Willem in de val gelokt. Wie? De politie? De politie. Benzine is trouwens leeg, maar is helemaal raar. Mijn netvlies staat heel raar. Ja, wederzijds. Mm-hmm. Ze hebben Willem namelijk een aanbod gedaan. De politie heeft Willem een aanbod gedaan. Als Willem vertelt informatie over de darkness. Ja. Dan krijg je een geldbedrag, volgens mij. Oh nee, wacht. Oh nee, 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 trouwens, wacht. Willem gaat eens even inchecken. Dit gaat Willem niet bespreken op een openbare plek. Nee, 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 nee. Omo! Hallo. Makkel. Wat is er bezig gaande in de bodycam? Wat heb je gevraagd? Wat? Oh. Ja. Horror. Horror? Ja, vrijdag 13 nog gewoon. Doet hij het bij jou dan? Nou, ik heb hem opnieuw geïnstalleerd, dus de kans is er. Daar dat hij het zeker doet. Mij leek dat ook wel leuk. Ja. Heb jij dat nou ook, Lucas? Nee. Hoezo niet? Hallo, meneer agent. Hallo. Heeft iemand nog Ruben gezien? Ja, die liep net... Kijk, wacht. Die heel toevallig... Nee. 3, 2, 3. Daarheen. Liep letterlijk daarheen, die kant. Daar. Die hoek om. Waar? Oh. Hey, 3, 2, 3. Zit toevallig de auto die van mij heeft overgekocht? Willem, ja toch? Ja. Maar heb je hem nou gevonden? Of wel? Loop mee, loop mee, Willem. Je zoekt Ruben. Zo, loop mee. Nee. Daarom. Nee. Maar ik dacht, ik zag hem daarheen rennen. Maar ja, dit is jouw auto. Ja, rijdt ie. Hij rijdt top. Top. Hey, Willem. Hoi, Rex. T-Rex. Hallo. T-Rex. Doe je deur eens tegen, Willem. Laten we hier even, even wegrijden. Ga maar. Naar de volgende. Ja, dit is leuk. Dat die benzine zo goed doet. Mooi, Maserat. Oh, dat is RS7. Zo, die was clean. Dat zal wel, ja. Die was clean. Hé, hey, mijn benzine is bijna leeg. Dan gaan we het gemeentehuis in. Dat is niet waar, trouwens. Oh, what the fuck? Wat? Kijk dan. Wat? Kijk dan. Huh, wat is daar gaande? 3, 2, 3. Is opgepakt, op. Kom maar gewoon hier zitten. Je kunt toch gewoon praten met elkaar alsof er niks aan de hand is. Gewoon naast elkaar zitten alsof we normale burgers zijn. Zo. Hoppakee. Hé, wat wilde je zeggen, Jordi? Hé. Hey. Ik hoor je niet. Miri, gefeliciteerd met de 100k nog een beetje laat, maar gefeliciteerd te gaan. Zo, dank je Miri voor de 5 euro en het leuke compliment. 3, 2, 3. Dankjewel man, voor het leuke compliment. Ik hoor je nog steeds niet. Ja, ik hoor je. Maar ik weet niet, die ken jij volgens mij ook wel. Ik hoor ook een gast. Hou je mond, joh. Ja, joh. Rustig aan, joh. Grapje. Rustig. Ja. Nee. Ja, die had een auto gestolen, die is nu aangehouden. Dat is het eigenlijk. Aha. Mijn horror werd gisteren heel goed bekeken. Dat wou ik even zien. Ja? Doei. Nou, ik kon niet meer meedoen helaas. Oh, ja, ik zag het. Maar het werd echt voor mijn verbazing. Ik Ja, mij lijkt het wel leuk omdat ik het vorige keer al wilde doen, maar toen ging het niet door. Dat normaal... ik het nog een keer kan doen. Waar is Piet? Hè? Huh? Weet iemand waar Piet is? Nee, normaal ben je een kogel weer in het vest. Piet rondom goede roleplay. Piet zou hier ergens moeten zijn. Dus. Piet zou hier maar, ergens moeten zijn. Hoe weet je dat? Ja, wie iets met Surgeon is dood. Bellen? Leuk dat je bij me op schoot zit, Willem. Ja. Mm-hmm. Maar ik had iets van 600. Wow, 650, zoiets. Maar dan meet met het toch niet? Toen werd het op een gegeven moment werd het wel wat later. Dus maar had jij nou een nieuwe stream gemaakt daarvoor? Of een. Had je het in de huidige stream? Nee, ik heb gewoon de titel aangepast. Ik had geen zin om te doen. Ja, oké. Okay. Maar misschien beter wel om een andere daarop aan te doen. Moet ik even Piet bellen dan? Nee, jij kijkt mijn stream. Kan jij heel snel voor mij? Ja. Vrijdag de 13e zoek de game maar op. Doen of willen we horror? Ik wil horror wel doen, vind ik wel leuk. Maar vraag maar even Piet of er nog iets te doen is. Ja, prima. Maar René, wil jij voor mij een horror thumbnail maken van vrijdag de 13e in het Engels? Die is echt een chille gast, Willem. Friday de 13th. Yo, Piet. Moet jij even op internet op zoek, wil jij daar een thumbnailtje voor maken? Dan gaan we zo meteen leuk horror doen. Waar die is.
na de streaming. Dus deze stream zou sowieso wel stoppen. Dan kan je wel zeggen nee, alsjeblieft niet. Wat, maar de stream zou sowieso stoppen. Dus ik ga gewoon na de stream ga ik dan nog een stream starten en dan ga ik horror spelen. Dus als je het niet wil. Er is letterlijk geen nadeel voor jou in die situatie. Er is letterlijk geen nadeel voor jou. Waar ben je nou dan? De Rini to the duty, dankjewel René, ik hou van je. Dankjewel. Aarde. Die gozer kan overal zijn. Heb geen. Maar hoe weet je dat hij dood is dan? Van. Anders zeg je het zelf. Nou, dan komt er zo meteen na deze stream, jongens. Komt nog een horror stream. We gaan even kijken of er nog een scenario met Piet is. Hoe hij is dan? Lekker smakken. Okay. Yo, later, Bert. Lekker man. We zijn gewoon echt naar het chillen. Ik kijk 3-2-3 daar lopen, makkers. Naar boven, ja. Nee, nee. Wacht, ik roep hem. Ik fluit naar hem. Hoort hij ons? Nee, denk ik niet. Ik ga hem roepen. Ik ga hem roepen. Ja, hey, 3-2-3! Ja, bel man. 3-2-3, hoor je me? 3-2-3, hey! Hey! Hey, man, hoe is het? Goh! Wat ben jij aan het doen? Ben jij aan het wegrennen? Ah, ja. Voor wie? Hey, wil je Super Willem, Goedendag. Oh, wat tel? Hallo? Jij loopt even met mij mee. Oké. Jij klikt anders, 3-2-3. Bloed afnemen van mij. Ja. Nee, het heeft wel geholpen, hè? Waarmee? Of niet? Nou, was jij voordat jij bloed afgenomen was, was jij toen ook al in je status dat je nu bent? Zeker, zeker. Ja? Oh, jee. Daar zijn je vriendjes. Zwaai me nog even naar ze. Ja? Oké. Kijk, dan moet je ietsjes terug. Ik hoop dat ze me horen. Ik hoop dat ze me horen. Pak je me vast. Ja. En wat wil je doen? We gaan even praten in mijn kamer. In jouw kamer? Heb jij een kamer hier? Zeker. Oké. Ik wil eerst Willem meenemen, maar... Hij wilde je naar Willem brengen. Ik wilde je Willem brengen, eigenlijk. Of naar Willem brengen. Oké, okay, jongens. Ren weg. Nee, hij zegt hij heeft me vast. Hij heeft me vast. In die richting. Leiden? De leider, ja. Ja, het is maar wat je noemt, leider. Ik zeg af leider, okay, want ik wil. Okay. Anders breng ik Jerry en dingen in gevaar. Dat wil ik ook niet. Anders breng ik Jordi zo, en weet ik voor wie. Welke verdieping? Klinisch. Ik wil Jordi, Piet of Rick ook niet in gevaar brengen. Dus ik hou wel voor me dat ik leider ben. Ik ben helemaal geen leider. Loop naar links. Yes. Ik zal niet proberen het om te vluchten. Nee, ik doe niks. Ik doe niks. Je hebt nog grote schut in mijn eigen huis. Huh. Zo, ik heb. Groter dan jouw vuurwapentje. Sorry? Groter dan mijn. Ga maar zitten. Ik moet zitten. Oké. Animaties. Dus bloed afnemen. Zit. Oh, even wachten. Van mij. Waarom? Zo, nogmaals, sorry. Ik, wacht. Ik word gebeld. Hoe heet je? Neem maar op. Hey. Hey, kom eens even terug naar je auto. We hebben zo meteen. Terug naar mijn auto? Ja. Ik kom er zo meteen aan. We hebben dingen met Pyt. Met Pyt, ja, ik kom er. Ik kom er straks aan. Ik ben net even. Plassen. Oké. Zeg maar tegen Willem. Oh, kut. Ja, laat maar. Ja. Ik hoor, je mag weer. Ik doe. Oh, wacht. Hallo? Jullie. Oh, is het. Ja, moet je terugkomen. Ik je stembanden doen raar. Kom eraan. 3-2-3. Wie is bezig? Wie? Makkers. Hey Willem. Is Willem in de porto? Ik doe even mijn porto uit, jongens. Ik doe even mijn porto uit. Ga je niet mee? Jawel, maar ik doe nu even mijn porto uit. Oké. Ik hoop dat ze het begrepen van het vorige scenario. Ik zei ik doe mijn porto uit. Dat ze dat door hadden. Dat was letterlijk ons teken van het vorige scenario. Ik doe even mijn porto uit. Dat was letterlijk mijn... Hij is even met zijn stembanden kloten, die gast. Dus ik ga nu niet opstaan, dat verpest een beetje het scenario. Maar 3-2-3 klinkt in één keer heel serieus, jongens. Hij is even knipperen. Hij is even knipperen. Dus ik hoop dat ze het teken door hadden van... Ja, wat ik zei. Ik doe even mijn porto uit, ja.
Dat klinkt zo, ja, ik weet niet. Ik hoop dat ze door hadden. Ik hoop dat ze door hadden wat ik naar beneden bedoelde. Van, kom. Net zoals vorig scenario. Dat het code wordt. Ik doe even mijn porto uit. Was. Zo. Maar het zal wel niet. Het zal wel niet. Zijn game is gecrashed. Ja, jongens, we starten. We wachten wel even. We wachten even tot hij terug is. Dan gaan we het scenario verder doen. En dan gaan we verder. Pak je machete. Nee, maar hij houdt me vast. Dat is het ding. Hij houdt me vast. Het is dat, jongens. Wacht even. Wacht even. Wacht even. Zo. Jongens, in tussentijd. We hebben bijna. Die daar hier. Ik kietel hem nu. Bijna de 101.000 en 100 abonnees. Dus check even. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het even. Je naam komt boven. In dat hoekje komt hij in beeld. Daar. Daar ergens komt hij in beeld. Als het goed is. En dan brengen we deze naar de 101.000 en 100 abonnees. Ja, jongens, wacht even. Gaan we even terug. Heel even wachten dan. Waar is hij? Ja, hij is knipperen. Oh, godverdomme. Wacht. Mooi zo. Hier. Ik weet in ieder geval dat jullie er zijn. Ze hadden het dus wel door, jongens. Ze hadden het door. Ze hadden het door met teken. Ze hadden het door. Wat voor tekst? 3. Weet ik niet. Misschien horror of zo. Doe maar even horror. Doe maar gewoon horror. Of weet ik niet. Schreeuwen, weet ik veel wat. Iets. Doe maar even zin maar iets. Nee, ik vertrouw je. Ik vertrouw je dat je de tekst kan fixen. Wacht even. Wacht overigens nog maar heel even, jongens. Even het scenario om. Dan laat ik hem even zijn ding doen eerst. Waar is gaan? Zo. Ik wil eerst even weten wat hij überhaupt te zeggen heeft. Ik wil eerst überhaupt weten wat hij te zeggen heeft. Maar hij is er weer. Hij is er weer. Hij heeft me te pakken. Hallo? Oh, hallo? Ja, ik hoor je. Oh, oké. Okay. Ja, top. Hé, hey, wat wil je? Dus... Jij had bloed van mij af laten nemen, toch? Ja, correct. Ik heb Emilio Charson al teruggepakt. Je hebt hem al teruggepakt? The Surgeon heb ik al teruggepakt. Op wat voor manier? Ik heb beide op het randje van een, beide op een randje van een cliff bijna eraf geduwd met een auto. Bijna? Bijna. Meer een waarschuwing? Meer een waarschuwing, ja. Maar de vraag is waarom? Waarom bloed afnemen? Waarom bloed afnemen? Omdat wij dat nodig hadden. Het spul wat in jou zit, hadden we nodig. Informatie erover. Er zit al lang niks meer in mij. Nee, maar we hadden gewoon jouw informatie nodig. Jij was een link. Jij was een link naar meer informatie. En waarom? Wat voor informatie wel? Ja, ik kan helaas niet te veel over die informatie zeggen. Zeker? Ja, dat weet ik zeker. Kijk maar achter je. Dat ik daar niet zoveel over kan zeggen. Ik heb wat groters dan dat miserige pistooltje thuis liggen, hoor. Ja, maar je bent nu niet thuis. Dat maakt mij niet uit. Ik wie ze weet wie je bent. Marcus Plakkes. Dat klopt. Dat weet ik. En dan denk ik ook dat je weet wie dit zijn. Niet specifiek nu. Zeker. Degene die nu in het toilet staat. Ja, ik weet niet wat hij daar doet. Volgens mij heeft hij zelf niet door dat hij daar staat. Hoezo zou ik op een bedje gaan staan? Of zitten? Of... Hoezo? Volgens mij zijn jullie degene die fout zit, of niet? Hoezo? Nou, jullie zijn degene die bloed van mij afnamen. Ja, heel toevallig. Ja. Maar hoezo zitten wij daarmee fout? Nou, dat is heel erg simpel. Je had gewoon moeten vragen aan mij. Ja, je had me niet met een... Kwam jij capabel over in ons ogen om het aan jou te vragen? Maar dat betekent niet dat ik dat ik oncapabel ben. Dat ik niet capabel ben. Toch? Kwam jij capabel over? Nee, natuurlijk niet. Maar dat betekent niet dat ik niet kan praten. Zoals gast, even ter zake. Je was gewoon... Je kon niet eens normaal praten, man. Dus laten we even ter zake komen. Je kan een grote bek tegen me hebben. Ja, maar wat wil je? Wat dan? Het simpele wat ik wil is... Kijk hoe je eruit ziet, gast. Dat jullie Edward... Dat we wat? Edward gaan doden? Dat we Edward doden?
Edward Nigma, kogel door zijn kop, tussen zijn ogen. Ha! En hoezo? Hoezo zouden wij dat doen? Nou, simpel. Je hebt toch een zaak aan elkaar? Hoezo je eigenlijk... Zeker. Hier zaakjes... Je moet even wat harder praten, Jordi. Hoezo je zaakjes bespreekt in je eigen fucking kamer? Ja, waarom niet? Denk je dat ze hier camera's hebben? Microfoontjes. Nou, camera's of niet? Is er niet een hele slimme plek, niet? Nou, jawel hoor. Weet je, ik vind het altijd wel grappig, weet je. Jullie kunnen nooit iets in je eentje oplossen, weet je. De een moet weer de ander gaan roepen, weet je. Tja. Je zou er maar zo uitzien. Bereik je wel meer. Kom je wel poesie erover. Ik sta hier in mijn eentje met een hamer. Kijk wie de enige, wie hun wapens heeft weggedaan. Ja. Ik zou nu op jullie allemaal kunnen ingaan. Ja, niet. Maar we doen ons wapen weg, want je komt niet echt bedreigend over. Maar wie hebben jullie allemaal nodig om Edward Nigma uit de weg te helpen? Nou, jij in ieder geval niet. Maar, nee, maar wie wel? Geef ons één goede reden hoe we dat zouden doen. Wat is de reden? Omdat hij jou heeft... En waarom zouden we het doen? Ja, nou, incapabel gemaakt. Edward Nigma is niet helemaal goed in zijn hoofd. Hij heeft jij ook niet. Incapabel gemaakt, dus, inderdaad. Hij heeft BU-12 met BU-4 gemixt. Wat nog meer? Jeetje, een goede vraag, hè? Het is gewoon een vuile hond. Oké, okay, ze doen het zelf dan niet. En hij heeft het boekje van Jack Bone gestolen. Maar als jij zo zegt van dat jij zware geschut hebt dat wij hebben, hoezo doe je het zelf niet? Hoezo moeten wij het doen? Waarom zou ik het doen? Omdat jullie voor mij gaan werken, heel simpel. Weet je wat het grappige is? Jij zat hier in een speedo met, weet ik veel, verf op je borst, op je benen. Hoezo zouden we naar zo'n klauw moeten luisteren? Omdat ik het zeg. Alles voel je het vanzelf. Er zitten meer bluffers in Roeveen die dat zeggen. Dat klopt, maar ik ben geen bluffer. Ik ben het doel. Ja, dan mag je eerst even gaan bewijzen. Helemaal goed. Fijne dag, heren. Jullie horen nog van mij. Top dat jullie in ieder geval begrepen wat ik bedoel. Ja, natuurlijk. Scodewoord, hè? Ga je weg. Die kant. Oh ja, prima. Scodewoord, ja, hè? Gekke shit, maar ik denk ik ren naar hem toe. Ik denk ik ga even kijken hoe het met hem gaat, weet je. Mm-hmm. Helemaal die gekke stem. In één keer switch je stem. Komt er een of andere capabele normale stem uit. Ja, dat... En hij houdt me vast. Hij trekt me mee, hè? Ja, ik hoorde het van mensen dat Peter Smith, toch? Die niet helemaal... Ja, hoe heet hij? Peter? Ja, iets Pieter nog vast. Pieter Smith. Of Pieter Smith. Laten we sowieso weg vanuit het ziekenhuis. Wij kunnen niet alles in ons eentje. Maar vervolgens moet hij ons wel helpen om Edward te... Ja, heeft hij ons hulp nodig? Ja. Ja, weet je wat is? Hoezo doet, zou hij dat doen? In... Ik heb, hij heeft trouwens wel... hij vertelt ook... Oh, oeh. Horen jullie dat ook? Mm-hmm. Ik hoor een schoten. Ik zou als jou was snel weggaan, Jordi. Vooral, ja, dat is belangrijk. Dat is voor jou belangrijk, Jordi, dat je weg bent. Zo! Schoten gelost. Parkeergarage, denk ik. Die schoten? De motor is weg! Wat is dit? Kijk, daar heb je 3-2-3 ook. Hier, mijn auto. Ga naar mijn auto, Jordi. Kom. Mijn auto is hier. Zo, gekke schotenmeldingen. Oké, we moeten snel naar onze auto en Golny. Ik weet niet wie die schoten loste, maar die waren niet van ons. Oh, kut. Ja, mijn is leeg trouwens. Hij is leeg. Fucked up. Deze auto is leeg. Wilt u die auto nou? Nee, dit is mijn auto. Idioot. Hey, maar hij is leeg. Je powerback. Hier, kijk. Hoppakee, op slot. Hier, deze. Dit is van mij. Kom maar, Jordi. Kom maar. Yo, laten we naar de impound gaan snel. Fijne dag. Zelfde. Hey, die had er weinig. Kijk, hier die 3-2-3 rennen dan. Aanrijden wat ik eigenlijk wil. Ja, maar... impound graag. Rechts. Rechts? Ja. Oh, die impound. Prima. Maar ik kan, die hier kan ik wel neidig worden, maar mijn motor stond op slot. Iemand heeft waarschijnlijk gewoon... Die heeft die dingen gebruikt. Ja. Die motor. Wat ik ook altijd doe met jullie, maar dat kloot ik en dan breng ik hem gelijk terug. Ja, snap je. Maar iemand heeft hem nu gewoon echt... Ja, dat is wel kut. Dat is niet de bedoeling. Nee. Ach ja. Hey, maar... Dan heb ik weer 5k aan boetes erbij straks. Dat. We weten het... Ja, fuck aan man. Kijk, heel vaak kunnen we het niet serieus nemen met van die gasten. Mm-hmm. Maar zo'n Peter Smit, noem ik het gewoon even. Mm-hmm. Peter Smit, wat is het? Die moeten we wel rustig aan mij doen, hoor. Want, maar ik, weet je wat het is? Kijk, als 3-2-3 stelt hij niet zoveel voor, maar ik denk dat hij heeft ook dingen gemaakt. Piet liep net bij ons, hè? Ja, maar die heeft het bij zich, neem ik aan. Dus hij kan gewoon rondlopen. Ja,
Maar weet je wat is? Je hebt gelijk. Pieter Smit moeten wel rusten mee, maar ik ga uitkijken. Natuurlijk niet laten merken dat Nee. Maar verder, hij zei ook dat die Emilio en de Surgeon allebei al bedreigd heeft. Overigens is de Surgeon volgens Piet nu dood, maar ik weet niet of ik hem mag geloven. En verder zei hij ook dat hij de Surgeon en Piet, Emilio ga je op je motor gepakt heeft. Oké. Ja, laten we gaan kijken hoe dit zich voortzet. Ja, hij zei dat hij hun allebei had bedreigd. Okay. Is goed als ik bij... ik stap maar naar... Lucas is ook zo wil. Kut niet op vinger wat hij opsteekt gelijk, hè. Hey, mijn Luma is inmiddels al gerepareerd. Laten we... Ja, we gingen met Piet afspreken, toch? Ik bel Piet en dan gaan we naar de Tequila Line rechts. Nee. Laten we achter de Eclipse Tower de gebouw meeten. Hij is in gesprek. Goede thumbnail, René. Een hele goede thumbnail. Ik heb Heel leuk. Zit jij bij mijn auto, Mees? Mhm, zie me niet. Oh jawel, waarom zeg je zo hoi, ik heet Mees? Waar ging je heen? Oh, hierheen. Hier staan ze. Hoi, ik heet Max. Nou, top. Ik wil opnieuw doen, hè. Wat? Dat is best wel grappig. Hoi, ik heb mis. Ja, dan moet ik je aan het oud terugdenken. Ik heb mis. En toen had ik je met een hamer neergeslagen. Toen ging Edo bij je lijk dansen. Dat vond ik leuk. Ik niet. Waar is Willem? Ik vind het sowieso raar. Waar is Willem? Piet, weet ik niet. Is Willem niet uit de stad? Nee, die was met Harko als ze iets doen, geloof ik. Oh ja, dat moet het ook even over hebben zo. Wat? Wat? Even dat met Harko. Wat dan? Willem heeft mij verteld wat hij ging doen. Wat? Maar anders niet helemaal. Willem zei dat hij in een beetje een benarde situatie zat. Overigens omdat de politie hem een geldbedrag had aangeboden om informatie over ons te geven. Nou, ik zie Willem dat natuurlijk niet doen. Maar Willem zei dat ze hem eigenlijk een soort van in hebben geluisterd. En toen moest hij het ziekenhuis in. En toen heb ik hem eigenlijk sinds dat niet meer over gesproken. En als hij nu met Harko Dokers afspreekt, niet dat hij informatie gaat geven. Maar gaan we bellen. Dat is hem wel aangeboden, zeg maar. Die gaat wel informatie geven, heel simpel. Willem? Ja, als hij geld ziet, dan doet hij dat wel. Weet je wat is? Er waren twee rechercheleden die naast hem stonden. Mm-hmm. Dus... Willem. Dat was Mattie van Wout volgens mij, waar ik eigenlijk ook een afspraak mee heb. Ja. Over een ander incidentje, maar... Harko Darbo. Ik zag zo met die S-klasse rijden helemaal op het begin. Echt een half uur van tevoren, ik dacht... Ik denk dat ze gewoon misschien wel een recherche dienst waren. Dat weet ik niet zeker. Ja, maar ja, ze probeerden ook iets te zien qua lijk of zo. Ze gingen ook een keer naar Ruin. Als je tijd hebt, staan achter Eclipse Tower. En ja, wat is er nou met Piet aan de hand nu? Ik weet niet. Hij weet ook toevallig dat wij in het ziekenhuis zijn. Ja. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Dus hij had natuurlijk de auto kunnen zien, maar ja, dan weet hij niet precies dat we daar zijn. Ja, Pieter is net weg en hij is constant in gesprek. Timo, SO naar Jordi. Hey Jordi. Ja? SO. Hey, SO ook naar jou, man. Dankjewel Timo voor de 3 euro. En Willem Rambo 3 euro. Leuke roleplay, maar dat in mijn been was niet nodig. Nee, maar ik wilde gewoon graag schieten. Ik wilde gewoon de punch extra hard maken, want je overleefde toch wel. Maar dat hij in de nek gestoken was, was inderdaad niet nodig. Maar dat hij mijn benen vond ik wel leuk. Gewoon even die extra intimidatie van pas op, weet je. Klik erop. We zijn niet bang om die te schieten. Ik weet niet hoe we het over wilden laten komen. Ik heb geen idee. Maar dat was in ieder geval. Het ging wel leuk scenario inderdaad. Vond ik echt leuk scenario. Ook dat je zo schreeuwde en zo. Dat vond ik oprecht heel leuk. Ja? Van dat geld in die bodycam. Die tekst erbij vond ik. Ja. Die vies van jou? Nee. Ik weet niet of het. Die laatste? Ja, die van Willem of zo. Oh ja, klopt. Hey! Ik heb even met iemand gebeld. Met? Devin Westenhanger, waren pillen, lag geld op de grond en hij had een schotwond in zijn schouder en in zijn knie. Wie? Surgeon. Hij had een schotwond in zijn knie. En in zijn schouder. En zijn schouder en lagen pillen naast hem. Jij weet ook wie de surgeon is. De surgeon is iemand die gewoon ook in zijn dingen moet handelen, die ook gewoon geld moet verdienen. Reptiel dan? Ik denk een reptiel, ja. Dat verwacht ik. Want ik hoorde dat er overal bloed lag en dat er overal pillen lagen verstrooid en dat er geld lag.
Ik denk gewoon dat één dikke reptiel is geweest. Ja, ja. Mozes zou je geld laten liggen. Ja. Nep geld? Ja, okay. Ik weet het niet. Misschien in een hurry vertrokken. Misschien trok hij een wapen, is geschoten, zijn ze weggegaan. Ik weet het niet. Oké. Okay. Weet je zeker Boys, gaan even andere locatie. Hoezo? Maar dan? Ja, ik zou je zo even terugbellen, ja? Nou, we gaan weer een nieuwe locatie, jongens. Een nieuwe locatie, ik vind het helemaal prima. Ik weet niet waarom, maar we komen er zo achter. Nieuwe locatie, ik denk dat daar misschien Willem ook is. Dat Willem daar misschien ook te plaatsen is. Maar de surgeon is dus een riep deal, dat schijnt gewoon een deal, een drugsdeal. Of weet ik veel wat voor zaken die doet, het is fout gegaan. En daar is hij dus dood geschoten, de surgeon. Maar ja, het kan ook, zoals Jori zegt, een nep dood zijn. Een dode scène gezet. Omdat hij heel veel weet. Zo. Wat gebeurt hier dan? Ik vind het wel grappig dat je motor nog recht staat. Ja, die motor staat nog recht, jongens. Dat vind ik ook leuk. Nou, die zijn gecrashed. Je moet eten en drinken, ik weet het. Ik weet het. Je moet inderdaad eten en drinken. Zo. Die zijn door een hisseloze aangereden. Dat is erg leuk. Oh... Kijk, je hebt even zo, hij is af, maar heb je mening nodig? Dit was een hele... Hesseloze. Ja, maar dit klopt ook niet helemaal. Het netvlies klopt ook niet. Nee, dat klopt. Je motor staat letterlijk nog recht. Je motor staat nog recht. Laten we dit even, alsof het niet gebeurd is. Is niet gebeurd, vind ik prima. Nee. Dat is ook niet echt midden in een scenario of zo, dus is prima. Heeft hij uitgezien? Waar is Piet nou heen? Hey Piet, waar ben je nou heen? Of waar hij is naar de landsuper. Hoezo? Oh, daar is hij even door. Mm-hmm. Prima. Join Max de Discord. En zo, hoppakee. Heb je de porto aanstaan of niet? Nee. Nee, je hebt zijn porto niet aanstaan. Moet ik een porto aandoen? Is best handig. Ja, dat doe ik al bij de winkel. Zeg maar, althans, dat doe ik zo wel. Dat doe ik met Peter Smit om uit te zetten. Mm-hmm. Hier bleek... te zijn. Ik ga ook even tanken, want ik weet niet hoe vol die zit. Dat vindt ze niet meer te vertrouwen. Ja, dat is goed. Oké, jongens. We gaan even tanken. En de porto aanzetten. F7. Oh, F7. Oh, porto kan je niet aanzetten als je een tanker bent. En dat lees je wel. Ja, ik ga even de dinges lezen. Dit is basically een screenshot. Oeh, die is leuk, René. Met die tekst erbij. En uitgeknipt met drop shadow gedaan. Kijk, dat is net als een GTA film. Dat is heel goed. Heel clean. Deze gaan we zo gebruiken. Vind ik leuk. Vind ik leuk om te doen. Hey Willem. Oh, je hebt die Bentley, heb je gewoon nog steeds? Tuurlijk, Willem. Dat wist ik niet. De Bentley. En jij maar zeuren dat je skier bent, rijdt in dit fucking Bentley. Wat is er? Waarom zat je in de auto met Harco, Dwarbo en Thomas? Willem was bij het ziekenhuis en Harco stapte in. Toen ging Thomas een winkel kopen. Willem wilde eigenlijk mee, maar toen kregen we een belangrijk belletje. En toen is Willem hier naartoe gereisd. Oké. Okay. Mees moet zeggen, Kate Mason, ik heb de auto gescoopt. Wat heb je naar boven rijden, naar die oude Meffelen Ja, prima. Wat bleek dan hier? Prima. Met wie spreken we af dan? Met Peter. Met mij. Met gewoon ons clubpie. Gewoon elkaar. Oké, okay, ja. Valt wel wat te bespreken. Oh, Siek staat in de drive. Nice. Ja, voor je kans. Ging het toch omhoog? Wees blij dat het maar bespreken is en dat er niet over doorgaat. Ja, nu gaat het toevallig wel makkers. Maar oh, ja. Ik ben, oh, dat is daar, bij een huisje voor. Oké. Ja, jongens, we gaan door rijden. Zal je wel naar rechts zijn? Oh, hesseloze. Naar rechts. Oh, waar we toen ook waren, dat er weer op ons gesniperd werd. Door toen de tijd subject 1, volgens mij. Mm-hmm. Ja, hier werden we door subject 1 gepakt. Nou, kunnen we niet beter gewoon een beetje bij de auto's blijven staan, of wat? Oh ja, prima. Maakt ook niet uit. Gaan we eerst als we weg moeten, dan zijn we snel weg. Ja, dat vind ik prima. Ja, ik heb met iemand gebeld. Willem, ja. Nikolovski lag dood bij de Devon Weston hangar. En nou, net was hij nog levend. Wat? Je zegt nou dat hij dood is en net was hij nog levend.
Dat heb ik niet gezegd. Hij zei net ook dat hij dood was met die pillen en weet ik veel wat. Nou, hij zei net een schot rond in zijn knie en schouder. Ja, maar hij was morgens dood toen ze daar aankwamen, zei ik. Oké, nee, is goed. Oké. Enige aanwijzingen naar iemand? Totaal geen idee. Hij heeft daar niks over gezegd. Hij heeft gezegd, ik ga een deal doen. Dus... Maar daily business heb ik al vaker deals mee gedaan, maar ik kijk niet in zijn agenda. Ik heb een raar dingetje, jongens. Totaal geen besef van wie dat die deals. Een stukje van mijn stoel. Dus... En ik zit met de kloten. Ik weet zeker dat het Lofsky was. Ik ben 100% zeker dat Lofsky was. Hoezo weet je dat? Ben je er geweest? Omdat hij exact dezelfde outfit aan heeft. Als ik Lofsky opbel, dan reageert hij niet. Ja, maar dat betekent niks. Hij kan ook van telefoon zijn veranderd, dood in setup zetten en voilà. Hij zat al een tijdje op de radar van de politie, dat weet je. Ja, dus? Ja, nou misschien wilt hij daar vanaf komen. Als je, zo kom je er makkelijk vanaf. Je dood is en dan de radar leven. Hetzelfde verhaal met Mason. Waar is die nou? Het enige verschil was met Mason was dat hij echt dood was volgens mij. Weten we niet. Ja, weten we niet, maar dat was hij een ander verhaal. Hij is doodverklaard, er komt een bloedonderzoek uit binnenkort. Dus dat zal wel genoeg uitgeven, niet? Ja, maar ja, Mason was ook doodverklaard. Toen stond hij daar. Ja. Ja, maar daar is geen bloedonderzoek op gedaan. En bij die kerel wel. Mm. Dus? Huh. Dat. Ja. Interessant. Interessant. Ja. En wat was jij doen met Willem? Ja, Willem, hoezo wou Mattie van Wout en Harco daar bij jou zo graag hebben, Willem? Oké, wat zit er onder die slotas van je? Een dikke .50 kaliber sniper, dat is wat er zit. Nee, natuurlijk niet. Maar Willem heeft een hele lange tijd geleden een aanbod gekregen van Harco Darbo. Ze vermoeden namelijk dat Willem connecties heeft met de Darbos. Het vermoeden ze. Waar die vermoedens vandaan komen, geen idee. In ieder geval, ze wilden dat Willem informatie vertelde over de Darbos. Maar dat heeft Willem niet gedaan. En nou probeert Harco Darbo te pushen bij Willem. Mm-hmm. Dat hoorde ik via de telefoon. Precies, hij wil informatie uit de Darkers, maar Willem heeft nog niks verteld. Willem zegt alleen dat hij informatie heeft over de Riddler, aangezien hij destijds gezien was bij Human Labs. Maar wat wilt hij weten over de Darkness? Ja, wie erin zit, huizen, voertuigen, dat soort dingen. Wie erin zit, dat weten ze al. Nee, ja, maar... denk het niet. Wel, jawel. Een maand geleden vroeg je van iedereen. Dat is echt lang geleden, Jezus. Weet ze het van iedereen? Ja. Hoe heet je dan? Ja, ik heb ook zomaar contact. Wie zijn de contacten? Maakt niet uit op dit moment. Ik ben heel erg benieuwd of ze weten wat ik erbij zit. Ja, dat weet Willem dus niet. Ze zeggen dat ze allemaal hebben, maar goed, dat kan ik ook niet. Het kan ook bluffen zijn, hè? Kan ook bluffen zijn. Ja, dat wou ik zeggen. Ik kan niet in die dossiers kijken, dus... Ze willen alleen dat Willem informatie geeft over de darkness aan de politie. Tevens wordt Willem nu ook weer gebeld, Harco Darbo. God. Nou, neem ze op en zet hem eens op luidspreken. Zet hem eens luidspreken. Hoe doet Willem dat? Shift S. Hey, hallo. Hallo. Dag. Hey. Wanneer ben jij weer beschikbaar, beste? Ik hoor hem. Nog een keer. Voor een afspraak. Alleen jezelf. Nu hoor ik hem niet, nu heb je hem weer uitgezet. Ah. Ah, ja. Een pilsje. Mm-hmm. Een pilsje. Wellicht, zei ik. Wellicht, ik zei wellicht. Drinken onder het werk, beste. Ik ben zeker niet aan het werk, beste. Ah, hoe is het trouwens met Matt? Is de winkel gekocht? Weet ik niet. Ik was met jou mee en toen kwam ik terug en was ik hem kwijt. Oh, pijnlijk. Mm-hmm. Ja. Ja. Mm-hmm. Maar even over die afspraak die je zo graag wilt hebben met Willem. Ja. Willem doet dat liever. Zeg niet het eens, beste. Willem doet dat natuurlijk liever niet. Waarom niet? Omdat Willem dan zelf in gevaar is. Oeh, wat is er gebeurd, Willem? De Riddler heeft veel dingen gedaan bij Willem. Hmm. 2700 mensen, leuk dat jullie er allemaal zijn. Check of je bent, ga een netje naar de bovenbeeld brengen. Deze heeft naar de 101.000 en 100 ONS. Daar pull-up met dingen. Dat is gevaar. Nee, denk ik niet. Hij is nee, voor nu in ieder geval weg, Harco. Willems taak zit erop. Je hebt geen last meer van hem. Duidelijk, oké. Ja. Maar wat is er mis, Willem? Wat dat scheelt er? Er is niks mis, West. Hmm. Er is niks mis. Willem is zowel fysiek als mentaal helemaal in orde.
Waarom loopt Willem dan echter gevaar? Willem liep gevaar. Maar niet lang. Waarom kunnen wij dan momenteel niet afspreken? Ja, bel met een agent, jongens. Omdat die agent informatie wil weten over ons. Dat is het dan. Ik bedoelde het niet zo. Ik wil gewoon gezelligheid. Omdat Willem een andere belangrijke afspraak heeft. Waarom denk je anders dat hij het mooie pak heeft aangedaan? Dat was voor de afspraak met de winkel, beste. Maar ook voor iets anders. Er is namelijk iets moois gebeurd. Duidelijk. Je gaat toch wel trouwen? Duidelijk. Willem zijn stiefbroer heeft namelijk een kindje erbij. Waar gaat het over? En jij gaat ook trouwen, of niet? Nee. Ik heb geen idee waar het over gaat, jongens. We hadden nog een donatie. 5 euro van Dakir. Oeh, die moet ik. Ik heb moeite mee. Dakir. Elidrisi. 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 Op zoek naar een vriend. Sorry man, ik doe echt heel erg mijn best om het uit te spreken. Ik zeg gewoon: Dakir, dankjewel voor de 5 euro donatie. Je bent een soldaat, ga ze door met streamen op naar die 100k subs. Hey, thanks man, sorry dat ik je naam niet uit kan spreken. Ik heb er oprecht moeite mee, maar dikke shout-out naar jou man. Dikke shout-out naar jou. Dat is overigens mijn fout. Wat is het allemaal, Willem? Ja, hij wil Willem spreken, hij wil informatie, maar Willem heeft zojuist de afspraak afgezegd. Dus we zitten safe. Maar ja, ik denk de volgende dat iedereen... keer weer af. Moet iedereen nu zijn stembanden even... Dan horen we hem straks weer. Oh ja, even stembanden uit. Nee, daar gebeurt soms. Soms. On, off, zo. Maar misschien wil hij wel de antwoorden vanuit ons. Ik neem geen risico. Ik doe het ook uit hem. Maar verder, wat net gebeurd is, Lucas en Jordi... melden we dat even hier. Dat sowieso. Ja, dat sowieso, hè? Dat is wel een goeie om even te melden. 3-2-3. Peter Smit. Is doorgedraaid. Is Peter Smit geworden. Mm-hmm. En die kwam... Nou, met een hamer was hij op Marcus bezig. Mm-hmm. En hij kwam met een argument. Ja, hij heeft Danny en dingen ook al bedreigd. Hij had Emilio en de surgeon had hij bedreigd. En hij kwam met een argument. Eerst zei hij van hoezo wij alles met z'n allen moesten doen. Dat was een beetje een klagen. Vervolgens zegt hij, ik wil jullie hulp om de Riddler te doden. Ja, nou, wij jullie gaan. Dat is niet eens een vraag inderdaad. Het was gewoon, jullie moeten Edward Nigma door zijn kop schieten. Ja, wij moeten Edward Nigma doodschieten. Tussen zijn ogen. En dus wij een beetje lachen, weet je. Hij beweert dat hij zwaarder geschud heeft, thuis, zegt hij. Ja, dat kan, boeien. Dus hebben wij gezegd van waarom doe je het zelf niet, weet je, als je zware geschut hebt. Maar omdat hij wil blijkbaar dat wij voor hem werken. Dat zei hij. Oh, hij zei omdat ik wil dat jullie voor me, of nee, omdat jullie voor mij gaan werken. Hij was eigenlijk heel direct in zijn zaak. Ja. Maar één ding is zeker. Ik volg geen bevel nee, op van klopt. Clown. Maar let wel een beetje op als hij ook al Emilio en Nick een keertje pakte. Weet je, stel hij komt echt een keer met zware geschut. Is het daar niet 3-2-3 die nou los heeft aangepakt? Nee, dat was ook al Peter Smit. Peter Smit. Maar het ding is dus, hij heeft al eens wat informatie bij mij losgegeven. Wie was het echt niks waard, dat echt delen waard was, om het zo te zeggen. Ja. Het was informatie die we al wisten. Ja. Maar... Eén ding is zeker. Hij was in ieder geval boet. Peter Smit wist alles van Titan ook weer. Dus hij kon alles weer benoemen. Hij gooide termen die ik nog nooit heb gehoord. Hij is de maker van Titan samen met Edward. Heeft dat weet ik. En hij zei dat Edward verkeerde hoeveelheden produceerde, waardoor bla bla bla. Hij was boos op Edward. Ja. En hij, wat wil ik nu zeggen? Oh ja, hij was boos omdat wij bloed van hem hadden afgenomen. Ja. En hij wilde dat wij voor hem werken. Wie Mac is en ik zijn, blijkt hij. Ja, ik liep sowieso zonder helm toen hij me pakte. Ik zag 3-2-3 rennen, dus ik liep naar hem toe. Van, wat fuck ben je aan het doen? En toen pakte hij ineens me vast. En toen kwam er ineens een hele capabele persoon, gewoon uit hem. Naar voren, en dat was, ik kon niet zoveel doen. Peter Smit. Gelukkig had ik mijn porto nog aanstaan en dan hadden de boys het door. Maar ik wil eigenlijk wel weten wat Darbo wil weten van Willem. Alles van de darkness. Gewoon letterlijk informatie, gok ik. Hij wil nou is het? Willem, wat nou als ik meega met jou? Als bewaker? Dan doe ik gewoon masker op, zeg ik niks. Nee, je moet niet die interactie opzoeken als Willem het net heeft gestopt. Ja, precies. Ik kan hem ook bellen. Ik spreek misschien... hem nog wel regelmatig. Even tussendoor. Hij heeft mij ook toen ook gecontacteerd. Hoe je klem... Omdat ik niet ja, maar dit is toch ook belangrijk, jongen? Nee, maar ja, is het met twee dingen. Optie, als het vervolgd wordt vanuit Harco Darbo.
om dan misschien informatie te geven? Als je het over de duivel spreekt, ik word verkrapt aan Harko. Echt? Ja, wacht even. Oké. Okay. Met Lucas Oleg, met wie spreek ik? Maar ja, vervolgens, als, is het geen idee om misschien als hij nog een keer erom vraagt om nepinformatie te geven? Dat je gewoon even van hem af bent. Zien we dan nog wel. Misschien wel een goeie inderdaad. Of je frame misschien dat je hem een op andere zijn vinger kan winden. Ja, dat zou mogelijk kunnen zijn. Misschien dat je hem om je vinger kan winden. Dus, dat is wel leuk. We hebben even corrupt agent aan onze kant. Dat wil ik niet zeggen. Maar misschien... Noem me maar Maronel. Voortaan is mijn bijnaam. Maronel of Maronel. Dat we een beetje kunnen schuiven. Dankjewel man voor de 3 euro. Een dikke shout-out naar Jabir. Een dikke shout-out naar Jabir man. Dankjewel voor de 3 euro. De telefoon mogen boven pakken. De wat? Dan even mogen kijken op onze Twitter app. Twitter. Wat? Wat zie ik? Samma is vermist en een familielid heeft deze melding gemaakt. Ik zie niks op Twitter. Wat, welk bericht moet ik kijken? Ik wou zeggen, ik zie ook niks. Ja, ik zie... Twitter op de Discord app. Oh, op de Discord app. Ik ben er net een uurtje, ben ik er. Oké, op de Discord app, jongens. Ik zal heel even op de Discord app checken op Twitter wat er gaande is. Twitter. Oké. Oh, gaat jongens. Het om die foto van de surgeon? Ja. Ja. Oké, wacht even kijken. Oké, jongens, die ga ik aan jullie laten zien. Die ga ik even aan jullie laten zien. Kijk, let op. Het gaat om deze foto hier. Het gaat om deze foto. En als jullie, zoals jullie kunnen zien, is dat de surgeon. Dus ik zal hem even vergroten voor jullie. Het gaat om deze foto. Die is juist op Twitter gepost, deze foto. Ja, dit is natuurlijk wel de surgeon. Meerdere auto's, heel veel bloed. Geld. Weet ik veel wat, is dat lijkt wel een hand wat daar ligt. Oké, kut. Dat is wel enorm jammer. En hij is gepost door iemand genaamd O. Letterlijk O. Goodbye my love, goodbye my friend. He by the surgeon. Oké, nou, dat is dus gepost. Dat is best wel gek. Oh jee. Samuel Hunt is vermist. Is Samuel Hunt vermist? Ja, ik kreeg net een belletje van Arco. Huh? Hij was letterlijk net nog met Hoe ons. Hoe weet Harko dat? Hoe weet hij dat inderdaad? Dat hij een melding heeft gehad van een familielid die zegt dat Samuel Hunt is vermist. Van een familielid? Ja, dat zat in een melding. Letterlijk alleen Willem is familielid. Ja, dat zei hij dus ook. Er zijn er nog wel meer, maar die zijn niet vaak te zien. Kan iemand samen bellen? Mogelijk? Want dat kan wel leuk verteld worden, maar... Ja, Willem belt. Bellen maar gewoon even. Misschien probeert Harko ons om de vingertjes te winden. Auto's van de Black Market. Auto's van de Black Market. Willem belt. Maar dit, die foto van de surgeon lijkt wel op het vliegveld. Ja, en de auto's. Ja. Zo zei je toch, daar van Westerhanger. Hey, hoe is hij? Prima, met jou? Ja, ook goed. Willem kreeg te horen dat je vermist was. Nee, ik ben niet vermist hoor. Nee? Huh? Nee, ik ren nu naar Blokkenpark. What the fuck? Huh? Wat dan? Ja, Willem kreeg het horen. Vanuit Lucas. Huh? Ik ben niet hier. Ontvoerd of ook niet vermist. Hij heeft sowieso locatie gepinkt. Wat? Je bent niet ontvoerd? Nee. Laten we hier wel weggaan. Oh, dat is mooi. Welke, wie heeft locatie gepinkt? Waar zijn jullie? Oh, kut. Let's go. Ja, volg maar. Ga maar. Ik zit de foto te bekijken. Wat is dit ineens allemaal weer? Ja, ik zit in te zoomen op die foto. Ja, ik zie auto's. Herken jij? Die auto's herken ik maar van één ding. Ja, maar dat is het niet. Dat hoeft het niet te zijn natuurlijk hoor, maar... Ik zeg heel eerlijk. Ja? Een schotwond. Ja? Er is een soort van schotwond, maar het lijkt alsof hetzelfde is op de grond. Ik snap wat ik bedoel. Er ligt wat op de grond. Ja, die lijkt allemaal ingewanden lijkt het wel, hè? Ja, maar er zit dus wat op zijn lichaam. Niet precies in zijn schouder, maar net eronder. Ik kan nu de foto niet bekijken natuurlijk tijdens het rijden, maar... Ja, ik heb het net gedaan, alleen... Waarom ga je? Nou, omdat die Harko, die agent, die heeft lang genoeg met ons gebeld. Willem kan goed rijden. Waar is hij erin? Ik rijd nog achter jou. Achteraan, want... Letterlijk allemaal achter jou gewoon. Ik ben niet aan het oplaten, ik ben het volgens op rijden. Maar, de agent die... Hij dan is wat zachter, Piet.
die is natuurlijk, die heeft onze locatie misschien gepind, natuurlijk, omdat we best wel lang aan het bellen waren met hem. Net zoals de Riddler toen heel lang bij ons gedaan heeft. Maar ja, 323 wil dus dat wij de Riddler, of 323, Pieter Smit, kan ik hem beter noemen, Peter Smit. Zo! Wat de fuck gaan we nu afslaan, jongen? Ja, die Pieter is ook zo incapabel, jongen. Lucas, als jij gewoon je vinger uit kan steken als wij zijn moeten. Het is sowieso een loemer die daarvoor heb je een richting aanwijzen. Ja. Wat is dat? Nou, wat betekent dat? Oké, Lucas. Okay. Geen telefoontje meer opnemen dan. Oh, sorry Willem. Ja, maar hij belt dadelijk terug. Hij gaat nou dat nummer bellen die melding heeft gemaakt. Het sneef. Wat doe je? Kunnen we beter niet de tuin in? Kunnen we niet gewoon voor de deur blijven staan? Ja, maakt mij niet uit. Voordat de locatie wordt gepinkt en dat er gewoon dat heel korpje staat. Ja, dan gaat Willem wel eens even zijn auto paraat neerzetten. Ja, maar dat heb ik al gedaan. Hé, hey, maar wat is er nou gaande? Er is van alles in één keer gebeurd. De foto van Surgeon, van Nick die dood is. Ga van de kant. Is nog niet zeker, maar... Jongen, ja. Max. Rijman. Kut, sorry. Nee. Ja, klopt. Ja, dat is zo. Er is sowieso een loemer bij betrokken bij dat van de searchen. Ja, klopt. En een auto die... een beetje een Amerikaanse stijlauto. Ik weet niet hoe je dat precies wil zeggen. Snert. Je ziet wel een schot om. Jongens, dit is moeilijk. Zijn nu pas typfout, bedoeld 200k. Oh, ik had het niet eens door dat je het zei. Dankjewel voor de donatie. En Anne Frankrijk, geef groetjes aan Jordi. Ga ik doen, dankjewel voor de 4 euro. Dik shout aan jou. Ga ik doen. Daar zag ik hem laatst ook veel mee. Wie? Ging met wie om? Ashlyn. Met Ashlyn. Wie is Ashlyn? Ja, ik heb een flauw idee. Hem laatst mee in de auto. Oké. Lucas, okay. Willem heeft een vraagje aan jou. Hoe kom je erop dat Samuel ontvoerd is? Ja, dan krijg ik net een belletje van Harco. En die vertelde jou dat een familielid tegen hem heeft gezegd? Familielid heeft een melding gemaakt dat Samuel vermist was. Maar laat me dan even een vraag stellen. Ja? Aangezien Harco zo goede contact hebt met Willem, hoezo zou die dan jou bellen en niet Willem? Ja, ik heb geen flauw idee. Hé jongens, 1-0, je moet een screenshot van gemaakt worden. 1-0-1, vind ik wel leuk. Ja, Samuel is ontvoerd. 1-0-1. Hij zegt zo, ja, ik krijg een melding van een familielid. Dat vind ik heel raar. Dat vind ik bijzonder, dit zelfs. Interessant. Samuel is trouwens ook niet heel slim op Twitter. Nee. Eens. Maar het zal mij niet. Samuel is een beetje impulsief. Ja. Dus dat. Daarom, Dat is zo cool. Ja, zeg dat wel. Maar, wat nu? Ja. Goeie. Ja, we kunnen niet zoveel doen. Ik heb echt geen flauw idee. We kunnen ook niet zoveel doen. Nee, afwachten, dat is wat. Piet, afwachten, je bent de laatste tijd een beetje afwezig, vind ik. Hoezo? Nadat je veel met je eigen zaken bezig bent, dat wij er niks over mogen weten. Weet je waarom zinnig aan het doen bent. Zo mee verbazen eigenlijk, ik ben heel transparant, maar oké. Ja, valt best mee hoor. Laat me dan een andere vraag stellen. Hoezo was je bij die naastbespreking? Was je daar niet bij en was je bezig met zaakjes? Wat was dat? Want... Misschien dat van de surgeon. Ben je daar zo lang mee bezig door alleen een appje? Ja, eigenlijk wel. Dan zou ik best wel graag willen uitvoeren wat er aan de hand is, niet? Dan kan je het ook net zo goed ons ook erbij halen in plaats van in je eentje. Jullie waren met nabespreking bezig. Ja, maar ja. Als er iemand is ongelegd, maar je weet zelf dan, donders goed, als er iets ernstig is, dan komen wij ook gewoon. Het is een beetje spanning, jongens. Wat is die sus eigenlijk ineens? Is dat gewoon zo'n ding ineens? Of wat is de bedoeling nu? Nee, ik gooi het alleen op tafel. Vraag gewoon, ja. Ja, dat is. Ik zeg niet dat ik iemand sus. Ik zeg niet dat jij gelijk iets anders aan het doen bent. Maar ik zeg alleen dat jij gewoon de laatste tijd een beetje... afwezig bent en je eigen zaak aan het doen bent. Ja, en we vroegen net voordat we die andere gasten, wat ga je doen? Dat wou je niet zeggen. Dus klopt. Het is helemaal geen sus, we willen gewoon weten wat er aan de hand is. Daar heeft Piet geen weerwoord op. Daar heeft Piet geen weerwoord op.
Ja, hoezo mochten wij dat niet weten, Piet? Voordat we überhaupt iets gingen doen vandaag. Bij de races. Wat wil je niet weten? Wat? Ik snap jou niet. Ik snap nou, niet. Ik snap dit niet. Voordat wij met de Rambo's gingen afspreken. Maar voor, race, heb bij ik de races. Jou aan, ja, bij, heb ik aan jou gevraagd van... Wat ga jij doen? Toen, dat wou je niet vertellen. Dus ja, dat is onze vraag eigenlijk. Niet heel moeilijk. Mm. Geen zus verder is, maar we willen gewoon, zijn gewoon benieuwd wat er aan de hand was. Want je bent best wel... Ja, we waren best wel lang bezig met de Rambo's. Laat ik het daarop houden. De Rambo-familie. Ja, oké. Okay, en nu? Nou, huh. Antwoord op de nogmaals. Vraag. Ik val je helemaal niet aan en je voelt je helemaal aangevallen, dus er is wat aan de hand. Of... Ja, op zich best wel. En waarom wil je nou gewoon niet vertellen wat? Scotch. Het is een beetje geheimzinnig wat Piet allemaal doet, jongens. Zeg nou eens. Je voelt je een beetje aangevallen, maar voor wat? Als er niks aan de hand is, kan je het toch gewoon op tafel gooien, dan hoef je toch niet zo aangevallen. Omdat ineens drie mensen gewoon ineens naar mij springen. Van wat heb je gedaan, wat heb je gedaan? Ik weet niet. Als een halve groep op jou springt, denk ik, voel je toch ook aangevallen of niet? Het gaat er meer om dat jij een beetje geheimzinnig aan het doen met de afgelopen dagen. Met je eigen nee, zaakjes. Klopt. Waar wij niks vanaf mogen weten. Ja, dan vragen wij puur waarom. Dat is ik bezig ben met andere groeperingen, advies aan het geven. Oké, okay, tuurlijk. Spring anders op mijn jongen. Fucking auto. Kutzooi. Maar waarom mogen mij dat dan niet weten? Sorry. Dat jij dat doet. Waarom doe je daar zo schoon geheimzinnig over? Omdat dat niet heel boeiend is. Ja, op zich. Ja. Ja, als het nou niet zo boeiend is, waarom moet het dan niet verteld worden? Waarom hou je het dan geheim, als het niet zo boeiend is? Met alle respect, Pieter, maar je schiet jezelf nu wel eigenlijk in je eigen been of voet. Pieter is snitch, nee. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet, jongens. Hij is geen snitch. Dat sowieso niet. Dat sowieso niet. Pieter? Ja, jongen, ik was een sigaar aan het opsteken. Dat is een snelle sigaret. Verdacht stil. Kerel, ik praat toch? Nee. Dat horen we niet. Ik zei, ik was een sigaret aan het opsteken. Als je nou eens vertelt wat er is gebeurd. Ik zeg toch dat ik een fucking groep aan het helpen was, niet? Welke groep? Die van Louis. Ken je zelf ook. Ja. Met wat help jij ze? Die hebben al meerdere malen om tips gevraagd, dus... Oké, okay, maar waarom word je dan nou zo aangevallen als wij daar gewoon om vragen? Omdat er drie mensen op mij springen en ineens gelijk zus gooien. Voor mij is dat zus, omdat je zo op mij springt. Ik heb voor de duizendste keer zeg ik nou... Ja, en ik zeg toch voor de duizendste keer hoe ik dat dacht dat het was. Ja, maar we het vragen is dan toch niet gewoon zo, rustig aan jou wat er aan de hand hoe is. Dat het was. Hoe vraag dat ik het rustig wat er aan de hand is. Ja. De rest is niet veel aan de hand. We ik kan het hier ook beter over kunnen ophouden, want... Dit is een beetje vervelend dit. Een beetje spanning. Ook met Samuel was er net al spanning, nu ook met Piet weer. Weet je wat er aan de hand is met de groep, jongens? Maar... Het is een beetje spanning. Een beetje spanning. Dat zeker. Ja. Ik denk dat het maar wel even beter is dat we allemaal even ons ding gaan doen. Ja. Precies. Want hier bereiken we niks mee. Weet je hoe dat in mijn oren klinkt? Nou. Horror. Horror. Vind ik een goeie. Vind ik een goeie. Nou, ja, die gaat er ook gewoon vandoor. Nou, ik wil niet lullig achter zijn rug om praten of zo, maar volgens mij is het de periode van de maand. Nou, dat weet ik wel zeker, hoor. Hij gaat er ook gewoon zomaar vandoor. Ja, hey, meester, daar moet je ergens heen brengen, mees. Maakt niet uit. Komt allemaal goed. Komt hey, jongens, allemaal goed. Ik sluit de porto af en ik hoor jullie zo aan het Discord-oortje, oké? Okay? Ja, prima, yes, prima. Prima. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Gekke shit ineens allemaal. Met die foto bezig. Ja, jij bent die foto een beetje aan het onderzoeken, hè? Of niet? Liggen geld, mogelijke pillen. Ja, ik zag dat geld. Hele stacks met... Stacks met geld, zag ik. Ligt alleen, zeg maar, een hand. Ja, die zag ik ook liggen, hè? Een hele...
Maar er zitten nog twee handen aan de searchen. Wist dus iemand anders hand? Godverdomme jongen. Hesseloze jongen. Ik weet het niet, maar dat is toch wel iets. Ja, als, ik vind dat raar. Als het niet zijn hand is, dan is er nog meer in de kwestie, zeg maar. Is er nog meer gaan. Boemer bij betrokken. Ja, nog meer mensen bij betrokken. Maar dat moeten we binnenkort maar even in de groep gooien. Mm. Ik rij even richting Blokkenpark en dan rijd ik mijn auto nog naast je. Nee, is goed. Doe je zo mee? Vrijdag de 13e. Ik weet het niet, ik zie me. Alsjeblieft, mees. Ik weet dat mensen het willen, maar ik weet het niet. Je hoeft niet hoor, voel je niet verplicht. Dat sowieso. Je moet je niet verplicht voelen, gewoon lekker waar je zin in hebt. Met in ieder geval welkom, gewoon. Dat sowieso. Mm-hmm. Zo, nou, we gaan dingen even op Blokkenpark afzetten, jongens. We gaan even mezelf en Mees op Blokkenpark afzetten. Zo, ik ging wel heel hard over dat kruispunt, hè? Oeps. Ik ging wel veel te hard over dat kruispunt. Dat was niet de bedoeling. Althans, dat was niet de bedoeling, maar het gebeurde toch. Kijk, daar hebben we Piet weer, jongens. Kijk je hem weer. Zo, hoppakee. Zo, auto terugzetten, breng voertuig terug. Nou jongens, dan is het tijd om horror te gaan spelen. Het lijkt me wel leuk. Anders rij je even mijn de deur kapot. Oh, mijn neus is niet. Nee, hij is kapot, maar hij stond open. Je reed hem er bijna uit. Oh, bij mij zit ik dicht, maar sorry dan. Nee, maakt niet uit, joh, geen probleem. Oké, jongens, we gaan horror spelen. Als jullie dus, ik ga dus een nieuwe stream starten. Even gaan kijken, misschien doet Mees mee, misschien niet. Kijk maar even, maakt mij in principe niet uit. Het is meer lekker waar hij zin in heeft. Ik zou het leuk vinden als hij meedoet natuurlijk. Maar heb je daar zin in, volg dan de stream. Ik verwacht niet al te veel mensen, ik verwacht letterlijk heel weinig mensen zelfs. Maar lijkt je horror nou leuk? Deze stream is ten einde, dan ga ik nu een nieuwe stream opstarten. Ik zou sowieso deze stream stoppen. Normaal zou ik er nu of Minecraft gaan spelen met mijn vriendin. Of weet ik veel wat gaan doen. Maar ik dacht, lijkt me nu wel leuk om een keertje ook horror te gaan streamen. Dus dankjewel voor het kijken naar deze stream, jongens. Ik ga deze afsluiten. Ik vind deze weer mooi geweest. Heb je nou zin om de volgende stream te kijken? Blijf dan even chillen. Deze niet bij deze stream, maar ik kom de volgende stream aan. Dan gaan we horror spelen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik denk wel leuk. Ik denk wel heel leuk. Dus stay tuned. Blijf kijken. En ga je nou niet kijken? In ieder geval, dankjewel voor het kijken naar deze stream. Tot de volgende keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Er is allemaal gekke shit te gaan. Er is er een beetje allemaal tension in de groep. Een beetje spanning en onrust en zo. Dus ik ben benieuwd hoe en wat dit gaat aflopen. Ja, ik weet het niet jongens. Ik weet het niet. We gaan even kijken. We gaan in ieder geval even horror spelen. Dat is wel heel leuk om te doen namelijk. Om even horrorspel te spelen met de gang. Dat is wel echt lachen. Dat had ik vorige keer beloofd. Toen werkte het niet. Dus nu kan ik het eindelijk inhalen. En daarna weet ik veel wat gaan we kijken. Dus tot de volgende keer jongens. Of tot zo. Spreek jullie later.